heet u allen van harte welkom. De raadsleden uiteraard en ook het college, ook u die op de publieke tribune zit en ook als u nu meekijkt, nu meeluistert. Ik heet u allen van harte welkom en hoop dat u ook, als u elders het volgt, dat u ook het goed kunt meemaken. Ja, en toch wil ik in het bijzonder de heer Stolte weer welkom heten. Fijn dat u er weer bent en dat u uw plaats weer ingenomen heeft. Fijn. We hebben vanavond 5 onderwerpen op de agenda staan. En die zal ik, als ze aan de orde zijn, ook aangeven. En zoals u heeft gezien, agendapunten die niet voor 11 uur gestart zijn, die worden doorgeschoven naar, naar morgenavond. Ik meld het u maar aan het begin van deze vergadering. Dus het is in uw handen of er 1 of 2 avonden bij elkaar komen. Laat ik dat maar zo onder woorden brengen. Ik kijk naar het eerste agendapunt. Zoals vermeld, maatwerk Dekker, tweede termijn. Dat houdt in dat we vorige keer de eerste termijn hebben gehouden, dat vervolgens dat onderwerp geschorst is en dat vanavond de tweede termijn aan de orde is. En zoals het bij een tweede termijn is, is er geen inspreken en geef ik direct wethouder Koster het woord. Wethouder, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het debat is op 4 december gestaakt vanwege onduidelijkheid over de afhandeling van de zienswijze van Dekker tegen het ontwerpbestemmingsplan buitengebied Twenteland en de wijze waarop de Raad daarover is geïnformeerd bij vaststelling van dat bestemmingsplan. En ik heb u toegezegd daarover duidelijkheid te geven bij deze. En ik wil u ook verwijzen naar de stukken die op uw tafel zijn neergelegd, waarin het een en ander ook nog duidelijk is gemaakt. Voor alle duidelijkheid, je hebt rekening op een mobiele locatie, slooplocatie, en berekenen op een vaste locatie. Dus het gaat even om de locatie. En op een vaste locatie kun je zowel met een mobiele breker of met een vaste breker puin breken. In de zienswijze wordt gevraagd om breken met een mobiele breker. En dat is ook zo opgenomen in de nota zienswijze. U kunt dat ook zien op de notitie die ik heb doen laten uitreiken. In de gemeentelijke reactie op die zienswijze wordt weliswaar een vaste breker genoemd, maar in beide gevallen is bedoeld een mobiele breker op een vaste locatie. In dit geval dus de Achteres in Den Ham. Verder is in de zienswijze geen hoeveelheid te brekenpuin genoemd, maar wel is in de gemeentelijke reactie getoetst aan milieusoneringsrichtlijnen, waarbij voor het breken van 0 tot 100.000 ton per jaar een afstand van 300 meter tot woningen geldt. En dat is eigenlijk een heel gebruikelijke gang van zaken. Dat gezegd hebbende, uiteraard denk ik graag met de firma Dekker mee. En dat heeft er ook toe geleid dat ik op 16 december bij de firma Dekker op bezoek ben geweest. En we hebben daar denk ik toch wel een verhelderend en ik in mijn beleving ook wel een constructief gesprek gevoerd. En ik heb ook aangegeven dat ik van meet af aan bij Dekker duidelijk heb gemaakt dat het puinbreken op de locatie aan de Achterweg in Den Ham, wat mij betreft, niet tot de mogelijkheden behoort. En ik heb ook van meet af aan, en dat heb ik op 16 december andermaal duidelijk gemaakt, dat ik graag met de firma Dekker wil nadenken over haar toekomst. Maar dat zal dan toch een toekomst zijn die is gelegen op de bedrijventreinen, Oosterweilanden of Vromshoop. Het initiatief daartoe ligt bij Dekker. Maar zoals gezegd, ik denk er graag mee. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, wethouder. De heer Veldmeijer heeft een vraag aan u. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik heb 2 vragen voor de wethouder, voorzitter. Eerst plaats, de stukken kwamen, terwijl iedereen aan het werk was, kwamen de stukken vanmiddag laat binnen. Ik vind het toch heel slordig, want als je kijkt naar de inhoud van wat we gekregen hebben, dan had dat ook een paar weken eerder gekund. En ik wil aan de wethouder vragen, waarom kwam de informatie die nu bij ons op tafel ligt zo enorm laat binnen? En op mij komt het over alsof dat een bewuste keuze is geweest.
Verder zou ik aan de wethouder willen vragen, want dat lazen we. De wethouder zegt, en hij zegt het nu ook, dat hij een constructief gesprek heeft gehad. En dan zou ik graag van de wethouder willen weten wat hij precies bedoelt onder constructief. Want als je die kwalificatie gebruikt, dan moet dat ook een bepaalde lading hebben. Dus ik ben heel benieuwd wat hij via u, voorzitter, verstaat onder een constructief gesprek. Want wij denken dan, dan moet daar een opening zijn. En verder verbaast het mij, voorzitter, tot slot, dat er inderdaad niet gesproken is over het aantal tonnen. En dan vind ik het toch raar op het moment dat een bedrijf 100.000 ton puin gaat breken of 500 kilo per jaar, dat het dan geen verschil maakt voor het beleid van de gemeente. Want net zoals bij autowegen, of er nou één auto per etmaal doorheen gaat of 100.000, dat is een heel groot verschil voor wat betreft milieubelasting, geluid, etcetera, etcetera. Dus waarom wordt daar geen onderscheid in gemaakt? Dank u wel. Wethouder, aan u het woord. En of wilt u eerst de vraag van de heer Jonker ook hebben? Dat, wat mij betreft mag dat. U, meneer Jonker, eerst de vragen ook en dan kan de wethouder in één keer beantwoorden. Aan u het woord, meneer Jonker. Dank u wel, voorzitter. De wethouder heeft een gesprek gehad, u verwijst daarna. De wethouder toont zijn bereidheid om mee te denken. Vraag 1 daarover. Zijn er ook mogelijkheden in Den Ham op een andere locatie? En 2, voorzitter, is de wethouder ook bereid om mee te denken met de firma Dekker als het gaat om de wettelijke mogelijkheden die deze firma heeft binnen de kaders van de wet die mogelijk zijn? Dat, voorzitter, als mijn concrete vraag. Dank u wel. Dan zie ik mevrouw Uitslag ook lopen. Wethouder, vindt u het goed dat mevrouw Uitslag de vragen stelt? Dan doen we dat in één keer. Mevrouw Uitslag, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk een aanvullende vraag op de vorige spreker. Over het meedenken. Denkt de wethouder dan ook in mogelijkheden over financiële kwesties? Misschien iets met de provincie? In ieder geval, het financiële verhaal, neemt de wethouder dat ook mee in het meedenken? Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter, de eerste vraag van de PVV, waarom zo laat de stukken? Ik wil u in herinnering brengen dat het debat is geschorst en dat ik in tweede termijn zou terugkomen op de vragen die gesteld waren. Er was onduidelijkheid over de zienswijze. Het is te doen gebruikelijk om dat in een vergadering te doen van deze raad. En dat doe ik dus bij deze. En om het een en ander nog iets duidelijker te maken, heb ik vanmiddag stukken toegezonden die ondersteunen datgene wat ik vanavond heb gezegd. Dus het is eigenlijk een extraatje. Het is niet zo dat ik nou extra laat ben met stukken, anders waren het schriftelijke vragen gesteld waar ik schriftelijk op had kunnen reageren. Die toezegging heb ik niet gedaan. Dit is een normale tweede termijn, waarin ik reageer op een opmerking vanuit de eerste termijn. Constructief meedenken was een vraag. Waaruit blijkt het constructieve meedenken? Constructief meedenken, zoals ik al zei, wij hebben van meet af aan heb ik het standpunt van de gemeente helder gemaakt, namelijk dat puinbreken in het buitengebied een bedrijfsvreemde activiteit is, die niet thuis hoort in het buitengebied. En dat wij derhalve als gemeente geen medewerking daaraan wensen te verlenen. En ik heb van meet af aan ook gezegd, wij willen met u meedenken naar alternatieven. En in het eerste gesprek wat ik vorig jaar met de firma Dekker heb gehad, was dat eigenlijk helemaal niet aan de orde. En wij hebben in het gesprek van 16 december hebben we andermaal daarover gesproken, eventuele mogelijkheden. En we hebben ook nogmaals onderstreept wat nou exact de betekenis was van de formulering in het bestemmingsplan. Want daarover is telkens een discussie. En daarover wordt ook door de adviseur van de heer Dekker anders gedacht dan de juristen van de gemeente. Nou, dat zei dan zo. We hebben dat ook op 16 december allemaal toegelicht. En we hadden het idee dat het kwartje iets beter viel dan voorheen. Nogmaals, de constructieve wijze en houding van ons is erop gericht dat wij graag positief willen meedenken naar andere mogelijkheden op bedrijventerrein. Dan de vraag.
De tonnage, ja, dat doet eigenlijk totaal niet de zaak. Want de eerste vraag die je gesteld moet, stellen is, past deze activiteit in het buitengebied? Ja, dan wel nee. Het antwoord daarop is nee. Als je dan kijkt, hè, en dat is ten overvloed is er dat nog even bijgezegd, ook in die zinswijze, geldt overigens niet alleen voor het buitengebied, maar ook op andere plekken. Dat is dus wanneer je het hebt over die tonnages. En of het dan 10.000 ton is of 100.000 ton, doet eigenlijk niet de zaken. De mogelijkheden in Den Ham werd gevraagd. De Kroezenhoek binnen de gemeente Twenterand. Wij hebben op dit moment geen mogelijkheden binnen de Kroezenhoek. Wij hebben daar ook geen gronden. Ook niet de milieucategorie is daarvoor toereikend. Het is wel zo dat daar nog privégronden liggen. Maar daar gaan we uiteraard niet over. En in Vromshoop geldt eigenlijk min of meer hetzelfde. Maar daar zouden we nog eens even heel intensief naar moeten kijken. Maar dat is ook afhankelijk van wat de firma Dekker wil. En zodra de firma Dekker niet kennen geeft dat zij daarover wenst na te denken, is het voor mij ook zinloos om daar nog verder actie op te zetten. Eén ding is wel helder, dat als je het hebt over Oosterweilanden, daar is het wel mogelijk. De vraag van de fractie van het CDA, wil de gemeente meedenken over financiële mogelijkheden? Ja, ik zie daartoe geen enkele aanleiding eigenlijk. Tenmeer ook, we hebben het hier over een activiteit die Dekker eigenlijk nimmer is toegestaan. Dus het is eigenlijk een uitbreiding van bedrijfsactiviteiten. Als we financiële mogelijkheden gaan onderzoeken bij elk bedrijf wat haar activiteiten wenst uit te breiden, dan is het einde toch eigenlijk wel zoek. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Heeft de heer Jonker nog een aanvullende vraag? Meneer Jonker, aan u het woord. Eerst, de vraag die ik net gesteld heb is nog niet beantwoord over of de wethouder bereid is om met de firma Dekker meer te denken binnen de mogelijkheden die de wetten ons geven en de regels om te kunnen komen tot een passende activiteit daar op zijn terrein. Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter, ik meen toch werkelijk dat ik zojuist andermaal de wettelijke kaders heb geschetst. Namelijk dat de activiteit, zoals die gevraagd wordt, in het buitengebied uitgesloten is in het bestemmingsplan buitengebied. Nog een aanvullende vraag, meneer Jonker, aan u het woord. Ja, voorzitter, want als dat de argumentatie is van de wethouder, dan weet ik niet met welke mate hier gemeten worden. Maar als ik in het buitengebied kijk en wat daar voor toestemming wordt gegeven op loopafstand van dit bedrijf, dan werkt dit college mee aan een omgevingsvergunning. Dan wordt er gewoon een stuk natuur of bos anders bestemd voor een compleet andere bestemming gebeurd. Dat is dan passend. Horeca, heb ik het met name over. Is het dan, als u dan ook nog verwijst naar de VNG-richtlijnen, past dat dan wel volgens rustige woonwijk, rustig buitengebied? Dan meet u in mijn optiek met twee maten. En als ik dan de vraag nogmaals stel, voorzitter, is de wethouder bereid, want als hij zegt binnen de milieucategorie 3.2 wat Dekker toch heeft, is wel degelijk tot een bepaalde mate puinbreken mogelijk. En als u het dan heeft over een passende activiteit bij dit bedrijf, ik kom straks in mijn tweede termijn nog wel nader even op terug, want ik grijp echt op de reactie van het college op, dan staat daar dat Dekker activiteiten uitvoert ten aanzien van de agrarische sector, wegenbouw, het verzamelen van puin, mag die inzamelen en dan rechtstreeks of na behandeling mag hij dat doen. Wat moet je dan anders met puin doen dan breken op zo'n locatie? Dus we moeten niet doen alsof hij heel wat anders aan het doen is. Je kunt ook kijken van de werkwijze wordt hier veranderd. Ik heb het al vaker gehoord, ook bij Dekker. De boer melkt niet met zijn handen, maar met de robot. Dan geef ik het woord aan de heer Veldmeijer. Ik ga ze weer allemaal achter elkaar doen. En dan stel ik voor dat we naar de tweede termijn van de raad gaan. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, even ter aanvulling van mijn collega van de SGP. Ik heb tijdens mijn werk vanmiddag heb ik ook die stukken even gauw gelezen.
En een van die stukken, en dat is de wethouder wellicht bekend, ik weet niet of hij het zelf gedaan, is geel geasseerd. En dat gaat over de opsomming van wat er ter plekke op de achter S8 en 8A tot C is toegestaan. En dan staat daarbij punt 5. Het op- en overslaan van diverse stoffen en goederen voor duurzaam hergebruik. Zoals bouw- en afvalstoffen, bouwafvalstoffen, zoals ongebroken puin, bouw- en sloopafval, welke vrijkomen van buiten de inrichting en welke rechtstreeks of na behandeling duurzaam hergebruikt kunnen worden. CQ als product nuttig kunnen worden toegepast. En als ik dit zo lees, voorzitter, dan op het moment dat jij puin ophaalt en je verwerkt dat duurzaam tot granulaat, wat in de wegenbouw onder andere wordt gebruikt, dan valt dat toch onder, ik weet niet of dat een artikel is, maar onder punt 5. En daar wil ik graag een reactie op van de wethouder, voorzitter. Dank u wel. En dan als laatste mevrouw Uitslag, aan u het woord. Dan geef ik weer het woord aan de wethouder. Mevrouw Uitslag, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, de wethouder die heeft het over de financiële consequenties en er niet in die zin over na willen denken als gemeente zijn. Dat snap ik daar misschien nog wel. Maar we kennen ook verplaatsingssubsidies. En mijn vraag is of de wethouder daar ook over heeft nagedacht en eventueel daar wel over wil meedenken. Dan geef ik het woord aan de wethouder. Aan u het woord, wethouder. Ja, voorzitter, laat ik niet over zijn. Ik ga niet voor dekken denken, reagerend op de vraag van mevrouw Uitslag. Die vraag heeft mij niet bereikt. En dit is ook niet het onderwerp waar het nu vandaag over gaat. Het gaat over een al dan niet onjuist informeren van uw raad met betrekking tot de zienswijze die is ingediend. En daar heb ik u op geantwoord. We kunnen het heel breed gaan maken, maar ik wil wat dat betreft dan toch even iets kleiner maken. Als het nu gaat over de bestemming, de regels in het bestemmingsplan buitengebied, waar de heer Veldmeijer aan refereert, onder punt 5. Dat is nu net exact de essentie waar het om draait en waar ook de juristen, waar met name de adviseur van de firma Dekker mogelijkheden ziet en kennelijk de heer Veldmeijer ook. Waarvan onze juristen zeggen, en niet alleen onze juristen, maar dat dit de formulering is die puinbreken op de desbetreffende locatie uitsluit. En u leest het als zodanig dat het wel kan, maar dat is een onjuiste wijze van interpretatie. Meteen over dit punt, de heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dat betekent dat er een stukje grijs gebied is, een stukje ruis is, wat verschillend wordt geïnterpreteerd. Want het is niet voor niets, voorzitter, dat de Raad van State wel degelijk gemeentes de ruimte geeft om dit op een andere manier te interpreteren. En ik kom nu echt tot de conclusie, voorzitter, dat het puur een interpretatie is van de wethouder van het college. Cumula het interpreteert en de oppositiepartijen, die interpreteren het echt inderdaad anders. Dus dat betekent toch dat er een grijs gebied is en dan komt het toch neer op een stukje onwil van u om mee te werken, terwijl de mogelijkheden wel degelijk daar zijn. Ik geef het woord aan de wethouder. Ja, voorzitter, de heer Veldmeijer formuleert het als onwil, ik formuleer het als duidelijkheid. Duidelijkheid die ik van meet af aan heb gegeven, namelijk dat dit college er niet aan wenst mee te werken vanwege het feit dat wij de beoogde activiteit, namelijk het puinbreken, voor het buitengebied onwenselijk achten en dat ook juridisch in de beleidsregels in het bestemmingsplan buitengebied als zodanig is opgenomen. Wethouder, dank u wel. Dan begin ik, ja, de heer Jonker heeft nog een opmerking, vraag gesteld, waarin de heer Jonker het breed maakt. En de wethouder heeft net aangegeven dat hij het wil beperken tot dit onderwerp. Wethouder, nu het woord. Ja, voorzitter. Kijk, als de heer Jonker gaat refereren aan allerhande activiteiten die elders in het buitengebied plaatsvinden. Daar kan ik op dit moment niet op reageren. Ik wil toch echt beperken tot het onderwerp waar we vanavond over hebben. Dank u wel. Dan ga ik naar de tweede termijn.
En ik begin bij de heer Veldmeijer, dan de heer Jonker en dan ga ik zo van de heer Reusken zo helemaal rond. Eerst de heer Veldmeijer en dan de heer Jonker en dan ga ik verder. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik blijf het toch heel raar vinden dat zo'n regel 5 of zo'n artikel 5 door de Raad van State anders geïnterpreteerd wordt dan dit college. Dus ik denk dat hier toch voor de firma Dekker een enorme opening zit. Want als er wordt gestaat, als er staat dat goederen van buiten mogen komen en dat het toegestaan is om naar behandeling dat afval duurzaam te hergebruiken, dan is dat gewoon een enorme opening voor Dekker. En ik zie daar wel een rechtszaak van komen. Voorzitter, op woensdag 15 januari lezen we op de voorpagina van Dagblad Humantia, het was de kop, miljoenen voor het MKB in Twente. Zwolle zet in op familiebedrijven. En de gedeputeerde zegt in dit artikel, en ik citeer, de familiebedrijven zijn belangrijk voor de continuïteit in de regio. Ze hebben oog voor de omgeving en oog voor het milieu. Einde citaat. En voorzitter, de firma Dekker is zo'n midden- en kleinbedrijf. Het is een bedrijf dat oog heeft voor de omgeving en voor het milieu. En het bedrijf wordt omarmd door Zwolle, door de provincie, door de gedeputeerden, door omwonenden, door veel oppositiepartijen, maar niet door de gemeente Twenterand. Hoe komen ze dit? En het spreekt voor zich dat niet alleen Dekker heel erg teleurgesteld is in dit college, maar ook heel veel mensen in onze gemeente. En met hen de PVV Twenterand. Ook omdat, en dat blijkt vanavond, wij nog steeds niet weten waarom dit bedrijf geen fiat krijgt voor nog geen week mobiel puinruimen per jaar. Het blijft gissen naar de motieven om dit bedrijf op slot te zetten. Om geen medewerking te verlenen aan een volkomen legitieme vraag van een ondernemer. En voorzitter, dit doet nog het meeste pijn. We weten nog steeds niet waarom Dekker geen puin mag breken. Slechts 6 dagen op de 362 dagen. En hier wordt wat ons betreft een vals spelletje gespeeld. Voorzitter, de PVV verzoekt de wethouder en ook GBT te stoppen met dit paternalistisch beleid en vooral oog te hebben voor de belangen van onze ondernemers. En zeer zeker als omwonenden een ondernemer omarmen. En ook de provincie, en ook Zwolle, en ook de gedeputeerden, en ook het merendeel van de oppositiepartijen. En we hebben met de oppositiepartijen een motie in de tas zitten. Die hebben we doorgesproken, ambtelijk ook. En we gaan kijken wat we daar de volgende keer, volgende raadsvergadering, mee gaan doen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Jonker. Heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het gaat om het voorgezet debat van 4 december. Daar hebben we ook om gevraagd. En het ging met name over de reactie van het college op de zienswijze die Dekker destijds had ingediend. En daar ga ik inhoudelijk op in. Waar gaat dit debat eigenlijk over? Dit debat gaat ten diepste over duurzaam ondernemen stimuleren. Bedrijven de mogelijkheden bieden circulair te ondernemen. Het gaat ook om beeldvorming. Voorzitter, als je dan de reactie van het college erbij pakt op zienswijze nummer 35, dan begint de mist gelijk al. Namelijk, het bedrijf heeft een andere verwantschap met de agrarische sector. Er wordt een tegenstelling gemaakt tussen een landbouwmechanisatiebedrijf of grondverzetbedrijf ten opzichte van een loonwerkbedrijf. Een reactie wat er inhoudelijk eigenlijk helemaal niet toe doet. Welk verwantschap hebben dan de andere bedrijven in het buitengebied met het buitengebied? Het gaat hier om een bestaand bedrijf met wettelijke mogelijkheden. In het bestemmingsplan staat
en ik citeer het toch voor de volledigheid even, een loon- en grondverzetbedrijf gericht op het leveren van diensten en producten ter behoeve van de agrarische en cultuurtechnische werken, landschapsinrichting, onderhouds, transport, grond, water- en wegenbouwactiviteiten, containerverhuur, sloopwerkzaamheden, ondersteuning bij calamiteiten zoals branden en dergelijke. Punt, komma. Voorzitter, u beperkt dit bedrijf door te zeggen dat het breken niks te maken heeft met de agrarische sector en daarom niet passend. Als dit uw argument is, namelijk het breken van puin is een nieuwe activiteit zonder agrarische relatie of relatie met het buitengebied, dan doet u de ondernemer tekort. Juridisch gezien ook. Dat is glashelder. Want u relateert dit aan de agrarische sector. U pakt een deeltje uit de omschrijving van wat dekken mag. Wil de wethouder hier ontkennen dat het breken van puin geen verwantschap heeft met de andere genoemde zaken, zoals ik die net genoemd heb in artikel 4.1. Ik heb het net geciteerd. Graag uw reactie. Dan het cruciale punt, waar het inhoudelijk, fysiek dan, om gaat. Er wordt ons voorgeschoteld dat het in de gegeven reactie op de zienswijze, ik citeer, het mogelijk maken van de vaste puinbreken betreft een verzwaring van de activiteiten welke een verschuiving inzetten voor een bedrijfsvorm die niet passend is in het buitengebied. Voorzitter, een verkeerde voorstelling van zaken. Want hier zijn we het allemaal wel over eens. Wordt helemaal niet gevraagd. Er wordt gevraagd 6 keer puin te mogen breken. Met een mobiele puinbreker, dus 10.000 tot 12.000 ton. Dat is wat anders dan dagelijks puinbreken met een vaste breker, waar u het heeft over max 100.000 ton per jaar. Wat u schrijft in de reactie op de zienswijze dus, hè, u spreekt over een milieucategorie 4.2, wordt helemaal niet gevraagd. Dat is dus als je 100.000 ton wilt breken, wordt helemaal niet gevraagd. Dan wordt er gezegd, gemeente wil bedrijven voldoende zekerheid bieden dat zij hun activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitvoeren. Einde citaat. Prima. Wat houdt dat dan in? Ik zie het tegendeel. Duurzaam, dekker, u kunt beter vertrekken hier. Of duurzaam stimuleren van circulaire economie. Ik zie het niet. Vervolgens wordt er in de zienswijze gesproken over de VNG. Die wordt erbij gehaald. U geeft in uw reactie aan dat het een ondergeschikt argument is. Wat bedoelt u met een ondergeschikt argument? In de reactie op de zienswijze geeft het college ook aan, ik citeer, op basis van de huidige opvattingen is verdere medewerking aan een bedrijf in het buitengebied op voorhand niet wenselijk. SGP vindt dit een merkwaardige, een raadselachtige en algemene opmerking. En dat zien we nog steeds voor onze ogen gebeuren, helaas. Verder heb ik moeite met willekeur, die ik bespeur. Hoeveel lawaai wordt er uiteindelijk wel toegestaan in het buitengebied en die gewoon vergund wordt? Ik heb net al een situatie genoemd, ga ik nu verder niet noemen, waar de wethouder gewoon wel aan meewerkt. 2 maten. Met welke maat meet u? Ik heb het al gezegd. Welke belangen zijn hier afgewogen? Bedrijfsactiviteiten rondom de S-weg. Ze zijn er veel en divers. Hoezo willekeur van activiteiten? Wat past dan wel en past niet? Dus we hebben vanmiddag ook een reactie gekregen, daar wordt ook ingeschreven, VNG-brochure. Dus als er een brochure is waar specifiek over puinbreken wordt gemaakt, dan is het maar een aparte bedrijfsactiviteit. Ik zou zeggen, de VNG heeft nog wel veel meer brochures. Hoezo past dekker dan niet in het buitengebied? We hebben het hier over een minuscule aanpassing. Dan kom je dus bij de vraag hoe te lezen. De heer Veldmeijer gaf dat net al aan met een interruptiedebatje met de wethouder. Staat er wat hier staat, is dat maar op 1 manier te lezen? Of heeft u daar een bepaalde rechter voor gevraagd? Doen ze vooraf al uitspraak? Is de wethouder met ons eens dat we hier te maken hebben met multi-interpretabele tekst? Onlangs heeft de wethouder een gesprek gehad, u verwijst ernaar, u had begrip. En wij roepen de wethouder om toch vooral bereidheid te tonen om mee te werken. Hij heeft het aangegeven. Maar dan ook te zoeken naar de wettelijke mogelijkheden die er wel zijn binnen de milieucategorie 3.2. En die zijn er wel degelijk. Dan krijgt u echt geen problemen meer. Concrete vraag nog, voorzitter, tot slot. Is 12.000 ton puinbreken wettelijk onmogelijk
bij een milieucategorie 3.2. Voorzitter, ik rond af. Het betreft, het komt bij mij over als willekeur, mist en niet concreet onderbouwd. Waar een wil is, is een weg. Ik dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Reusken. Aan u het woord, meneer Reusken. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben bij het vorige debat en nu horend wat erin gebracht is en gezegd is en ook op basis van de stukken, zijn er voor ons geen nieuwe gegevens of feiten voor ons die maken dat wij tot een ander standpunt komen. Wij hebben de vorige keer ook al aangegeven wat in de kern om gaat is of het puinbreken in het buitengebied wel of niet passend is. En het bestemmingsplan is naar onze mening daar heel helder over. Het is niet passend. Een bestemmingsplan wat we met elkaar unaniem hebben vastgesteld. En we hebben echt goed geluisterd en gekeken naar de stukken, ook die vanmiddag zijn aangeleverd. Wat ons betreft komen wij niet tot een andere afweging. Vinden wij deze activiteit niet passend. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk naar de heer Kobus. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit mij volledig aan bij de heer Jonker en de heer Veldmeij. Wat ik daar nog aan toe wil voegen is dat volgens ons als VVD cruciaal in deze casus is het onderscheid dat moet worden gemaakt in het toestaan van maximaal 6 keer per jaar beperkt pruimwerken met een mobiele bereik dat past in categorie 3.2 of de maximumcapaciteit van 100.000 ton waar ook in de reactie op wordt gesuggereerd in een categorie 4.2. Als wij een dienstverlenende gemeente willen zijn die bedrijven tegemoet wil komen, dan zouden we bereid moeten zijn om dit tijdelijk te vergunnen, zodat hij zijn bestemmingsplanwijziging kan aanvragen. Bestemmingsplannen zijn wel vastgesteld, maar worden dagelijks gewijzigd. Die mogelijkheden zijn er gewoon. Dus of wij komen tegemoet aan vragen van onze ondernemers, of niet. En ik constateer hier een stukje onwil om dat te doen. Wij zijn dus voorstander om te vragen wat het bedrijf wil. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar mevrouw Uitslag. Aan u het woord. We aanzetten, geloof ik, ja. Voorzitter, de afgelopen perioden, weken, maanden, hebben we hier een debat gevoerd, raadsvergadering gehad over de firma Dekker. En steeds weer zitten er ontzettend veel mensen op de publieke tribune. Wat blijft en wat maar weergeeft, denk ik, dat er heel veel mensen erg betrokken zijn bij deze zaak. Mooi om te zien. En ook wat een steun zullen jullie zijn voor deze familie die al zoveel gesprekken overal naartoe heeft moeten gaan. Allerlei dingen hebben moeten aanhoren. Soms raakt je dat heel diep. Hè, soms kun je daar iets meer afstand van nemen. Maar ik vind het wel belangrijk om het te vertellen. Zoals bekend, voorzitter, is de fractie van het CDA naast deze familie gaan staan. En hebben we tijdens de diverse debatten en vergaderingen aangegeven dat we achter de vraag van de firma Dekker staan. Wij vinden dat 6 keer per jaar puinbreken met een mobiele puinbreker op deze locatie moet kunnen. Voorzitter, we zijn er voor onze inwoners en vanuit die gedachte hebben we naar deze situatie gekeken. We hebben ons afwegingen gemaakt en ons afgevraagd naast wie gaan wij staan. Wie zijn de betrokkenen en komen ze allen tot hun recht? Draagt het bij aan het duurzaam maken van de samenleving en wie moet iets doen? Een goed verstaande snapt precies dat we dus een afweging maken die past bij ons gedachtegoed. Gerechtigheid, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeterschap. Voorzitter, inhoudelijk ga ik er niet meer verder op in. Daar is denk ik al genoeg over gezegd. Maar ik spreek namens onze fractie de hoop uit dat de overige raadsleden en het college inzien dat maatwerk niet hetzelfde is als precedentwerking, terugkomen op een eerder genomen standpunt niet altijd verkeerd hoeft te zijn. Voortschrijdend inzicht soms heel verhelderend kan werken en meedenken in onze optiek niet zwart-wit is, zoals we net gehoord hebben. Is het niet verstandig om toch eens echt te investeren in meer gezamenlijkheid? Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zien maar één gemeente. Tot zover. Dank u wel. Dan krijg ik naar de heer Huisjes aan u het woord.
Dank u, voorzitter. De ChristenUnie wil graag reageren op het compromis dat de PVV voorstelt in haar eerste termijn. De PVV stelt voor om Dekker een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen tot 1 januari 2025 om 6 keer puin te breken wanneer dit bedrijf een ontvankelijke aanvraag indient. Voorzitter, de ChristenUnie heeft al eerder aangegeven dat Dekker aan zet is om zo'n aanvraag in te dienen. Maar om nu bij voorbaat te zeggen, begin maar met puinbreken zonder dat die aanvraag door meerderheid is aangenomen, dat gaat ons nu een stap te ver. Vervolgens wil de ChristenUnie de wethouder bedanken voor zijn toezegging om met Dekker in gesprek te gaan en bedanken dat die toezegging zo snel is uitgevoerd. Tot zover. Dank u wel, sorry. Dank u wel, dan kijk ik. Dan heeft de heer Veldmeijer aan u een vraag. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel. Voorzitter, via u wil ik vragen aan de ChristenUnie, mijn collega van de ChristenUnie, of er toch een kleine draai is gemaakt, wat wij heel prettig vinden. Maar heb ik zo zijn woorden goed geïnterpreteerd, dat het voorstel wat inderdaad genoemd is in de eerste termijn, laat die procedure in gang zetten en geef Dekker in ieder geval tot 2025 de mogelijkheid om met een mobiele breken puin te ruimen. Begrijp ik dat zo goed? Of heb ik dat verkeerd begrepen? De heer Huisjes, aan u het woord. Ja, voorzitter, nee, daar hebt u toch niet goed geluisterd. We hebben wel gezegd dat Dekker aan zet is om die aanvraag in te dienen. Maar om nu bij voorbaat te zeggen, begin maar met puin breken zonder dat die aanvraag door een meerderheid is aangenomen, dat gaat ons een stap te ver. Ons nog niet, sorry hoor. Meneer Veldmeijer, nog een vraag. Dat begrijp ik. Dekker is aan zet. Maar het tweede deel van datgene wat wij gezegd hebben is, op het moment dat Dekker die procedure inzet en geef hem dan ook de tijd om die hele procedure door te lopen, maar dan moet je hem niet een worst voor houden, maar moet je ook hem tegemoetkomen door te zeggen, nou dan heeft hij tot 2025 in ieder geval de tijd, onder de voorwaarde dat u wel dat proces ingaat. Ja, steunt u dat? Nogmaals, meneer Huisjes, om te verwoorden wat u net onder woord bracht. Ja, ik kan het nog een keer voor herhalen, voorzitter, maar u zegt van een worst voorhouden. U bedoelt een plakje worst geven en die worst voorhouden totdat de Raad van State uitspraak doet dat het misschien niet mag. Wij zeggen, eerst zorgen dat er een meerderheid voor is, of niet. Eén van twee. Meneer Jonker heeft nog een vraag. Meneer Jonker, aan u het woord. Dank u wel. Even voor mijn verheldering. Is de ChristenUnie het ook met ons eens als de wethouder wordt opgeroepen om mee te denken? Ook te kijken naar de wettelijke mogelijkheden die dit bedrijf nu heeft. Want er is wel degelijk ook in de landen bekend dat binnen de milieucategorie 3.2 mobiel puinbreken in zeer beperkte mate wel wordt toegestaan. Wat is dan uw standpunt? Meneer Huisjes. Ja, voorzitter, als de SGP vraagt aan de wethouder om mee te denken, hoeven wij daar nu nog geen oordeel over te hebben. Pas als er een aanvraag heen komt, gaan wij die beoordelen. Niet eerder. Dank u wel. Ja, u kunt ook steeds in een kringetje ronddraaien. Dat lijkt me niet zo handig. Ah, nee. Meneer Jonker, aan u het woord. Nee, maar dan begrijp ik de heer Huisjes goed. Dan mocht de heer Dekker dan zo'n aanvraag indienen, dan zijn zij wel bereid om daar welwillend over in mee te denken. Maar goed, u zit niet in het college, wel in het college met onze wethouder, maar wij zitten hier als raad en daar gaat het om de kaderstelling. En mijn vraag was gewoon heel simpel. Bent u ook bereid om mee te denken met Dekker als fractie? Vraag ik dan maar niet als college om te zoeken naar de mogelijkheden binnen de wet die er zijn. Heer Huisjes, aan u het woord. Ja, voorzitter, wij hebben in ons verkiezingsprogramma staan dat het buitengebied in eerste instantie bedoeld is voor boeren, natuur en recreatie. Als er dan een aanvraag binnenkomt wat daarvan afwijkt, zullen wij die in de fractie moeten bespreken. Dank u wel. Dan kijk ik naar de linkerkant. Ja, de heer Elsinga, aan u het woord. Ja, dank u, voorzitter.
Nou, zoals verwacht hebben we in de afgelopen debatten niets nieuws op tafel gehoord of tafel gekomen. Zoals de heer Ruske net van de Partij van de Arbeid GroenLinks ook al zei. En daarom hebben we ons niet aangemeld, want uiteindelijk is de mening en het standpunt van onze fractie ook niet veranderd. Het enige eigenlijk wat we nieuw hebben gehoord is ja, dat een voormalige wethouder van SGP nota bene ja, zijn werk niet goed gedaan zou hebben. Zo de raad op verkeerde benen hebben gezet, onjuist geïnformeerd. En wij vinden dat nogal wat. Het is eigenlijk met terugwerkende kracht een motie van wantrouwen. We vinden het gemiste kansen, voorzitter, dat de handelsonderneming Dekker ervoor kiest aan de achteres in Den Ham te blijven en niet naar een bedrijventrein wil. Hiermee beperken ze hun eigen toekomstmogelijkheden. Puinbreken is een bedrijfsactiviteit die behoort tot een van de zwaarste milieucategorieën. Onder meer vanwege de latere gevolgen voor de omgeving, zoals trillingen dat voor woningen heeft, en risico's voor de volksgezondheid. Namelijk het inademen van onzichtbare kwartstoffen. Komt voor op de lijst van kankerverwekkende stoffen voor werkers en omwonenden. Vandaar is er ook dat er vele ruimere afstandscriteria zijn. En dat is dus op bedrijventerreinen. Puinbreken vindt ook steeds vaker plaats bij nieuwe vergunningen overdekt in hallen. In het buitengebied waartoe de achteres behoort, past puinbreken niet. Zo heeft de gemeenteraad nog geen 2 jaar geleden unaniem besloten. Dit na diverse inspraakmogelijkheden voor alle inwoners van de gemeente Twenterand. Handelsondernemer Dekker koos ervoor bij de definitieve vaststelling van het plan er geen gebruik van te maken. De wijze van het breken van puin is sterk aan het veranderen. De overheid en de gezamenlijke officieel erkende sloop- en afvalverwerkers hebben onlangs het zogenoemde betonakkoord gesloten. De gemeente deed dat samen met de bouwsector, ook de afvalsector, het convenant hergebruik puin. Samen met een aantal grote ondernemers onder bijvoorbeeld Friese Veen. Doel is het gebroken puin opnieuw te gebruiken als basis voor nieuwe producten zoals beton en klinkers, ook wel groen beton. Circulair dus. Om dit te realiseren wordt puin extra gefilterd op kwalijke stoffen als asbest, asfalt en teerdeeltjes. Vervolgens wordt dit gebroken puin gewassen en vaak nog in speciale cabines. Dit alles moet administratief verantwoord worden bij een meldpunt het LMA. Puinbreken in een buitengebied wordt gezien als oneerlijke concurrentie, waar al die voorwaarden die voor de erkende sloop- en bedrijven op bedrijventerreinen niet van toepassing zijn. Zo kan daar dagelijks in het buitengebied meer puin worden gebroken en is de netto-opbrengst per ton bijna het dubbele. Het is daarmee ook nog eens marktverstorend. We blijven er nog consequent, voorzitter. Puinbreken past niet in het buitengebied en hoort op een bedrijventerrein thuis. Het standpunt hadden wij ook al voor de gemeenteraadsverkiezingen. Handelsonderneming Dekker heeft geen vergunningen voor puinbreken en deze ook nooit gehad. Er wordt dit bedrijf dus niets afgepakt, zoals sommige mensen beweren, want er is niets om af te pakken. En van een gedogen constructie is nooit sprake geweest. Het zogenaamde maatwerk van CDA, PVV, SGP en de VVD, die nu ineens wil bieden aan handelsonderneming Dekker, is geen maatwerk, maar matswerk. Je hoort deze partijen niet over de andere tientallen afgewezen zienswijzen uit 2018, waarvan enkelen wel gebruik hebben gemaakt van de inspraakreactie in de gemeenteraad. Want dan trek je pas 1 lijn. Maar kennelijk is daar geen partijwinst te halen. Het rapport grondtransacties in de gemeente Twenterand, het meest schokkende rapport ooit volgens de vorige gemeenteraad, toonde aan waar uitzonderingen onder andere toe leiden. Als je de een bevoordeelt, is er altijd een ander die wordt benadeeld of zich benadeeld voelt. De benadeelde spant dan een rechtszaak aan tegen de gemeente Twenterand. En dat gebeurt nog steeds. Dit is slecht voor de onderlinge verhouding tussen de ondernemers en de gemeente en slecht voor de naam van de gemeente Twenterand. Kortom, slecht voor elke betrokkenen, kost veel energie en negatieve energie vooral. En er zijn alleen maar verliezers. GBT wil dat voorkomen. Tot slot, voorzitter, Twenterand telt ruim 2900 ondernemers. Gemeentebelangen is er voor al die ondernemers, hun algemeen belang, dus ook degenen die hier niet zijn. Pas je bedrijfsactiviteiten aan als individuele ondernemer, past dat niet meer bij je plan of op je terrein, de ChristenUnie zei het al, dan ga je eerst in gesprek met het college om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Is er nog rek? Bij Dekker is alle rek eruit. Er zijn al activiteiten toegestaan tot 3.2. We hebben het bijlage gezien en we hebben het ook meerdere malen dit artikel ook aangehaald. Maar op een gegeven moment is de rek eruit.
Als je met het college in gesprek gaat, wordt echt wel naar de mogelijkheden gekeken. Horen we ook van andere bedrijven en die zijn er altijd. Wil je dat niet als ondernemer, om wat voor reden dan ook, dan is dat je eigen keuze en zijn de consequenties voor eigen rekening en niemand anders. Tot zover, voorzitter. Meneer Jonk, had een vraag nu? Nee? Oké, okay, ik denk ik laat even uitspreken dan. De heer Veldmeijer heeft een vraag nu. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter, dat was een staaltje demagogie. Op en top, want het is de schuld van Dekker zelf dat hij dadelijk de deuren moet sluiten. Nee, het is een gemeente die 0% ruimte biedt aan een ondernemer die een hele legitieme vraag stelt waar de hele omgeving totaal geen bezwaar tegen heeft. En die komt met allerlei verontreinigingen en geluiden aan waar helemaal geen geluidsoverlast, waar helemaal geen sprake van is. En over het bevoordelen van ondernemers helemaal geen sprake. Want wat heeft u gedaan met de koopzondag? Heeft u ook ondernemers bevoordeeld en benadeeld? Meneer Veldmeijer, ik ga het uit. U een vraag aan de heer Elziga heeft. Dus vandaar de mogelijkheid vanuit mijn kant. Ja, ik vind het onbegrijpelijk dat op het moment dat je het over de koopzondag hebt, dat je dan wel onderscheid maakt tussen ondernemers. En op het moment, ja, dan kunt u wel naar de hemel kijken. Maar op het moment dat een bedrijf gewoon een hele legitieme vraag stelt, en als je het artikel interpreteert, kan dat op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Dus u zou het ook conform bijvoorbeeld de Raad van State kunnen doen en het wel toestaan. Maar waarom staat u de ene kant wel toe dat ondernemers benadeeld worden en bevoordeeld worden en nu niet? Zoals koopzondag, en dit staat haaks op het beleid van de koopzondag, waar u ook maatwerk op heeft verricht. Ja, voorzitter, ik zei al, dit is een herhaling van zet en ik heb u al eerder antwoord aan gegeven. Een koopzondag, dat is een heel ander proces als het te gaan is. Een bestemmingsplanwijziging, dat gaat 3,5 jaar voorbereiding aan vooraf. Het is een soort hele grote enquête wat je eigenlijk houdt. Waarbij je bij de inventarisatie, bij het voorontwerp, bij het definitieve bestemmingsplan allerlei inspraakmogelijkheden hebt. De inwoners, maar ook het bedrijf zelf. Dus alle inwoners, ook de inwoners uit Den Ham, Bessaar, maakt niet uit, zelfs bij onze GRD, die kunnen allemaal inspreken. Zelfs op een plan in Friese Veen. Dat kan. Als je daar niet mee eens bent. Dat is niet gebeurd. En dit staat er nu. En u hebt het steeds over de Raad van State. De Raad van State heeft het bestemmingsplan, inclusief de zienswijzen, die dus afgewezen zijn, onherroepelijk verklaard. Dus u denkt dat de Raad van State zomaar even meegaat. Zo simpel werkt het niet. Maar goed, dat is allemaal als. En ja, met als schieten we niks op. En dat er een legitieme vraag is, ja voorzitter, mijn reactie is net zo legitiem. En ik heb net duidelijk aangegeven onze argumenten waarom wij het niet zien zitten. Waarom puinbreken in het buitengebied niet past. Meneer Veldmeijer heeft nog een vraag aan u. Meneer Veldmeijer, gaan u het woord? Ja, even ten aanzien van de 2900 ondernemers die de gemeente rijk is. Is de GBT bereid om onder die ondernemers te vragen wat men vindt van de plannen van Dekker? En dat vergelijken we dan maar met de koopzondagen. En stel dat daar een fors percentage uitkomt, wat ik verwacht die de ruimte geeft aan de firma Dekker, gaat u dan anders over deze kwestie nadenken of blijft u dan heel onwillig? Ja, als ze gaan nu het woord. Voorzitter, het is geen verhaal van onwillig. Het is gewoon een besluit die genomen is in de Raad. En daar houden we ons aan. Puinbreken in het buitengebied is niet toegestaan. En ook al die bedrijven waar u het over heeft, die hebben allemaal kunnen reageren. Dus ik zou niet weten waarom wij die 29 ondernemers moeten vragen. Ik denk, als wij gaan kijken naar de erkende sloop- en afvalverwerkers in Twenterand en de regio, ik denk dat ze helemaal niet blij mee zullen zijn wat jullie willen. Want jullie zijn marktverstorend bezig, dus... Nog een laatste vraag. Meneer Veldmeijer. Heel duidelijk, zullen wij die 2900 ondernemers gaan benaderen, deze kwestie voorleggen en dan die ondernemers vragen wat zij vinden van de vraag van Dekker om de activiteiten uit te breiden. Zullen we dat doen? En dan, u voelt zich gesterkt, u denkt dat de meeste ondernemers dat negatief zullen beoordelen. Ik denk dat ze dat positief zullen beoordelen en dan kunnen we de zaak sluiten. Ja, voorzitter, nogmaals, ook dit is weer een herhaling van zetten. Die ondernemers hebben allemaal de kans gehad om bestemmingsplan buitengebied daar iets over te zeggen. Nou, dit vinden ze kennelijk allemaal goed wat er nu voor ligt. Nogmaals, de afvalsloopsector,
slapende honden wakker maken, is misschien ook wel gebeurd door de publicatie. Maar goed, wat u zegt, gaan we dan ook ondernemers stellen dat er een straat is die denkt, we willen wat geld verdienen voor onze buurtvereniging. We gaan een windmolen voor 200 meter plaatsen en de hele straat zet een handtekening en zeggen wij als gemeente nou weer wat. We gaan iedereen eens even vragen in die buurt en dan gaan we even een windmolenpark neerzetten. Zo werkt dat nog niet. Het beleid moet gewoon van hier vanuit de gemeente gaan. Mensen kunnen inspraak doen. En dat zit. En op een gegeven moment is het klaar. En dan ga je na die tijd de inspraak, wat heel breed is gebeurd op diverse fronten, ga je nog eens een keer met een enquête of zo, voorzitter. Dus nogmaals, het is een bestemmingsplan. Het is een heel juridisch gevoelig traject. Anders dan ook op zondag. Een laatste vraag, meneer Van Rijn. Nou, ik hoop, voorzitter. Het is weer appels met peren vergelijken. We zitten hier voor de zoveelste keer te praten over dit dossier. Voor de zoveelste keer zijn alle stoelen bezet door de omwonenden. U heeft ze uitgenodigd. U hebt toch de debat... Wij hebben niemand uitgenodigd. U heeft toch het debat aangevraagd. Weet voorzitter, is dit de juiste manier van debatteren? Wacht eventjes. U stelt een vraag. Ik verwacht een vraag van u aan de heer Elsinga. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, dank u wel. Voor de zoveelste keer praten we over de firma Dekker. Voor de zoveelste keer, en we hebben ze niet uitgenodigd, echt niet, zijn alle stoelen bezet door omwonenden die het prima vinden. Meneer Veldmeijer, wilde u een vraag stellen? Ja, okay. De spandoeken die heimelijk zijn weggehaald door de wethouder in de nachtelijke uren volgens mij. Meneer Veldmeijer, wilt u een vraag stellen? Dat kun je niet vergelijken. Ik heb het nu 3 keer gezegd, wilt u een vraag stellen aan de heer Elsinga? Dat betekent, voorzitter, dat dit gewoon een heel levend belangrijk dossier is. En vandaar ook dat ik vraag aan GBT, zullen we dan enquête houden onder de ondernemers om te kijken wat zij ervan vinden? Ik denk dat de heer Elsinga zijn antwoord heeft gegeven. Heer Elsinga. Inderdaad, voorzitter. Ja. Dan sluit ik de tweede termijn van de raad en kijk naar de wethouder of er een reactie vanuit het college nog op een aantal gemaakte vragen, zeker opmerkingen. Wethouder, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk van de PVV geen vragen gehoord in de tweede termijn. De SGP weliswaar wel. Maar ik constateer dat de heer Jonker eigenlijk het debat overdoet van 2018, waarin er een zienswijze is ingediend, er een reactie is geweest van de gemeente en vervolgens wil hij het debat alsnog overdoen. Ik heb geen enkele behoefte, voorzitter, om daarop te reageren en dat doe ik dan ook niet. Waar het wel even over gaat, dat was de vraag, bent u het met mij eens dat de tekst in artikel 5, of in artikel 4.1 onder G.5, multi-interpretabel is? Het antwoord daarop is nee. Het is maar net hoe je de tekst leest. En ik wil de tekst wel even voorlezen, waar... Of... Nee. Wacht even. Nee, ook vanuit de tribune niet. Zo gaan we niet met elkaar om. Ook de raad is alle ruimte geboden om het woord te voeren. En hetzelfde geldt ook voor een wethouder. Wethouder, aan u het woord. Onder lid 5 staat het op- en overslaan van diverse stoffen en goederen voor duurzaam hergebruik. Dat is 1. Zoals, en dan komt er een opsomming. Bouw- en bouwafvalstoffen. Zoals ongebroken puin. Bouw- en sloopafval. Bouw- en sloopafval welke vrijkomen van buiten de inrichting en welke rechtstreeks of na behandeling duurzaam hergebruikt kunnen worden. Daar staat dus niets over het duurzaam of in behandeling nemen ter plekke van de inzameling. Er staat alleen dat daar op- en overslaan van diverse stoffen welke rechtstreeks of na behandeling duurzaam hergebruikt kunnen worden. CQ als product nuttig kunnen worden toegepast. U kunt lezen, en de wens is de vader van de gedachte in deze, en dan kunt u het multi-interpretabel maken. Maar in mijn beleving en in het beleving van de juristen hier ter huize is het niet multi-interpretabel. De tweede vraag was, en dat ging over die tonnage, is dat nou onmogelijk bij artikel bij een milieucategorisering van 3.2... Dat doet totaal niet de zaken, heer Jonker, want de eerste afweging die gemaakt dient te worden is een ruimtelijke afweging. En die afweging is dat het in het buitengebied niet is toegestaan.
dat Dekker in dit geval 3.2 in het buitengebied heeft, heeft hij te danken aan het overgangsrecht. Nadat verschillende bestemmingsplannen in de loop der jaren zijn vastgesteld en een bepaalde activiteit die hij daar uitoefende, mocht blijven uitoefenen. Dat maakt dat hij tot 3.2 daar zit. Als je het hebt over die 3.2, is dat mogelijk om verder te gaan naar een milieucategorie 4? Dan is dat op een bedrijventrein, daar waar het ruimtelijk dus wel mogelijk is. Dan is dat eventueel mogelijk, mits aan allerhande eisen voldaan wordt. En dan moet u denken aan geur, moet u denken aan stof, moet u denken aan geluid, moet u denken aan trillingen. En noem alle milieuaspecten maar op die daar een rol kunnen spelen. Dat is voor wat betreft de milieucategorisering. En dan denk ik, het laat mij geen enkele ruimte om hier maatwerk toe te passen, want daar is totaal geen sprake van. En zoals de heer, zoals de GBT-fractie al aangaf, het bestemmingsplan is door de Raad van State onherroepelijk verklaard. Daar wil ik het bij laten, voorzitter. Dank u wel. Dan sluit ik deze bespreking en gaan wij verder met het volgende onderwerp. En voordat ik verder ga, geef ik de mogelijkheid om de zaal te verlaten, dus wil ik voor 5 minuten schorsen. Goed, ik ga eens kijken of ik alle raadsfracties weer aan tafel kan krijgen. En ik heb schorsen van 5 minuten, nou die hebben we volgens mij gehad. Het is altijd lastig als je een fractie van meerder hebt, dan worden ze opgehaald door een fractielid. Maar als je fracties van 1 hebt, dan moeten ze wel aanwezig zijn. Dus ik wacht nog even totdat ze... fracties van PvdA, GroenLinks, VVD, PVV, SGP er zijn. Goed, ik mis nog de fractie SGP-PVV, maar ze zijn gewaarschuwd, dus ik ga wel... Oh nee, de SGP, ik wou zeggen, ik had u wel binnen zien komen. Ik ga dan toch beginnen met het volgende agendapunt. En dat is het haalbaarheidsonderzoek Vitaal Sportpark Park Het Midden. En ik geef het woord aan... Meneer Kelder, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de voorzitter, toen wij het haalbaarheidsonderzoek binnenkregen, dacht ik begin december, eind november, was de verbazing alom dat wij een aantal essentiële dingen misten. En dat ging met name over het vitale deel. Wat we kregen was een uitgewerkt stuk met heel veel cijfertjes en een aantal aannames waarvan gezegd werd van, nou, het is bij benadering, zijn dit de cijfers. Maar met name het vitale deel waar het eigenlijk om ging, waar we ook de discussie over hebben gehad toen met de indiener van het amendement, dat misten we. In mijn voorbereidingen had ik daar ook een aantal dingen echt op toegespitst. Alleen we werden vanmiddag positief verrast door een brief van de initiatiefnemers, die ik gesproken heb vlak na het uitkomen van dit stuk, waar ze toch ook heel verbaasd waren. En gelukkig gaan we staan dat ze in gesprek met de wethouder nu tot een andere... overeenstemming zijn gekomen om toch inderdaad het vitale deel alsnog wat opgepakt. Ik hoor ik straks graag van de wethouder, want dat soort dingen had ik nog graag beter stuk gehad, want dan had denk ik een heel andere discussie aan de voorkant gehad. Maar blijkbaar is in de tussentijd een aantal constructieve gesprekken geweest, waar in ieder geval dat soort dingen aan de orde zijn geweest. En dat stemt mij in ieder geval, onze fractie in ieder geval, positief, want dat houdt in dat we in ieder geval... de essentie van de visie in ieder geval in stand blijven houden. En daar ging het ons om. Als je dan kijkt naar het stuk op zich, net wat ik zeg, er worden heel veel cijfers genoemd. De conclusie is dat dan het geld wat daarvoor nodig is, niet aanwezig is in de begroting. Er wordt gesproken tussen 665.000 en 688.000 euro. Dat zit niet in de begroting mogelijkheden. Als ik dan alleen kijk wat dan... een van de slotregels is, dan staat er, er komt een nieuw voorstel van een zwemvoer voor de zwemhallen en de sporthallen. Mijn concrete vraag is dan, zijn daar dan wel de budgetten voor? Want een aanvullende vraag is, in die bedragen die genoemd worden, zoals ik het lees, is dat inclusief het zwembad. Zwembad hadden we nog steeds volgens mij, de discussie gaat tussen 6,45 en 6,90, maar goed, die zouden dan wel kunnen. Het is soms vreemd dat we aan de ene kant dat geld niet hebben, voor het stuk wat er nu ligt. Aan de andere kant wordt gezegd, we komen wel met een voorstel. Dat vind ik op zich een beetje een vreemde gang van zaken.
Daarnaast wordt gezegd, daar kom ik in meerdere stukken voor, dat er een wettelijke verplichting is voor het onderwijsvoorziening. De concrete vraag is, zijn dat gelden die alleen maar de kosten van de gemeente komen? Of is dat ook van Rijksoverweg een aanvulling? En in hoeverre is de noodzaak nu aanwezig om inderdaad die spoorlijn op zeer korte termijn te vervangen? Tot zover even mijn eerste reactie. Ik ben heel benieuwd naar of de wet al inderdaad de brief die vanmiddag ontvangen is deelt. En of inderdaad dat ook zijn intentie is en dat we daar op welke termijn wij daar nu vervolgstappen kunnen verwachten. Tot zover in eerste instantie. Ja, dank u wel. Meneer Even voor de duidelijkheid. U heeft zich keurig aan de tijd gehouden. Maar ik denk, ik meld toch maar even dat de maximale spreektijd 5 minuten is. Zodat iedereen dat helder weet. Maar u weet het ruim binnen de tijd. Ja, u heeft uw best fantastisch gedaan. Ik kijk naar gemeentebelangen Twenterand. Heer Elsega voert het woord. Ik ga gewoon het lijstje bij langs van wat ik hier op mijn papiertje heb staan. Ja, soms doe ik dat. Soms. Heer Elsega, aan u het woord. Ja, voorzitter. Gemeente Belangen Twenterand die deelt de mening van het college niet verder te gaan met het onderzoek naar Vitaal Sportpark in het Midden. Gezien het nu al duidelijk is dat er tientallen miljoenen euro's mee gemoeid zijn. En die bedragen die zullen alleen maar verder oplopen. En ja, je hoeft niet doorgeleerd te hebben om dat uit te kunnen rekenen. Maar eerst even terug naar de laatste raadsvergadering van voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. GBT heeft ten opzichte van alle andere partijen die destijds het amendement wel mede indienen een ander uitgangspunt. Want we stemden als enige tegen. Had een aantal redenen. Vooral dat wij vonden dat een vitaal sportpark niet per se vanuit Frieseveen hoeft te starten. Het mag van ons ook in meerdere kennen, het moet van onderaf komen. Een mooi voorbeeld wat we nu dus zien, want dat vinden wij ook vitaal, is sportpark De Roorst, het Midden. Die ook nog eens al het geld zelf hebben binnengehaald. En het is heel energiek. Dat is ook een voorbeeld van een sportpark wat vitaal is. Het amendement dat ging ook automatisch uit van realisatie nadat het plan is uitgewerkt. Wat de uitkomsten of kosten ook zullen zijn. Nou ja, dat is een soort van blanco cheque afgeven, dus daar konden we natuurlijk ook niet mee in zijn. En de manier van benadering, we werden echt vlak voor de vergadering destijds benaderd. En het was eigenlijk een tekenen bij je kruisje. Ja, en het voelt ook niet goed. Want je kent het plan verder niet op dat moment, dus wat moet je ermee? Maar goed, uiteindelijk vond het wel heel positief dat er heel veel verenigingen en organisaties bij het plan waren betrokken. En 6 van de 7 partijen die waren voor, die hebben het amendement ondersteund. En daarom hebben wij ook het amendement gerespecteerd en ook in de coalitieonderhandelingen met CU over gesproken dat er een soort van onderzoek gewoon komt van wat betekent dit nu eigenlijk en wat kost het dan? Alleen we hebben wel het woordje realisatie er niet in opgenomen. Het belangrijkste wat wij wel vonden was het zwembad. Dat is voor ons prioriteit nummer 1, een overdek zwembad. Dat is voorzitter even wat wel het verschil is ten opzichte van de andere partijen. Wat we natuurlijk ook gedaan hebben, en dat is dat wij het zwembad eigenlijk uit Frieseveen, niet eigenlijk, we hebben de stekker eruit getrokken bij Frieseveen Noord. Het zwembad is gewoon weer terug of blijft eigenlijk op Sportpark het Midden. En als je dan het over een vitaal sportpark wilt hebben, dan hoort er natuurlijk een zwemvoorziening bij. Dus wat dat betreft hebben we al een hele mooie bijdrage eraan geleverd en dat heeft op dit moment nog geen cent gekost. Dan even over de toelichting bij dit verhaal die het CDA indiende. Het is eigenlijk geknipt en geplakt, gekopieerd en geplakt van het amendement. Het tweede deel zie ik, dat is weggelaten, maar in het tweede deel, daar wordt wel over gesproken dat de kostendekkendheid verhoogd kan worden. En dat de tarieven misschien dan niet omhoog moeten. Nou, daar is nu natuurlijk hier geen sprake van. Dat kun je aan deze cijfers al wel zien. Dus dat zou positieve gevolgen kunnen hebben voor de begroting van 2020. En dat gaan we niet meer hebben. Maar uiteindelijk blijft het wel zo, voorzitter. We hebben het over gigantische bedragen. Het gaat bijna om 1/3 van de totale begroting van Twenterand. Het is megalomaan. En ook een beetje on-Twenterand. Ik heb nog niet in de afgelopen 10 jaar een plan meegemaakt wat zoveel geld zou gaan kosten. En dan heb je het over vitaal. Wat is vitaal? Ik zei net al, wij vinden bijvoorbeeld wat op de Roors gebeurt in Den Ham, dat vinden wij ook vitaal. Het hele dorp, het is een soort cultuurhuis met alles er en nog wat bij en dat deed alleen maar uit. Dus dat vinden wij ook een vitaal sportpark. Dus wat is nu vitaal? Is dit nu het voorbeeld wat voor ligt van vitaal? Zorg. Wat is zorg? Heb je het over zorgappartementen, dan heb je over het stukje fysiotherapie of heb je het over de huisarts? Of is het zo dat je bijvoorbeeld met Kar in het Regenland nu bij Deter doet of de Twentse Zorgcentra bij DOS, is dat ook een stukje zorg? Daar kun je over reden twisten, maar dat vinden wij ook wel daarbij passen.
Dus het zijn vitaal en zorg, dat zijn wel containerbegrippen. Nou, hoe dan ook, voorzitter, het blijkt nu dat het vitaal sportpark is dus financieel onhaalbaar. En we willen ons vooral concentreren op de zwembaden. Nou, de Groene Jager, staat ik in het coalitieakkoord, er zou nog wat investeringen en duurzame investeringen op volgen. Nou, dat is inmiddels rond, er komt een isolatiedeken. De mensen zijn druk bezig in de NAM om dat allemaal voor elkaar te maken. Nou, Aquapark de Zandstuur, die zouden we wat opwaarderen. Het zou met een grote glijbaan komt erbij, moest meer een recreatieachtig iets worden. Nou, dat zal in mei denk ik allemaal in gebruik worden genomen. En dan hebben we dus nog het onderdeel wat ook in het Vitaal Sportpark staat. Dat is het zwembad, dat is het derde deel van het verhaal. En we hopen dat we daarover, en daar hoor ik de wethouder graag over, over 2 of 3 maanden een keer een klap op kunnen geven. Voor GBT geldt het ook iets anders dan de andere partijen. Wij hebben ons nooit vastgepind op 6,45. We hebben nooit gezegd 6,45 is voor ons de grens. We willen eerst gewoon graag kijken naar de inhoud. En de inhoud betekent voor wat voor doelgroep wil je nu zijn. En we hebben eigenlijk gezegd ook in het coalitieakkoord. Wij vinden sport, beweegbaar, gezondheid vinden we heel belangrijk. En dan komt een stukje gehandicapten, ouderen en zwemverenigingen bij kijken. Dus we willen eerst afwachten wat is de inhoud. En dan kijken van wat past daar het beste bij. Dus... ja, voorzitter. En omdat we intussen heel veel tijd hebben verloren, ik rond af, want dat is wel zo en dat vinden wij wel jammer, moet er nu wel echt gas gegeven worden met de zwembad, hoewel er niet met gas gestookt hoeft te worden straks met een duurzaam zwembad. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de Christine en de heer Smelt. Aan u het woord. Ja, voorzitter, collega's van de raad aanwezigen. Vandaag kwam er een brief naar de raad via de Griffie. Met daarin een breed gedragen boodschap. Voor ons en voor mijn fractie is het ontwikkelen van een vitaal sportpark, nee dat zeg ik verkeerd, van vitale sportparken in heel Twenterand, een springlevende gedachte. We hebben voortdurend in onze bijdrage als fractie de verbinding gemaakt met zorg en de mogelijke inverdieneffecten. En daarom zijn we blij in de brief die we vandaag hebben gelezen, dat daar duurzaam op ingezet wordt. Aan het college de vraag hoe zij de visie en de kaderstelling rondom een verdergaande uitwerking voor haar ziet. Daarnaast landen wij bij de volgende tekst uit het voorstel. Het realiseren van functionele, multifunctionele accommodatie leidt tot een verzwaring van de gemeentelijke begroting 665-688. Uit het onderzoek komt naar voren dat het realiseren van een multifunctionele accommodatie leidt tot een verzwaring van de gemeentelijke begroting, extra uitgaven staat daar. Van 665.000 bij het model Voorplein of 688 bij het model Centraal. Een aantal eenmalige investeringen kunnen dit bedrag wat laten afnemen. De gemeentelijke begroting biedt op dit moment geen ruimte voor een structurele dekking van dit bedrag. En houd dat even vast, ik kom daar zo op terug. Dan naar het collegeakkoord. We hebben opdracht gegeven voor het realiseren van een nieuw overdekt zwembad in Vriezenveen. Of sportpark in midden in deze periode. En ja, de nieuwbouw van een nieuwe sporthal ter vervanging van de huidige oude stamper is voor ons een noodzakelijke volgende stap in een gefaseerd uitvoeringsprogramma op sportpark in midden. Wat ons betreft, voorzitter, starten wij met het zwembad. Daar willen wij als fractie het college voor zoeken om er echt haast mee te maken. En in navolging van wat u net zei, collega Elsega. Dan zou ik u willen vragen, kunt u straks in uw termijn aangeven op welke termijn de raad daarvoor een voorstel van u kan zien. Vervolgens gaan we de uitwerkingen van de sporthal verder concretiseren. En er worden vervolgens visies ontwikkeld voor de vervolgstappen binnen de vitale sportparkgedachte. Deze reis kan een aantal jaren duren wat ons betreft, maar dat is niet erg. We hebben als fractie wel het vertrouwen dat u als college... maar ook navolgende colleges samen met een betrokken team van inwoners, belanghebbenden en ambtenaren integraal gaat werken aan nieuwe stappen die dan weer nodig zijn voor het zetten van de volgende stap op deze reis. Ja, heer, het is heel duidelijk dat wij niet in één keer die portemonnee op de kop kunnen zetten en dat er voldoende geld uitkomt om alle plannen in één keer te realiseren. En daarom vraag ik u ook aan de wethouder, maar ook aan de collega's, of u met ons... die gefaseerde reizen wilt maken om tot het totale doel te komen om die vitaliteit integraal uit te werken met mensen uit het veld die er verstand van hebben. Voorzitter, nogmaals,
Voor onze fractie is die vitale sportparkgedachte spring en spring levend. En niet meer en meer dan alleen die bultstenen. En het bouwen van gebouwen. Het is bouwen van kwaliteit in onze samenleving. Het is bouwen en het ook voorkomen van problemen op lange termijn. Het is een reis waar ik soms een klein beetje in mag kijken, omdat mensen die er verstand van hebben mij meenemen. Maar voorzitter, ik zou een wereldreis moeten maken om het totale plan te kunnen zien en ook te kunnen overzien. En ik ben benieuwd naar de volgende halte. Dank u wel, voorzitter. De heer Kelder heeft de vraag en de heer Kelder aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer Smelt, uw collega coalitiegenoot meneer Elschaar wist dus niet wat vitaal inhoudt. U noemt het heel vaak in uw betoog. Zou u me nou en namens het volgens mij aan kunnen geven wat u dan wel onder vitaal verstaat? We hebben in het voortraject dit amendement samen toen de tijd gemaakt, waar we uitgesproken hebben wat wij eronder verstonden. Ik zie ook in uw coalitieakkoord een aantal dingen genoemd wat de heer Elschaar niet noemt, maar ik hoor u dat ook niet zeggen. We hebben het over zorg, we hebben het ouderen, over jeugd, dat soort dingen. Zou u mij een uitleg kunnen doen wat u nou verstaat onder wat moeten we nou zien in die vitaliteit? En dat het een aantal jaren duurt, daar zijn we het allemaal over eens. Meneer Smelten, nu het woord. Voorzitter, ik beantwoord deze vraag met een wedervraag. Is het relevant voor dit voorstel dat ik u een definitie geef? Of is het relevant voor dit voorstel dat ik u een richting geef en kaders geef? Wat wilt u van mij als collega raadslid met mijn functie hier? Een definitie of een oplossing voor een heel mooi plan? Heer Kelder. Dank u wel. Ik vraag geen definitie, ik vraag een richting waar u nu denkt. Ja? Net wat ik zeg, we hebben in de coalitieakkoord een aantal dingen genoemd. Ouderenzorg, jeugdzorg, dat soort dingen. U geeft net aan, het mag een tijdje duren. Dat hebben we toen ook in de discussie best wel aangegeven. Ik wil het niet gezegd dat wij nu. Maar ik heb in mijn bijdrage gezegd, dat deel missen we nu net in dit stuk. Dit stuk is gewoon een opsomming van twee gebouwen. Dat zal er ook moeten komen, dat is prima. Volgens mij kun je daar een aantal dingen wegknippen. We hebben ook een zwembad en de sport hadden we wel. We hebben een tijdtermijn achterin, dat is prima. Maar het gaat met name om, waar willen we dan werken? Ja? Als ik kijk naar de brief die vanmiddag ontvangen is, waar een aantal dingen worden genoemd. En ik ga er vanuit het wethouder ons daar ook iets verder in meenemen. Maar ik ben heel benieuwd naar wat u dan als coalitiepartij ingebracht hebt, wat u dan nu dan mist. Voorzitter. Smelt aan het woord. We gaan de reis even weer terugmaken naar het moment dat wij samen met onze koffertjes op het station stonden. U en ik. In de vorige coalitieperiode. En toen wij de koffer openden en zeiden, wat heb jij in jouw toilettas? En zullen we daar samen één toilettas van maken? Dat moment, daar kwam een amendement uit. In de nadagen van onze gezamenlijke coalitie. Daar is het voorstel voor gekomen, uiteraard, meer onderhandeld in dit college. Er is een coalitieakkoord uitgekomen. En uit dat coalitieakkoord, daar heeft u kunnen lezen, staat in wat ik u net heb voorgelezen in mijn termijn. De gedachte van die gezamenlijke toilettas met een gezamenlijke koffertje is voor mij nog steeds springlevend. Ik weet exact welke tandenborstel u in het toilettasje hebt gestopt. Maar u weet ook wat ik daarin heb gestopt. Dus gezamenlijk hebben wij niet en totaal geen enkel meningsverschil over hoe wij met de raad gedebatteerd hebben waar we willen komen. Hou dat vast. We zijn onderweg op die reis. Ik heb er vertrouwen in vanuit de rol die ik nu heb in dit college en de invloed die je als coalitiepartij heeft. Maar heeft u ook vertrouwen, dat we samen de volgende halte gaan bereiken? Of wilt u uitstappen? Heer Kelder, de laatste. Dank u wel. Het mag helder zijn dat ik er niet uitstap. Ja, ik stap er wel al 2 jaar uit. Ik wil daar een ander verhaal. Maar dan bent u nog niet van mij af op dat gebied. Want ik, er is iets wat, nou dat weet u, ik ben hier jaren mee bezig dat het gaat komen dan had. Het ging met name om de reactie van de Elzinga, waarin die toch een andere beleving aangeeft over de vitaliteit die wij met z'n allen zoeken. En waar ook de mensen achter ons, die daar heel veel tijd en energie in steken, hebben gestoken en nog steeds steken, met alle respect. Die willen ook graag die stappen willen maken. En het verbaast me dan dat u die gedrevenheid wel hebt. En dat mis ik gewoon bij uw collega de Elzinga. Ik zou het hem moeten vragen, maar u, dat zal ik ook zonder meer wel doen. Maar omdat u met name toch een aantal keren dat vitaliteit noemde,
En ik wil gewoon een stukje bevestiging dat in ieder geval die drive van uw kant in ieder geval nog is. De heer Smelten, aan u het woord. Voorzitter, als ik daarmee dan de vraag waar meneer Kelder mee begon aan de interruptiemicrofoon beantwoord heb, wat verstaat u onder vitaliteit? En we komen op dit punt tot deze conclusie, dan hebben we een prima debat gevoerd en zijn we het daarover eens. Dank u wel. U was aan het eind van uw betoog. Dan ga ik naar de heer Jonker. Heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ook hier hebben wij verstand van, meneer Smelt, over een debat Vitaal Sportpark. Voorzitter, ik heb goed geluisterd naar de toespraak van de voorzitter van de Harmonie tijdens de nieuwjaarsreceptie. Die zei, we hebben al een Vitaal Sportpark. Die is er al. Trouwens een prachtige naam ook, Harmonie. Laten we blijven werken aan de inhoud van die naam. Dus we hebben vitale clubs, het bruist, veel activiteiten, noem ze allemaal maar op. De vraag is, hoe houden we een en ander vitaal, zodat we kunnen blijven bewegen met elkaar? We lezen in dit plan over veel vergezichten en wonderbeelden, maar hoe houden we de portemonnee vitaal? We hebben eerder in deze raad over gesproken, bijna een jaar terug, 22 januari, toen de heer Stolten het woord voerde. Dus ik ben ook blij dat de heer Stolten hier weer in de raad zie zitten. Terechte vragen die hij toen ook stelde, die hadden wij ook, hebben we nog. Maar voorzitter, laten we AUB eerst beginnen met het zwembad. Dat is aan vernieuwing toe. En wat daaromheen meegenomen kan worden, zou mooi zijn. Maar er moet eerst een concreet plan komen om tot realisatie te komen van een nieuw zwembad. En daar wachten we nog steeds op. Er wordt ook in het onderzoek nog steeds gesproken over renovatie. Waarom? De staat van het zwembad is toch zodanig dat je daar toch bijna niet meer veilig in kan zwemmen. Wanneer dreigt sluiting? Hoe lang kunt u de openstelling nog garanderen? De kinderen snakken naar een fris zwembad en niet alleen de kinderen. We zouden zeggen, maak een pas op de plaats als het gaat om het Vitaal Sportpark. Vandaag kregen we nog een brief van de initiatiefgroep Vitaal Sportpark en Beweegpark. Zij concluderen dat het financieel niet haalbaar is om het Vitaal Sportpark in één keer te realiseren. Vervolgens schrijft men, de doelstelling en gedachte van het Vitaal Sportpark is bij alle betrokkenen springlevend. Afgesproken is om hier voluit mee door te gaan. Wat houdt dat in? Kan de wethouder dat duiden? Hoe staat het college in deze wedstrijd? De SGP denkt dat we elkaar niet aan een lijntje moeten houden. Als u verder wil met het Vitale Sportpark, dan zult u een concreet traject moeten benoemen en een concreet besluitvormingstraject. De reis waar de heer Smelt het ook over heeft. Maar maak dat ook smart geformuleerd, zodat wij niet blijven kijken. Voorzitter, de SGP is bang voor een nieuw financieel debakel, waarbij we straks als raad ergens ingezogen worden, waar we de regie kwijtraken en dat we straks alleen de functie van pinautomaat hebben. Het heeft al tonnen gekost. De plannen zijn prachtig, de schilderingen zijn mooi, het enthousiasme is groot, maar we hebben hier een verantwoordelijkheid om keuzes te maken die gemeentebreed gedragen worden. Wat we ook doen, de fractie van de SGP wil dit goed onderbouwd zien. Dat betekent, wat doen we nu? Wat gaan we doen met de daarbij behorende cijfers, hoeveel geld en et cetera. En ook de vraag, u hebt veel met die sportvereniging om tafel gezeten, hoeveel geld nemen zij mee? Ik dank u wel. Dank u wel, dan de heer Kobus. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, nu de resultaten van het onderzoek naar het Vitale Sportpark via de raadsbrief bekend zijn geworden, hebben wij wat vraagtekens bij de totstandkoming hiervan. Want alhoewel er gesprekken zijn gevoerd met de deelnemende verenigingen, vragen wij toch af in hoeverre hun inbreng dan is meegenomen. Het Vitaal Sportpark was natuurlijk een vergezicht richting een ideaal plaatje in de toekomst. Dat niet helemaal haalbaar zou zijn, dat was te verwachten. Maar in hoeverre is er ook gekeken naar wat er dan misschien nog wel te realiseren is, ook in combinatie met zelfwerkzaamheid van verenigingen. Het sportpark is ondertussen al 50 jaar oud, geopend bij het vorige jubileum van Vriesveen, namelijk 600 jaar. Ondertussen is er natuurlijk wel al wat aan accommodaties gedaan, maar de infrastructuur blijft toch wel achter. Zeker gezien het aantal auto's dat er nu regelmatig komt in vergelijking met 50 jaar geleden.
We hebben contact gehad met de verschillende verenigingen en daaruit blijkt naar voren dat men niet de indruk heeft dat het plan volledig is afgeschoten, maar dat er vervolggesprekken zijn toegezegd. Daarom hebben wij de volgende vragen. Zijn de verenigingen meegenomen in het onderzoek zoals dat nu is gedaan? En is er overleg geweest om eventueel in stappen of fases aan de gewenste behoeftes van verenigingen tegemoet te kunnen komen? Ik denk dat hier ook de lijn die de heer Smelt aangeeft in fases, dat wij daar in zouden mee kunnen gaan. En zal in de vervolgfase die nu binnenkort komt in verband met Zwemmer ook de infrastructuur worden aangepakt? Komen er vervolggesprekken met de vereniging waarin de volgende stappen kunnen worden besproken? En kunnen er in die diverse fases zaken worden uitgezet voor de komende jaren om toch een deel van dat vitale sportpark in de toekomst te kunnen realiseren? Dank u wel. Dank u wel. Dan heeft iedereen het woord die het wilde. En geef ik het woord aan wethouder Paters, aan u het woord om namens het college te reageren op de gestelde vragen, zeker uw inbreng. Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. En dank aan de fracties die hun inbreng geleverd hebben. En eigenlijk spreken we nu over twee verschillende trajecten. We hebben de harde kant, het harde traject, namelijk stenen en water, zwembad en sporthal of sporthallen. En de gedachte en wat daarvoor nodig is, vitaal sportpark in de volle breedte. En ik zal proberen ook op die manier mijn beantwoording te doen en dat zo compleet mogelijk te doen. Het haalbaarheidsonderzoek hebben we uit laten voeren omdat we wilden kijken van wat kunnen we doen. Wat is de rijkwijde ook van verenigingen en dergelijke en wat is daarin mogelijk. De conclusie dat, hoewel ik van het totaalbedrag niet eens achteroverval, want als je dit wil doen dan heb je het over een hele forse investering. Maar de conclusie dat onze gemeentelijke begroting, en daarmee zeggen we eigenlijk ook niks nieuws, die totale investering op dit moment niet kan dragen, die moesten wij trekken. En dat betekent dat je daarmee een vervolgstap moet zetten. En die vervolgstap, en zowel de heer Smelt als ook anderen, de heer Kobus deed het ook, refereren daaraan, die zal gefaseerd moeten. En dat betekent dat je moet nadenken over zwembad. En dan een sporthal of sporthallen en in welk tempo je dat dan kan doen. En dat betekent ook, voorzitter, dat ik mij gebonden en gehouden weet aan de afspraak zoals wij die in het coalitieakkoord hebben gemaakt. En dat onze inspanningen er op dit moment op gericht zijn om a. zo snel mogelijk te komen met een voorstel voor de bouw van een nieuw overdekt zwembad. Wellicht dat daar een sporthal of sporthallen in meegenomen kunnen worden. En als dat kan, dan zullen we dat zeker doen. Mocht dat niet kunnen, dan zullen wij u ook zo helder mogelijk proberen aan te geven wanneer dat dan wel kan. Want ook die behoefte is groot bij sportverenigingen, maar ook zeker bij onderwijs. En de heer Jonker vraagt naar renovatie. Renovatie van de stamper, meneer Jonker, is geen optie. En u vraagt mij mijn glazen bol te pakken en hoe lang ik de openstelling nog kan garanderen. Nou, u neemt het mij vast niet kwalijk dat ik daar geen antwoord op geef. Helder is dat als het verkeerde onderdeel stuk gaat, dan is het misschien nu of morgen gebeurd. Er wordt door de betrokkenen en ook door de medewerkers ontzettend hard gewerkt om de boel in de benen te houden en dat is tot nu toe gelukt. Maar als het verkeerde onderdeel stuk gaat, dan zitten we zonder overdekt bad. Dat is de realiteit. We moeten daar snel mee aan de slag. Ik zou nu heel graag tegen uw raad zeggen, voorzitter, dat ik binnen nu en een maand met een voorstel kom. U zult mij niet euvel duiden dat ik mij niet vastpin op die termijn, maar dat ik liever morgen dan overmorgen met een voorstel kom, dat mogen ook duidelijk zijn. En daar wordt op dit moment heel hard aan gewerkt. Dan de vitale kant van het sportpark en alles wat daar mogelijk is. Weet je, als je kijkt naar vitaliteit, dan heb je het over gezondheid. En heb je het over gezondheid
zowel mentale gezondheid, psychische gezondheid als lichamelijke gezondheid. Dan heb je het over preventie in de volle breedte. Dan heb je het over iets wat geen korte termijnwerk is, maar wat middellange en lange termijn is. En daarover zijn we nu gelukkig, en ik ben daar heel blij mee, ook verder over in gesprek met de initiatiefgroep. Wat betekent dat dan? En hoe zorgen we er dan voor dat je echt een beweging op gang krijgt die veel meer is dan steen? Die uiteindelijk best kan uitmonden in zorgappartementen, die uiteindelijk best kan uitmonden in een schoolgebouw op die locatie. En dat zou best kunnen, want een van de zaken die genoemd is, ook in de gesprekken die ik op begin deze maand nog gehad heb, is dat je aangetoond is dat hoe sneller je kinderen in de aanraking brengt met bewegen, hoe groter de gezondheidswinst op middellange en lange termijn is. Dus wat ik heel graag wil, is met de initiatiefgroep, maar ook met uw raad, daar verder over van gedachten wisselen van wat betekent dat dan. En ik waarschuw u nu vast, voorzitter, via u. Dat betekent ook dat u als raad anders met mij mee moet denken. Dat betekent dat u veel meer kaders moet stellen aan de voorkant. Wellicht veel meer dan u gewend bent. En dat u moet accepteren dat als u die kaders eenmaal gesteld heeft, dat wellicht de controlerende taak over 15 of 12 jaar pas aan de orde komt. Gezondheid op lange termijn, preventie, echte preventie en werk maken daarvan. En ik weet, zeker in het sociaal domein, er is op dit moment geen gemeente die daar niet de mond van vol heeft en die daar niet van alles in wil doen. Maar echte preventie vraagt, en dan sla ik hem heel plat, aan de voorkant geld beschikbaar stellen. Wel blijven kijken van wat gebeurt er, hoe gaat het. Maar zonder nu al te kunnen zeggen van en over 10 jaar moet het dit opgeleverd hebben. Echte gezondheidswinst vraagt veel en veel meer en vraagt anders kijken. En dat doe je niet op een achternamiddag, dat realiseer ik me ook wel. Maar ik nodig uw raad graag uit, voorzitter, om dit samen met mij, samen met de initiatiefgroep te doen. Laten we daar nou samen eens over gaan praten van wat stellen we ons daar dan bij voor? Hoe moet er dat dan uitzien? En wat zijn we dan bereid daarvoor te investeren? En ja, voorzitter, dat vraagt ook van ons dat wij ook anders kijken naar geldstromen in dit huis. Betekent ook dat wij, net zo goed als u, misschien aan de voorkant moeten zeggen, wij zijn bereid om jaarlijks een x-bedrag ter beschikking te stellen. En daar met de initiatiefgroep, maar zoals de initiatiefgroep ook schrijft, breder dan dat te kijken. Dan moeten we inderdaad de zorgverzekeraars daarbij betrekken. Dan moeten we huisartsen daarbij betrekken. Dan vraagt dat veel en veel meer. En om in de analogie van de heer Smelt te blijven, dan is dat een reis die ik heel graag bereid ben om samen met u aan te gaan. De heer Kelder heeft de vraag nu. De heer Kelder, aan u het woord. Ja, ik wil graag gelijk ingaan op de oproep die de wethouder doet. Want dat was nou net de oproep die wij gedaan hebben, middels het amendement. Die handreiking hebben we toen de tijd inderdaad gedaan. We hebben ook een aantal dingen genoemd. En we hebben ook bewust gezegd van, met name door de combinatie van die u als portefeuille hebt, de zorg en de jeugd en de sport, een unieke combinatie is om daar verbindingen te vinden. Dat was de achterliggende gedachte van ons amendement. Dat was ook de reden dat ik zo min of meer teleurgesteld was in het rapport wat we kregen. Want dit soort argumenten wat u nu noemt, dat heb ik in dat stuk gemist. Als we dat als toelage, of als bijlage, hoe je het maar wilt noemen, erbij hadden gehad, hadden we een heel andere discussie gehad. Ja? Want ik ben het met u eens, dat is niet iets van vandaag of morgen. Ja? En ik, in mijn eerste bijdrage die ik vanmiddag aan de kant heb gelegd, omdat we die brief kregen, ik was heel gelukkig mee met de brief van de initiatiefnemers. Want die hebben dus net datgene weer geraakt waar we het echt op zouden willen doen. Ja? Dus de handreiking die u, waar u nu om vraagt, die hebben we al gegeven 1,5 jaar geleden. Dank u wel. Dan vervolgt de wethouder zijn betoog en gaat in op datgene wat door de heer Kelder is gezegd. Ja, ik dank de heer Kelder voor zijn herbevestiging, zeg maar. Dat is alleen maar goed om te weten. Ik denk dat het goed is om te vertellen dat wij nu met de initiatiefgroep proberen om een stip op de horizon te zetten en zo concreet mogelijk te zeggen van wat zou dat dan voor ons in kunnen houden. Je moet ergens beginnen. En zelfs de grootste reis begint met de eerste stap. En laten we daar dan mee beginnen. En ik zeg u toe dat wij ook daarna bij u terugkomen. En of dat dan raadsbreed is of met een afvaardiging van de fracties
Dat je dat kunnen we dan op dat moment bespreken hoe we dat het beste vorm kunnen geven om het ook werkbaar te houden. Maar we willen heel graag daarmee verder en dat is ook wat we nu gaan doen. En daar komen we zo snel mogelijk mee. We hebben afgesproken dat een afvaardiging van de initiatiefnemers en wat mensen van de gemeente zich gaan buigen over hoe zouden dat uit kunnen zien. In Den Landen zijn links en rechts wat voorbeelden van iets wat erop lijkt, maar het is nooit hetzelfde. Dus we zullen toch vooral op zoek moeten naar ons eigen pad daar naartoe. Maar daar waar al wat gebeurt, willen we daar zeker gebruik van proberen te maken. Dus daar komen we zeker op terug en dat proberen we ook op een zo kort mogelijke termijn te doen. Dan nog een paar vragen over de stenen en of er geld van de Rijksoverheid is voor de sporthal. Nee, dat zullen we zelf moeten doen, helaas. De noodzaak voor een sporthal, die is verankerd in de wettelijke plicht om een sporthal te realiseren. De staat van de sporthal is beter dan van de stand, van het zwembad, maar beter is niet voor eeuwigheid. Dus in de fasering die waarschijnlijk zal moeten volgen, financieel gedreven, zo eerlijk moeten we ook zijn, moeten we wel kijken van als we nou beginnen met het zwembad, hoe kunnen we dan dat op een dusdanige manier doen dat we, als we de middelen hebben, snel kunnen schakelen, eigenlijk snel door kunnen schakelen naar ook het bouwen van een sporthal. Want de behoefte daar is er nog steeds, die is ook aangetoond. En die groei die de binnensportverenigingen in Friese-Veen hebben tegen alle landelijke trends in, die bestendigt zich. En dat is op zich heel goed nieuws. Geeft ook aan dat we daarmee door moeten. En dat ook, dat zei ik net al, het onderwijs daar een hele grote wens heeft om daar te kunnen realiseren. Dus daar gaan we zeker mee door. Ik zit even te kijken, voorzitter, of de heer Kelder. De heer Kelder heeft nog een vraag. Misschien voorkomen dan de tweede termijn. Die weet me nooit. Meneer Kelder, aan u het woord. Ja, aan u het woord. Dan hoeft de wethouder ook niet voor de derde keer aan, of de derde keer aan. Wat u nu net noemt, in het stuk staat met name, u zegt nu, we kijken even wanneer de sporthal aan de orde zijn. In de raadsbrief staat expliciet vernoemd dat er binnenkort een voorstel van de zwembaden en de sporthal komt. Ik hoor, als ik u nu beluister, dan zegt u van zwembad ja, dat gaan we zo snel mogelijk doen. En de sporthal hebben dan even een reservestand. Dat is dus iets anders dan nu het concrete regel die in de notities stond. Sporthallen in de parkeerstand, zo zou ik het niet willen formuleren. Als het mogelijk is, dan komen we met een voorstel om het allemaal in één keer te doen. Als dat niet mogelijk is, dan zullen we u uit moeten leggen waarom dat niet mogelijk is. En die verantwoording rust dan in dit geval op mij als portefeuillehouder. En dat zullen we dan ook doen. Wil ik de reis maken, vraagt de ChristenUnie. Nou, ik denk dat ik dat voldoende gezegd heb. Even kijken of ik dan alles zo'n beetje gehad heb. Kijk maar even naar de SGP. Ja, u vraagt dan pas op de plaats voor het Vitaal Sportpark. Een beetje indachtig de oproep van de heer Reusken bij Soweco. Die pas op de plaats ben ik niet bereid te maken. Absoluut niet. Wij willen samen die reis aangaan. En daar past geen pas op de plaats bij. Daar past zo af en toe misschien een tussenstop bij omdat je even op adem moet komen. En daar past bijstelling onderweg bij. Maar daar past geen pas op de plaats bij. En die gaan we dus ook niet maken. Maar ik heb zojuist toegezegd, ook richting de heer Kelder en uw raadvoorzitter, hoe we die reis wat mij betreft vorm kunnen geven. En u vraagt naar een concreet traject voor een vitaal sportpark. En ik denk dat ik daar ook voldoende over gezegd heb waarom juist kijkend naar die vitaliteit op lange termijn, die gezondheid op lange termijn, hoe ingewikkeld het dan gaat zijn om een concreet traject uit te tekenen. De stip op de horizon kan en welke reis en welke lijn daarbij hoort en of die een rechte lijn is of dat die met wat omwegen gaat, weet je, dat is niet eens van belang. Het doel is van belang. De reis daar naartoe is daaraan ondergeschikt. Dus als wij het eens zijn over het doel, dan past de reis zich wel aan. En dan past het tempo van de reis zich daaraan ook wel aan. En dus, voorzitter, voorzie ik ook geen financieel debakel, want u weet dat dit college, zeker ook de wethouder Financiën, staat voor transparant en financieel beleid. En op het moment dat ik de gedachte krijg
om even heel veel geld uit te geven. Dan is de kamer van wethouder Koster naast die van mij en dan weet hij mij te vinden. Wees u daarvan overtuigd. En dan nog de VVD. Wat wil te realiseren? Nou, daar heb ik zojuist wat over gezegd. En ook richting de heer Keulder. Ik denk dat dat voor u ook voldoende is, heer Kovers. En wat kunnen we wel realiseren met behulp van de verenigingen? Nou, daar hebben we een voorzichtig doorkijkje in gekregen. Maar ook daar wil je eigenlijk loskomen van wat kun je nou puur financieel hebben. Tuurlijk, er zal een moment komen dat dat op tafel komt. En dat je daar probeert met elkaar invulling aan te geven. Maar als je groter wilt denken en als je op termijnen van 10, 15 jaar wilt denken. Weet je, dan moet je wat mij betreft nou eens niet beginnen van wat is het je waard. Nee, wat moet het ons opleveren? En hoeveel zijn we dan bereid om daaraan te investeren? En dat is een andere volgorde van vraagstelling. Maar in dit geval is dat voor mij ook de enig juiste vraagstelling en ook de enig juiste volgorde. En ik denk, voorzitter, en u vraagt nog, heer Kovers, naar de infrastructuur. Het mag duidelijk zijn dat op het moment dat wij zwembad sporthallen gaan realiseren en we kunnen daarbij maatregelen, infrastructurele maatregelen nemen die het sportpark nu al beter maken, dan zullen we dat niet nalaten. Dank u wel. Dank u wel. Dan is de heer Kelder jouwer. Meneer Kelder, is er nu het woord? Ja, ik heb rust even wat dat de wet al klaar was, want ik had nog een specifieke vraag gesteld over de financiën. Of het bedrag van de zwembad, want die 6,88, of dat inclusief het zwembad was. Van 6,45, dan de discussie van 6,45, 6,90, zo wordt dan maar niet voeren, maar laten we 6,45 dan ook voor het gemak. Maar als dat, is dat inclusief, dat is volgens mij, zoals ik het lees, zit dat dus in die bedragen. Wethouder, nu het woord. Maar die 6,88 of 6,63 of nou, whatever, dat is de plus op wat we nu uitgeven. Dus we hebben nu 4 ton staan in de boeken hè, voor de stamper. En daar komt die 6 zoveel, komt daar, zou daar bovenop komen als je dit in één keer zou willen realiseren, inclusief zwembad inderdaad. Ja? Ja, de heer Kouder, nu het woord. Dat zal aan mijn intelligentie liggen, maar dat speelt allebei namelijk niet zo uit de stukken. In de stukken wordt, want daarom vraag ik het ook specifiek. Als je namelijk leest, dan wordt er gezegd van ik ga nu een extra belasting van de begroting doen, voor die 6,80 voor het gemak. Dat zou dus inclusief, want als je de voorstellen ziet, zit daar inclusief het zwembad. Ja, en dat zeg maar voor het gemak 6,45 zijn, dat is over 40.000 euro. Dus ik denk wel verstandig dat we in ieder geval even naar de voorstel kijken. Want als je het nu zo leest, dan denk ik, ja, waar hebben we het over? Want we praten over 40.000, 50.000 euro extra dan voor het zwembad zouden doen. Dat zou een koopje zijn. Dus dat staat niet in verhouding met hetgene wat er stond. Dus vandaar was dat helder. De verwarring. Ik denk het helder dat het ook meegenomen wordt als het definitief voorstel komt. Dank ja, dat klopt voorzitter. En, zullen, en ook de oproep die de heer Jonker daarin deed van maak nou inzichtelijk wat ben je nu kwijt, wat ben je straks kwijt. En dat zullen we beter in beeld brengen dan in dit voorstel verwerkt zit. De heer Jonker heeft ook een vraag en de wethouder aan u het woord. Dank u wel voorzitter. De wethouder die geeft al een nabrander. Want dat is ook mijn vraag, want ik krijg het gevoel dat ik naar heel veel poëzie zit te luisteren. Het college wordt hier betaald om concrete voorstellen te doen. De kaders zijn al meegegeven, wat de heer Kulder net ook al zei. De wethouder is tevreden als het doel van de reis maar een vitaal sportpark is. Maakt niet uit wanneer we er komen, maar het doel is goed. Er moet een vitaal sportpark komen, al duurt het tot Sint-Jurmus. Dat gevoel komt er bij mij een beetje over. Maar laten we eerst kijken naar het zwembad. Helemaal mee eens. Het heeft al geld genoeg gekost. Maar graag die kaders en ook concrete voorstellen. Want daar kunnen we hier als raad over van gedachten wisselen. Want als we hele mooie woorden hebben over het voorstel, prachtige wonderbeelden. De initiatiefnemers zijn misschien tevreden. Maar goed, ik ben er niet zo tevreden, al zou je het allemaal willen. Hier past gewoon een concreet traject bij. En dan moet de wethouder ons een voorzet toegeven en niet wij als raad. Dank u wel. Nou, misschien voor alle duidelijkheid. Dit was een haalbaarheidsonderzoek en is geen voorstel van het college. Even voor alle duidelijkheid. Het voorstel van het college komt nog. Hè? Dit was uw informering, heeft het geagendeerd. Dat is uw goed recht. Even voor alle duidelijkheid, anders dan gaat dat zijn eigen leven leiden. Ja? Ja, voorzitter, dan wachten wij dat nog af. Ja, dank u wel. Uiteraard. Wethouder, aan u nog als u ja, voorzitter, heeft. Als u mij toestaat om daar toch op te reageren. Want ik vind het jammer dat de heer Jonker het zo zegt. Wellicht is poëzie in uw kringen wat minder gangbaar, dat weet ik niet. Maar als u mij goed beluisterd hebt, dan heb ik juist heel duidelijk aangegeven
Volgens mij begon ik daar zelfs mee, dat we het over twee trajecten hebben. Traject 1 is steen en water. En traject 2 is het beeld en de reis waar we het over hebben. Dus u kunt van ons een concreet voorstel verwachten. Daar waar het gaat om de gebouwen, het water en hoeveel, welke configuratie, twee of drie baren en al dat soort dingen. Daar krijgt u een concreet voorstel. En ik vind het mooi dat u afsluit met, nee, u moet ons vertellen wat u wil en dan gaan wij daar wat van vinden. Terwijl ik juist net gezegd heb van nee, draai nou eens om. En denk nou eens met ons mee. En probeer nou eens samen met ons die kaders te stellen van wat willen we nou graag. Weet je, als u deel uitmaakt van ons reisgezelschap, bepaalt u mede welke tussenstops wij inlossen. En daar nodig ik u van harte toe uit. Dus ik hoop dat u meedoet. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk of er ook een tweede termijn nodig is. De heer Reusken wil in elk geval het woord. Is er verder iemand die het woord wil? Ik zit naar de heer Kobus te kijken, de heer Veldmeijer. Ja, dat zal wel aan u, de heer Elsega wel. Dan geef ik eerst het woord aan de heer Reusken en dan het woord aan de heer Elsega. Heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben in de eerste termijn niet gereageerd omdat we ook wel heel benieuwd waren naar de reactie van de wethouder. Laat ik om te beginnen zeggen, de mooiste plannen, de mooiste ideeën beginnen met poëzie. Met vergezicht, met een reis waarin je plannen bedenkt en waarin je mag dromen van wat allemaal kan. En als je die stip op de horizon neerzet en van daaruit terugredeneert waar staan we nu, dan kun je ook bepalen met elkaar wat de mogelijkheden zijn. Dus ik ga graag die reis aan met de ChristenUnie en ook met andere raadsleden als het gaat om wat willen wij, en dan noem ik het even dat vitale spotpark, wat willen wij daar? Ja, het gaat ook deels over stenen. Ja, het gaat ook over geld. Maar wat mij veel belangrijker is, zeker ook naar de brief die we vanmiddag gekregen hebben, zie ik daar mensen die in Twenterand actief zijn, zie ik daar spotverenigingen, zie ik daar mensen die met elkaar wat willen realiseren. Want daar heb je het inderdaad met elkaar wel over. Daar zijn voorzieningen. Daar zijn spotverenigingen, daar zijn partijen die met elkaar verbinding willen maken tussen gezondheid, sport en zorg. En dat is eigenlijk een prachtig instrument om met elkaar daarmee aan de slag te gaan. Dus wat mij betreft, wethouder heeft hij alle steun om dat proces verder aan te jagen en dat ook vooral samen te doen met die partijen. En laat het geen wedstrijd worden, want het is geen wedstrijd. Het is een samenspel van verschillende partijen. En als de wethouder een oproep doet om daar met elkaar dat gesprek over aan te gaan. De Partij van Arbeid GroenLinks heeft goede ervaringen met rondetafelconferenties. Wij weten wat het is om met stakeholders om tafel te gaan zitten en ideeën bij elkaar te brengen. Ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren. Dus wat ons betreft hoeft er niet steeds meteen een plan te komen waarin euro's aanhangen. Laten we vooral aan de slag te gaan om dat idee te verwezenlijken en dat in stappen te doen. Daarnaast zijn wij natuurlijk ook heel erg benieuwd naar de realisatie op de korte termijn van het zwembad. En wachten wij uw voorstellen af. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan de heer Elsega aan u het woord. Ja, voorzitter, ik hoor de heer Reusken net echt zeggen van het mooiste begint met poëzie. Je kunt het ook zweverig vinden. We hebben werkgevers ooit een directeur aangenomen op basis van zijn poëzie. Hij had voor de verandering geen sollicitatiebrief geschreven, maar een gedicht. Hij was binnen 4 maanden weg, het was niks. Dus het zegt allemaal niet zoveel. Dus je moet het ook gewoon zakelijk houden. En zakelijk is ook, daar hebben we hier mee te maken. We hebben hier te maken met geld. En het gaat om veel geld. En dus we moeten wel realistisch blijven en de gedachte van het sportpark zoals dat hier op staat, ja dat is mooi. En er zijn meerdere gedachten overal, alleen wel het realisme. Want hoe hou je de mensen steeds erbij? Hè? Want op een gegeven moment, we weten dat dit geen korte termijn visie is, maar een lange termijn. En op een gegeven moment na 4, 5 jaar dan zeggen de mensen, ja er gebeurt niks. En die valse hoop, die willen wij niet geven. Want uiteindelijk heeft het allemaal te maken met geld. En er zijn nog andere opgaven die wij natuurlijk hebben als gemeente Twenterand. Dus ja, de reactie van een pas op de plaats gaan wij niet maken. Ja, het is uiteindelijk, heeft het allemaal wel te maken met geld.
En ook andere dingen die vragen onze aandacht. Dus het moet wel een realistisch verhaal blijven. En we blijven er ook bij. Nou, het coalitieakkoord hebben we het over het zwembad staan. Dat is voor ons prioriteit nummer 1. En we hebben al gezegd, het hoeft niet gerealiseerd te zijn als het hele aanbestedingstraject, gunningstraject is afgelopen. Voor mij betreft staat er een bordje dat hier komt het zwembad. En dat is ergens in die buurt. Hoeft niet op dezelfde plek wat ons betreft. Maar dat collegevoorstel vernemen we dan vanzelf wel waar het is. Dat is voor ons gewoon het belangrijkste. En dat wordt nog heel wat om daar gewoon geld voor te vinden. Want daar moet ook sowieso een paar ton, misschien nog wel meer voor komen. Want ja, de heer Kulder noemt net die 6,45. We hebben natuurlijk in het verleden als gemeente Belangen Twente daar heel vaak vragen over gesteld. Van hoe kan het nou als je een vrij afgeschreven zwembad hebt, dat je daar kapitaallasten van 250.000 in hebt staan. Kan natuurlijk helemaal niet, want dat ding is natuurlijk volledig afgeschreven. Dus ik denk dat er maar 4 ton in zit van die 6,45 en meer zit er niet in. Dus je krijgt echt wel met wat extra kosten te maken. Daar moet je echt niet in vergissen. Dus daarom vinden we dat zwembad, dat wordt nog moeilijk genoeg om dat allemaal bij elkaar te krijgen. En dan een vitaal sportpark. Wat is vitaal, wat is sport? Nou, de wethouder heeft dat wel beantwoord. Hij zei eigenlijk ook al van wat ik eigenlijk bedoelde. Het is overal in de landen is het anders. En dat is ook zo. Het hoeft allemaal niet op elkaar te lijken. Het is ook niet zoals het schema of de tekening, de plattegrond die wij ooit zagen, is voor ons niet zaligmakend. Want als je kijkt wat er allemaal op staat, dan denk je van nou. En de vraag is ook of iedereen, alle organisaties die daar genoemd worden, ook allemaal wel naar het sportpark toe komen. Dat moet ook wel een beetje vanzelf gaan. Mensen moeten het ook echt willen. Had ik nog één dingetje volgens mij, maar ik wil eerst... Naar de heer Kulder. Dan kunt u even zoeken naar het ene dingetje. Meneer Kulder, aan u het woord. Eerst, ja, ik help u allemaal. Ik wil best wachten, maar maak ik niet zo uit. Maar ik wil even reageren op de opmerking die heer Elsie gemaakt op 6,45, 6,90. Ik heb dus net gezegd, laat maar 6,45 houden. Maar het ging met name omdat wij daar in het... Vorige periode is heel veel discussie over hebben gehad. En dat met name ook uw partij heel stellig was. Dat dus die 6,45, dan noem maar 6,90. Dat dus het basis was waarop we een aantal dingen moeten doen. Ik hoor nu van u al een voorschot op het voorstel dat we straks waarschijnlijk krijgen. Dat geld waarschijnlijk niet helemaal voldoende is. Maar volgens mij is dat nu niet in orde. Want loopt u nu al vooruit op iets wat er nog niet ligt. Maar ik heb gehoord wat u zei. En ik zal dat in ieder geval alvast in mijn... herinnering opnemen. Iedereen geeft natuurlijk wel een keer een schot van de boeg, mag. De heer Elsega, nu het woord. Voorzitter, die 6,45, dat is gewoon een stukje logischer redeneren, vind ik. Als je een zwembad hebt die is afgeschreven, dat betekent dat je bijna geen kapitaallasten meer hebt. En die zaten wel in die 6,45, dus die is weg. En ik wil alleen maar ermee zeggen, ik wil gewoon, en dat zei ik net ook, en dat heb ik vaker met voorstellen, noemen we dat als GPT, we willen mensen gewoon geen valse hoop geven. Het is gewoon inderdaad 6,45 en daar komt nog bijna 7 ton bij. Ik weet dat we ooit in 2010 begonnen wij met de zwembaddiscussie. Vonden wij 1,1 miljoen te veel. We moesten terug naar de helft zo'n beetje. Maar als ik dit allemaal bij elkaar optel, kom je weer op hetzelfde bedrag en zelfs hoger uit. En dan is er helemaal niet van kostendekkendheid of zo, wat u dan noemt in dat amendement, is er helemaal geen sprake meer van. Dus ik wil toch wel, en de heer Jonk van SGP doet ook een beetje, ik wil wel realistisch blijven. Hè? Dus ik wil straks geen teleurstellingen veroorzaken. Want we moeten wel kijken naar onze begroting. Zo gigantisch veel ruimte is er niet hoor. Dus we zijn nog bij de provincie geweest. Ik wil het maar even in herinnering roepen, voorzitter. Nog een laatste vraag, de heer Kulder. Dat roept natuurlijk, want de heer Elsega die spreekt met een nieuwe baan. Ik heb niet gezegd dat dat bedrag handig moet zijn. Ik zeg alleen dat u nu met dat bedrag komt. En u komt nu met een voorschot alvast op de discussie die we straks gaan voeren. Ik zeg helemaal niet dat u ongelijk hebt. Ik zeg alleen dat u nu al met iets bezig bent waar we het helemaal niet over hebben. Ja, en dat er een zwembad moet komen, prima. Het zal de laatste zijn die daar tegen is. Ik bedoel, dat weet u ook. Maar over de financiën, ik bedoel, dat is een ander verhaal. Ik heb alleen in mijn vraag gezegd, van als je nu naar het stuk kijkt, dan is er gewoon een discrepantie in de uitwerking en de uitleg. En dan ben ik blij dat nu in ieder geval... De wet altijd gezegd van dan moeten we even naar kijken. Want dat, met name dat soort dingen krijg je rare verwachtingen. Ja? En juist om dat te voorkomen, die helderheid, zijn we het allemaal over eens. Ja? We moeten elkaar niet wat wijs maken. Die helderheid zal gegeven worden wanneer het concrete voorstel komt. Meneer Elsega, nog één punt
Ja, voorzitter, zwembad, de heer Kelder die noemde dat zelf al. Het maakt wel onderdeel uit van dit plan op dit moment, hè, in die vitale sportpark. Dus daarom noem ik het ook. En dat kost alleen al geld. En omdat wij hebben gezegd in het coalitieakkoord, één is het, het overdekt zwembad in Friezenveen. Die twee andere heb ik al genoemd, dat is bijna afgerond. Dat gaan wij mij zo meteen wel zien als het mooi weer is, hoop ik. Dus, en daarna komt die volgende fase, heb je de sporthal of sporthallen. Ik denk dat het eerst nog uitgekristalliseerd moet worden, maar dat weet ik niet. Van hoeveel is de behoefte aan de 6 hallen of 5 of 4? Dat moet allemaal nog maar duidelijk worden. Maar voor ons is één zwembad, en dat heeft de heer Stolten toen in die bijdrage ook gezegd. Daarna een sporthal. En dat hoeft voor ons niet tegelijk gebouwd te worden, maar we hebben het hier wel over geld. Je kunt wel een zwembad zo bouwen dat je de laden wat bij aan kunt sluiten. Dus zo realistisch moet het wel zijn. En we hebben ook een semi-permanente hal, die zou er ook 12 jaar kunnen staan. We zijn nu 3-4 jaar onderweg, dus het hoeft niet allemaal in één keer. Uiteindelijk gaat het allemaal wel om geld. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk, er zijn geen vragen aan de wethouder gesteld, maar de wethouder wil wel het woord. Nou, vooruit, wethouder. Wacht even, ik wacht even. Stop. Ja, tweede termijn gehad. Ja, sorry. Tweede termijn. Ik zorg bezig of ik nog een tweede termijn moest. Meneer, heb ik nu gehad. Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. We moeten inderdaad geen valse hoop bieden. En dat is ook zeker niet wat ik hier bepleit. En ik bevestig nogmaals, zwembad, sporthallen, steen en water, daar komen we met een concreet voorstel. Maar als je kijkt naar de grotere gedachten, dan kun je, en als je dan toch bij poëzie wil blijven, citeer ik dan maar Willem Elschot, want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Ik denk dat de uitdaging waar we met z'n allen voor staan is, hoe omzeilen we niet de wetten, want daar hebben we ons aan te houden, maar wel de praktische bezwaren. En hoe kunnen we met z'n allen zorgen dat die gedachte springlevend blijft? En hoe kunnen we gaandeweg de reis dingen realiseren? Als je het hebt over gefaseerd, dan is dat ook gefaseerd. Maar als je niet die bereidheid hebt, dan hadden we nu een streep kunnen zetten. Dan hadden we gezegd, het is niet haalbaar, punt, en dat doen we niet. En dat is nou juist wat we niet willen. Maar dat de verplichting er blijft, kijk het ook naar financieel solide en transparant beleid, om wat je onderweg ook wil doen, om dat goed te onderbouwen, daarvan ben ik mij zeer wel bewust. Maar ik durf wel met u te dromen. Dank u wel. Dank u wel. Dan sluit ik dit debat. En ga ik over naar het volgende onderwerp. Dat is de Joodse synagoge in Friezenveen. En ik geef daarvoor de heer Robers het woord, die zal spreken, inspreken namens de heer Arends, eigenaar, en vergunning aanvragen. En ik bied uiteraard de mensen eerst de gelegenheid om de zaal te verlaten. De heer Robers, het moet vast goed komen. Als u op een knopje drukt, u heeft maximaal 5 minuten de tijd. Aan u het woord. Ik ga kijken of het... Dank u wel, mevrouw de voorzitter, leden van de raad. Ik maak gebruik van het inspreekrecht namens de familie Arends die hier aanwezig is. En het gaat over agenda punt 3, de voormalige Joodse synagoge. De familie Arends is sinds 1973 eigenaar van dit perceel, waar die voormalige synagoge zich bevindt. Er is recentelijk een sloopvergunning voor gevraagd. Die is geweigerd door BNW. Er loopt inmiddels een bezwaarschriftenprocedure. Op die juridische merites wil ik nou niet ingaan. Dat is volgens mij vanavond niet aan de orde. Maar kort en goed komt het erop neer dat op onterechte gronden die vergunning is geweigerd en dat er in ieder geval geen belangenafweging heeft plaatsgevonden. Vanavond is iets anders aan de orde. Een verzoek aan BNW. En kort en goed begrijp ik dat verzoek als een vraag aan het college van BNW. Hoe kan die synagoge deels of helemaal behouden worden? Dat is geen nieuwe kwestie. Sinds 1999 is de stichting Behoud Synagoge Friezenveen daarmee bezig geweest. En deze stichting heeft in nauw en constructief overleg met de familie van alles geprobeerd. Alles geprobeerd om te komen tot goede oplossingen. Ik wil even dat een beetje proberen te laten zien. Een pasje van, en dat wil ik niet wegmaken. Door een brief van 21 september 2007 aan het Openluchtmuseum van de zijde van die stichting even een paar passages voor te lezen.
De Stichting Behoud Synagoge Friezenveen heeft zich sinds september 1999 ingespannen om onze doelstelling om deze synagoge te behouden voor het nageslacht te realiseren. In september 2000 hebben wij als bestuur een plan voor het behoud opgesteld, waarin de historie is omschreven, mogelijke toekomstige functies aangegeven en mogelijke alternatieve locaties en uitgangspunten voor restauratie geformuleerd en een kostenraming vervaardigd. In aanvang heeft het moeite gekost om het gemeentebestuur van Twenterand enthousiast te maken, etcetera, etcetera. In het proces zijn er tot nu toe een tweetal monumenten geweest waar we heel dicht waren bij het realiseren van het gebouw Verwerven. Eerste maal grondoverdracht aan achterzijde en compensatie bouwmogelijkheden. Om onduidelijke reden is dit gestrand. De tweede keer in januari 2006 om het gehele pand te verwerven, etcetera, etcetera. Tijdens het verwervingsproces zijn op diverse locaties te Friezenveen besproken waar de synagoge herbouwd zou kunnen worden. Uiteindelijk een moeizaam proces om tot een geschikte locatie te komen. Nu, na zoveel jaren, komen wij als bestuur tot de conclusie dat voor ons Verwerving met daarbij een adequate schadeloosstelling door de gemeente niet mogelijk is. Verplaatsing en herbouw hebben wij middels fondsen kunnen verwerven, pogingen daartoe stranden omdat er geen concreet plan lag. Ik hou hierop met citeren. Dit is een brief uit 2007. Er zijn daarna nog diverse pogingen geweest om van alles met elkaar te realiseren. In overleggen is er al in een vroeg stadium als uitgangspunt genomen. We gaan verplaatsen of ten dele bewaren. Uiteindelijk is er niets van de grond gekomen. Het is nu 2020. De familie Arendt ziet zich geconfronteerd met een steeds verder vervallend gebouw. De veiligheid is in het geding. Delen van asbestdak komen naar beneden en een bouwkundige die is geraadpleegd sluit niet uit dat als het dak eraf wordt gehaald, dat er een gevel uitvalt. De familie Arends stond en staat echt heel sympathiek tegenover elk initiatief om delen van of de gehele synagoge te behouden en te verplaatsen. Maar ze moet helaas vaststellen dat alle initiatieven gestrand zijn. De familie Arends wil zelf en kan zelf niet het herstel van het oude gebouwtje bekostigen. Ze kan het niet omdat meneer en mevrouw Arends leven van AOW en een bescheiden pensioen. Zij willen het ook niet op deze locatie, omdat het gebouw heel ongelukkig is gelegen, pal voor de voordeur van het woonhuis van de familie Arends en pal aan de weg. Openbaar gebruik van het gebouwtje op de huidige locatie is ook in geen van de oplossingen in het verleden aan de orde geweest. Ook nu nog doet de familie echt aan elk initiatief meewerken dat leidt tot behoud van delen van het gebouw of verplaatsing. Maar de familie Arends kan en wil echter geen verantwoordelijkheid meer dragen en nemen voor een gebouw met asbestdak dat een gevaar vormt voor hemzelf en voor de omgeving. Zij zijn van mening dat zij zeer constructief zijn geweest in de afgelopen 25 jaar en willen graag voor de rest al uw vragen beantwoorden. Dank u. Dank u wel voor uw inspraak. Ik kijk even de raadsleden rond. Ik begin bij de heer Veldmeijer. Heeft een vraag nu. Zoals u weet kan dat. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen aan u, de heer Robers. Alle vragen mogen gesteld worden, zei u. Zijn er gesprekken geweest tussen de familie Arends en de heer Jonker? De heer Jonker is een projectontwikkelaar en die wil daar eventueel een appartementencomplex van maken. En die had op dat moment, het is in november geloof ik geweest dat dat in de media naar voren kwam, die had op dat moment nog geen gesprekken gehad met de familie Arends. Hij zei wel op het moment dat er een marktconforme prijs is, dan stond hij daar wel positief tegenover. Dus dat wil ik even weten, of daar gesprekken gaande zijn. En ik zou graag willen weten wat de waarde van het totale pand is. Dank u wel. Ja, dat is eventjes, het is openbaarheid, hè? Dus we moeten even afwegen of u daar iets over wilt zeggen. De heer Rogers, aan u het woord. Dank u wel. Ik heb even achterom gekeken, dat heeft u gezien. Even voor de goede orde, ik ben sinds afgelopen vrijdag betrokken bij deze zaak. Dus de voorgeschiedenis heb ik mij deels eigen gemaakt, maar nog niet helemaal. Er is
Ik zag knikken, contact geweest met een projectontwikkelaar en die zal kennelijk Jonker heten. Ik heb begrepen dat er wel eens meer projectontwikkelaars zijn geweest die hebben gekeken. De familie heeft in het verleden ook makelaars in de arm genomen om te komen tot een reële waardebepaling. En dat lag nogal ver uit elkaar. En heel kort en goed komt het erop neer dat elke makelaar zegt, met dit vervallen gebouw op die locatie is het heel moeilijk verkoopbaar. Twee, met een aanzienlijk herstelkosten op deze locatie is het nog steeds een gebouw wat behoorlijk in de weg staat op het perceel. Dus misschien beantwoord dat uw vragen ten dele. Ik kan geen enkele bedrag noemen van waarde van het perceel. Dank u wel. Ja, dan kijk ik nog verder de raadsleden rond of er nog vragen zijn. Niet. Dank u wel voor uw bijdrage. En ik ga er ook vanuit dat de griffier uw bijdrage op papier krijgt, zodat aan het verslag gekoppeld kan worden. Dank u wel. Ik heb van tevoren toegezonden aan de griffier. Dat weet ik niet, maar bedankt. Dank u wel voor uw inspraak en ook voor de. Dan kunt u weer gaan zitten en gaan we het debat voeren. En ik geef als eerste de heer Veldmeijer het woord, die gevraagd heeft om dit debat te mogen voeren. De heer Veldmeijer, aan u het woord. En zoals ik net ook aangegeven heb, de fracties hebben elk 4 minuten de tijd om datgene te zeggen wat zij willen zeggen. Veldmeijer, aan u het woord. 3:35, voorzitter. 4 minuten, nou, 3 minuten de uitdaging. Goed. Voorzitter, in 2018 heeft de PVV Overijssel getracht om de synagoge in Deventer te behouden. Na 8 jaar hulpvragen vanuit de Joodse gemeenschap om het pand te behouden voor het uitgedunde Joodse volk, vroegen wij de toenmalige waarnemende commissaris van de Koning om te bemiddelen in het conflict. Het heeft helaas niet mogen baten. Het gebouw is verkocht aan een horecaondernemer die er een foothold van wilde maken. En de Joodse gemeenschap stond op straat en is noodgedwongen uitgeweken naar Raalte. En de gemeente Deventer had destijds maatregelen kunnen nemen omdat het betreffende gebouw een rijksmonumentenstatus had. En in de oorlog is een groot gedeelte van de inrichting van de toenmalige synagoge door NSB is vernield en is de Joodse gemeenschap in Deventer geminimaliseerd. En het feit dat er zo met de Joodse gemeenschap in Deventer is omgesprongen, doet de gemeenschap nog steeds enorm zeer. En terecht. Hun bezittingen zijn in de oorlog vernield door foute Nederlanders en hun volk, hun familie, is uitgeroeid of uitgedund. Deventer had iets terug kunnen doen voor de Joodse gemeenschap, maar heeft het nagelaten. Schande, vinden wij. En saillant is dat een jaar later de synagoge nog steeds leeg stond in Deventer. Voorzitter, de PVV is dan ook trots op de gemeente om geen sloopvergunning te verlenen om de synagoge in Friesveen te laten slopen. Hulde. We waren hier even bang voor en hebben om die reden schriftelijke vragen gesteld. Voorzitter, nogmaals, de PVV vindt het geweldig dat Twenterand opkomt voor de belangen van de Joodse gemeenschap. Respect heeft voor onze geschiedenis en per se ervoor wil waken dat het stukje geschiedenis vernietigd wordt. Op 30 november jongstleden lezen we dat de heer Jonker, familie van, ik weet het niet, het pand wil redden. Hij wil de synagoge integreren in bijvoorbeeld het appartementencomplex. En over de nieuwe functie van de synagoge zegt dezelfde heer Jonker dit een andere over te laten. En de man is wat ons betreft uit het goede hout gesneden. Wij vragen aan de wethouder of hij eventueel gesprekken heeft gehad met de heer Jonker of met andere mensen die daar iets mee willen gaan doen. Graag een reactie. Kan de gemeente eventueel maatwerk verrichten? Bijvoorbeeld wijziging bestemmingsplan. Kunnen we de heer Jonker of een ander ergens mee tegemoetkomen? Zit er, met andere woorden, schot in de zaak? Dank u wel. De heer Jonker heeft een vraag. Jonker, raadslid. Ja, raadslid Jonker. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik heb niks te maken met de projectontwikkelaar Jonker. Laat dat even helder zijn. De heer Veldmeijer die begint zijn betoog met een synagoge uit Deventer. Is dit een vergelijkbare situatie? Wanneer is die synagoge gesloten? Die vraag maar eerst. Oké, heer Veldmeijer. Wacht even, meneer Veldmeijer. U heeft nog een kaartje inspreken. Dat zie ik opeens. Excuus. Voorzitter, begrijp ik goed dat mijn collega wil weten wanneer de synagoge in Deventer gesloten is? 2018. Ja, voorzitter. Ik vind niet dat je het twee zaken met elkaar mag vergelijken, want hier hebben we het over een gebouwtje van 1923, die in 1923 al beëindigd is als synagoge.
Ik wil de heer Veldmeij vragen, van, bent u daar ter plekke wezen kijken? Weet u wat u in stand houdt? Wat er nog van over is? Veldmeij, gaan u het woord. Ja, voorzitter, ik zou de heer Jonker willen zeggen, ik rijd er iedere dag langs. En iedere dag kijk ik ernaar. En, laatste vraag. Ja, en het feit dat ik Deventer heb genoemd, daar wil ik alleen maar mee aangeven dat voor ons de geschiedenis, de Joodse gemeenschap, en er zit ook een geschiedenis hier in Vriezenveen, wat betreft de Joodse gemeenschap, en die willen we in stand houden. De Jonker heeft nog vragen. Het zal wel moeilijk zijn om de Joodse gemeenschap als raad in stand te houden in Vriezenveen, maar goed, dat terzijde. Daar rijden heel veel mensen langs, ik rijd er ook heel veel langs, maar ik ben er binnen geweest. Maar ik zou aanraden om daar eens een keer een kijkje te gaan nemen. De tranen vallen je in de ogen, wat je dan nog in stand wilt houden. Ik dank u wel. Meneer Veldmeijer, vervolg uw betoog. Ja, voorzitter, er zijn genoeg programma's van bouwval tot fantastische huizen. Dus ik denk dat er vandaag de dag heel veel mogelijk is. Maar ik ben geen bouwexpert. Voorzitter, de PVV zou graag van de synagoge een Joods cultureel centrum maken, waar onze jeugd geïnformeerd wordt, onder andere onze jeugd, over de wandaden tegen het Joodse volk, over onze bevrijders, over onze verworven vrijheden en over onze opdracht om te zorgen dat we altijd in vrede kunnen leven. Omdat er straks geen mensen meer leven uit de Tweede Wereldoorlog, moeten we de geschiedenis, de gebeurtenissen van toen levend houden, omdat wij nooit zullen vergeten. Voorzitter, wat heeft de gemeente ervoor over? En uit de beantwoording van de vragen kreeg ik al wat positieve reacties. Wanneer de plannen gerealiseerd zijn om te zorgen dat er een mooie invulling en functie komt in de eventueel gerenoveerde synagogen. Dit in het kader dat we dit jaar 25 jaar bevrijd zijn. En we vragen de wethouder of hij in Den Haag of in Brussel direct of indirect wil informeren of we hier subsidiegelden ter beschikking kunnen worden gesteld. Of ligt er in dit huis nog een klein zakje met geld? Of komt er een bijdrage van een of ander comité wat miljoenen subsidie heeft gekregen en miljoenen van het Rijk om allerlei festiviteiten te organiseren dit jaar vanwege die bevrijding? Voorzitter, tot slot. We zijn benieuwd naar de antwoorden van de wethouder en we verwachten van het college wel een inspanning om te zorgen dat de intenties ten aanzien van dit gebouw gerealiseerd worden. Het kan niet alleen bij roepen blijven. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik het woord naar de heer Pape namens gemeente Belangen Twente, want aan u het woord. Wel aanzet hoor, want anders dan... Ja. Dank u wel, voorzitter. Deze bijdrage is vooral een reactie op de vraag van de PVV eigenlijk. En ook gedeeltelijk op het verhaal van de familie Arends. De synagoge is een gemeentelijk monument uit 1879 met een lange geschiedenis. Eerst als gebedshuis voor een kleine Joodse gemeenschap. De Joodse gemeenschap in Vriezenveen werd echter snel te klein om de synagoge in stand te houden. De Joodse gemeenschap sloot zich in 1923 al aan bij Almelo en verkocht het pand. Vanaf 1923 is het pand dus in gebruik als een schuur of pakhuis, of zij verdanders, dus al bijna 100 jaar. In 2019 is er een sloopvergunning aangevraagd, maar omdat het een gemeentelijk museum of monument is, is de sloopvergunning geweigerd en het pand voorlopig althans gered. De PVV opent nu het plan om er een Joods cultureel centrum van te maken. Op het eerste gezicht een mooi streven waar niemand het mee oneens kan zijn. Toch? Maar het roept nogal vragen op. Hoe dan? Het pand is niet van de gemeente, maar van de familie Arends. En wat is dat dan, een Joods cultureel centrum? Is dat überhaupt een taak van de gemeente? En wie zou dat dan moeten gaan uitvoeren? Wij als GPT zien eigenlijk ook geen directe relatie met de Tweede Wereldoorlog en deze synagoge. En om te herdenken wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog, en dat is natuurlijk wel verschrikkelijk, maar daar hebben we onze musea en ook de comité's 4 en 5 mei voor. En zij doen dat overigens voortreffelijk. Los daarvan hebben we het ook nog niet eens gehad over de kosten. Wie zou dat moeten gaan betalen? De aanschaf en de renovatie kost klauwen vol met geld. En dat heeft de gemeente niet. Dat hebben we net ook al gehoord. Bovendien zijn er vanaf 1999, en dat is door de vertegenwoordiger van de familie Arends net ook verteld, zijn er verschillende initiatieven geweest om de synagoge op te knappen, te verplaatsen naar Den Ham of zelfs naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Al deze initiatieven liepen spijtig genoeg op niets uit. Dat neemt nog steeds niet weg dat het mooi zou zijn dat de synagoge een nieuwe invulling krijgt. Maar ja, hoe dan?
Wij denken ook dat het goed is dat de wethouder op dit moment het voortouw neemt om in gesprek te gaan met de eigenaar van het pand en eventuele marktpartijen of projectontwikkelaars om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn. GBT wil graag meedenken in een oplossing, maar zeker niet ten koste van alles. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar de ChristenUnie, de heer Smelt. Aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Goed dat het college de sloop van de synagoge op dit moment heeft tegengehouden, al waren het alleen maar vanwege dit bijzondere jaar 2020, waarin we 75 jaar vrijheid hopen te vieren en dit in Vriezenveen nog steeds een herkenning is, een herkenningspunt is van geen 75 jaar geleden met het volk Joodse volk gebeurd is. Wij zien als fractie overigens ook nog een goede kans de synagoge te behouden voor het nageslacht. We zien dit gebouw als een integraal, dan als een integraal onderdeel van een mooi, nieuw te ontwikkelen totaalplan in een nieuwe gebiedsontwikkeling. Niet voor het eerst sprak ik recent vanwege zakelijke betrekkingen met een architect in de landen die oude gebouwen geheel of deels met een culturele waarde opneemt in combinatie met een nieuwe plan en zo inbedt in een nieuw plan. Dit is een kans waarbij de totale omgeving kan worden meegenomen in nieuwe ontwikkelkansen. Ik noem u, voor de googelaars onder ons, het Geert Grotehuis in Deventer. Kijkt u daar maar eens naar. Als we het toch over Deventer hebben, dan heb ik wel een mooi voorbeeld voor u. Het gebied is overigens groot genoeg waarbij de eigenaren van de belende panden dan wel de bereidheid moeten geven voor overigens deze mogelijkheden. College, is het bij u bekend dat het recent door een geïnteresseerde ontwerper-ontwikkelaar, waarvan ik zijn naam niet noem omdat ik niet weet of hij geïnformeerd heeft, bij de gemeente verstaan heeft naar een soortgelijke mogelijkheid als wat ik u zojuist geschetst heb. Wat onze fractie betreft zouden wij zo'n plan graag aanmoedigen en het maximale uit zo'n ontwikkeling willen halen op deze locatie. Maar we zijn benieuwd naar uw antwoord. Gehoorde inspraak. In hoeverre is het u bekend dat de veiligheid acuut in het geding is? En wat zou daar vanwege het weigeren van de sloopvergunning het risico voor de gemeente nu zijn? Wij zien het overigens niet als onze taak, mocht u daar denken, collega's, tot een oplossing te moeten komen voor deze synagoge door de gemeenteraad. Niet anders dan dat er een plan ligt waar wij mogelijkerwijs over zouden instemmen, omdat het bestemmingsplan mogelijkerwijs zou moeten worden geweigerd ten opzichte van de huidige situatie. Voorzitter, ik begon te zeggen, wij zien nog wel een kans. Maar het begint ook weer met een plan en met een uitvraag. En ik hoop dat het college daar antwoord op kan geven in zijn termijn. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Jonker. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. In dit debat raken twee zaken in elkaar. Namelijk idealisme en realisme. Het ideaal, opdat wij niet vergeten, de geschiedenis, en daar is ook de Joodse gemeenschap een onderdeel van. Daar komt bij dat de PVV nadrukkelijk ook de 75-jarige bevrijding erbij betrekt. En ja, de SGP heeft warme gevoelens bij Israël. Zeker ook omdat het antisemitisme niet minder op is geworden. Er is ook een blamage en onaanvaardbaar dat 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz Joodse gebouwen, scholen zwaar beveiligd moeten worden in ons land. Voorzitter, allemaal tere en gevoelige zaken. De SGP wil daar niets aan afdoen en ook van het belang om de historie en de bijzonderheden binnen de gemeente Twenterand daar waar mogelijk te bewaren. Er is al zoveel verdwenen, maar we moeten ook realistisch zijn. Nu de vraag, hoe willen wij als gemeente invulling geven aan het behoud van deze voormalige synagoge? Hoeveel draagvlak en betrokkenheid was er en is er? Wat is de waarde voor de gemeenschap? Dit soort zaken zijn niet in geld uit te drukken. Als we de huidige status van het gebouwtje bekijken, dan kom je snel tot de conclusie sloopwaardig. Bovendien is het gevaarlijk bouwval. De beantwoording van het college op de vragen van de PVV zijn niet mis te verstaan, namelijk voorbehoud, maar over het hoe en wat zwijgt het college in alle talen. Hopelijk kunt u daar wat duidelijkheid aan geven. Wat wilt u? Wat ziet u voor ogen? Wat de SGP betreft moet die duidelijkheid er snel komen. Wat dat betreft moet de kogel door de kerk, of beter gezegd, de synagoge.
realistisch bekijken. Het linken aan de 75-jarige bevrijding is mooi, maar puur sec heeft het er niets mee te maken. Het gebouwtje waar we het over hebben is sinds 1923 geen synagoge meer. Welke verantwoordelijkheid heeft de gemeente als het gaat om de veiligheid? Het gaat om een bouwval in een gevaarlijke technische staat wat direct grenst aan de openbare weg. Graag uw reactie. Wat we ook allemaal willen ten aanzien van die voormalige synagoge, we mogen dit wat de SGP betreft niet koste wat kost in stand houden en ook niet over de ruggen van twee oude mensen dit te realiseren. Want figuurlijk gezien worden zij in deze situatie gegijzeld. Voorzitter, over vrijheid gesproken. Ik dank u wel. Dan de heer Reusken. Ik geef aan de heer Reusken het woord. Dank u wel, voorzitter. De synagoge is een belangrijk en historisch monument. Bouwkundig omdat het waarschijnlijk ontworpen is door architect Kuipers, maar ook cultureel, vooral gekoppeld aan de historie. Daar hebben de anderen ook al wat over gezegd. Het college heeft besloten om geen sloopvergunning af te geven. Dat is als eerder gebeurd en dat werd ook wel duidelijk in de inbreng van de familie Arends. Maar dan is de vraag nu ook, die hier op tafel ligt, hoe nu verder? Wat wil de eigenaar met dit gegeven, dat de sloopvergunning niet is afgegeven? Tegelijkertijd zeggen ze, en dat vind ik een zeer bijzonder signaal, en ik denk ook dat we dat ons te harte moeten nemen, dat zij alle bereidheid heeft om samen met de gemeente te kijken, wat doen we in de gegeven situatie? Zeker ook gezien de staat van het gebouw. Ik ben ook benieuwd wat het college daarover te melden heeft. Want wat ik zo net al aangaf, dit schept wel verplichtingen. Ook naar, of vanuit de gemeente richting de familie. We zijn benieuwd naar de ideeën. Daar zijn ook al veel verschillende ideeën gekoppeld, onder andere door de ChristenUnie en ook door de GBT. Wat ons betreft is het ook zeker mogelijk om met elkaar te kijken naar verplaatsing dan wel onderdelen te gebruiken, in welke opzet dan ook. Want uiteindelijk gaat het om hoe kunnen we het, de historie en de cultuur van het gebouw op één gelijk bewaren. En dat hoeft wat ons betreft niet kost wat kost betekenen dat het gebouw op die plek moet blijven bestaan. Maar ik ben in eerste instantie benieuwd heel erg naar wat het college daarover te melden heeft. Want zij hebben die weigering gegeven. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. En dan geef ik het woord aan de heer Kobus. Aan u het woord. Dank u wel. Ja, de synagoge zoals die er nu staat aan Almeloseweg is al heel lang onderwerp van gesprek in Friesenveen en Twenterand. En er zijn al meerdere initiatieven geweest om deze te bouwen. In welke vorm dan ook. Dat kan op de huidige plaats of elders. De stichting die zich hiervoor al sinds 1999 beijverd heeft, heeft echter nog niet een bevredigend resultaat kunnen boeken. Ondertussen is het gebouwtje al een gemeentelijk monument en zijn er veel mensen die graag zouden zien dat het behouden blijft. Nu de huidige eigenaar zich ook in een impasse voelt, vragen wij ons af hoe dit nu tot een bevredigend einde kan komen voor iedereen. VVD is voorstander van behoud van de synagoge. Zeker in dit jaar waarin we 75 jaar bevrijding vieren, zou het mooi zijn als we hier ook daadwerkelijk een oplossing voor kunnen vinden. Nu de sloopvergunning is geweigerd, moeten we toch aan een definitieve vervolgstappen gaan denken. Daarom zou de VVD graag zien dat de gemeente in casu het college hier de regie gaat nemen om tot een definitieve bestemming van dit gebouw te komen. Plannen kunnen worden ontwikkeld en de bijbehorende financiën in de begroting worden aangevraagd. De VVD vraagt erom, is het college bereid om deze rol in te vullen? En hoe zien andere partijen dit? Nou, daar hebben we al nodig over gehoord. Maar wij denken dat het verstandig zou zijn als de gemeente hier dit oppakt en de regie gaat nemen in dit verhaal. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar de wethouder Koster. Aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Dank u wel ook voor de inbreng van de verschillende fracties. Er zijn een aantal vragen gesteld. In zijn algemeenheid is het natuurlijk zo, de vraag, gemeente, u heeft de sloopvergunning geweigerd. Dat hebben we inderdaad gedaan. Volgens onze erfgoedverordening is het zo dat voor een gemeentelijk monument moet je een omgevingsvergunning aanvragen, wil je deze slopen. Omdat de aanwijzing destijds
van de synagoge als zijnde een gemeentelijk monument. En de argumentatie daarvoor was, het heeft historische waarde vanwege het verleden als Joodse synagoge, ongewijzigd was, geniet het pand bescherming en konden wij niet anders dan de aanvraag tot slopen weigeren. Als je terugkijkt naar wat er in de loop der jaren allemaal is ondernomen om het pand te behouden voor het nageslacht, dan is dat nogal wat. En zowel de inspreker als ook verschillende fracties hebben dat reeds benoemd. Concreet is mij de vraag gesteld, eigenlijk zijn al die initiatieven op niets uitgelopen. En kort samengevat zou je kunnen zeggen, het liep elke keer stuk op geld. En is er de bereidheid om daadwerkelijk geld in te steken? Nou, wij hebben als gemeente Twenteland hebben wij een erfgoedverordening, zoals gezegd. Die is in 2016 is die geüpdate, zou ik gaan zeggen. En we hebben een erfgoedregister waarin de gemeentelijke monumenten staan opgezond. En dat is het. Er is geen zak geld beschikbaar waar dit college over kan beslissen en op grond waarvan wij besluiten kunnen nemen en kunnen zeggen van nou, er is een gemeentelijk monument dat wordt bedreigd en wij zouden dat toch vanwege die historische waarde willen behouden en daarom steken wij daar geld in. Nee, dat is aan u als raad. Dus als u mij als raad vraagt van kijk eens wat er mogelijk is, dan is het eigenlijk mij weer de vraag, wat is het u waard? En zijn wij inderdaad financieel draagkrachtig genoeg om middelen in onze begroting vrij te maken voor gemeentelijke monumenten? En dan maak ik hem inderdaad ook breder dan alleen de synagoge. Want als u de lijst kijkt, ons erfgoedregister, wat daar aan gemeentelijke monumenten staat, dan zijn dat tientallen gemeentelijke monumenten. Dus dat betekent tegelijkertijd dat we dan niet praten over 5000 euro, maar dat het over veelvouden daarover gaat. Terug naar de huidige situatie. Er wordt nu aan mij gevraagd van, college, wilt u het voortouw nemen? Wilt u de regie gaan nemen? Nou, ik denk dat in het verleden heeft het college zich toch wel diverse malen ingespannen om te kijken van, kunnen we komen tot behoud? Maar hoe je het ook bent of keert, het is een privé eigendom. En inderdaad, de familie, de eigenaar, heeft zich altijd constructief opgesteld. Maar tegelijkertijd moet ook de constatering worden gedaan dat als het uiteindelijk altijd stuk liep op financiën. Er is gevraagd van, kunt u als college provinciaal, rijks en misschien wel Europees geld versieren? Ja, er zijn verschillende subsidiepotjes die je kunt aanwenden. En vaak is het gewoon een cofinanciering. Waarbij je herstel kunt laten plaatsvinden van erfgoed. Dus die potjes zijn er wel. En die potjes waren in het grijze verleden ook zeker wel beschikbaar. Dan praat je niet over 10.000 euro's, maar dan praat je echt over vele euro's. Maar niettemin liep het toch stuk op de financiën. Ja, dan vraagt de PVV en ook de ChristenUnie eigenlijk is er een ontwikkelaar? In het verleden zijn er verschillende ontwikkelaars geweest en ook de afgelopen periode heb ik nog met een aantal mensen daarover gesproken en gevraagd van, is het mogelijk dat jullie daar komen tot ontwikkeling? En als gemeente willen wij ons daar best constructief in opstellen en willen we daar ook in meedenken, op planologisch gezien, wat de mogelijkheden zijn, om te komen tot een goede herontwikkeling op die locatie en dan tegelijkertijd met behoud van die synagoge. En dan eigenlijk is het antwoord telkens malen, ja, dat willen we wel, maar het stokt op de verwervingskosten. De laatste ontwikkelaar die ik heb gesproken, en ik heb ook met de familie Arends zelf gesproken afgelopen vrijdag. En als je zegt, kijk, als je een pand laat taxeren, we praten dan over totaal. En terecht, de familie zegt, wij willen wel overgaan tot verkoop, staat op de koop overigens. Dan zijn de onafhankelijke taxateurs en die komen tot een bepaald bedrag. En dan vinden er onderhandelingen plaats. Gesprekken vinden daarover plaats en waar dat toe leidt, ik kan het nu nog niet zeggen. En als u mij vraagt, wilt u daarin de regie nemen? Ik neem niet de regie, maar ik wil er wel constructief in meedenken.
Dus dat is tot zover mijn antwoord, voorzitter. Dan heeft de heer Veldmeijer nog een vraag aan u en de heer Jonker en de heer... Ik probeer zo een tweede termijn te voorkomen. Ik weet niet of me dat lukt, maar ik doe een poging. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zou, ja, we horen nu weer de woorden constructiever meedenken. U heeft gesprek gehad met de familie Arends. Er loopt een gesprek of loopt gesprek met projectontwikkelaars. Op welke manieren kan de wethouder, de gemeente, zich constructief opstellen? Wethouder, aan u het woord. Kijk, het lijkt me in dit stadium op zich niet handig om nu hier in de openbaarheid aan te geven op welke wijze wij daar medewerking aan zouden kunnen verlenen. Ik zeg alleen maar dat ik daar constructief over mee wil denken en daar ook over wil spreken. En dat mijn inzet erop gericht is om te komen tot behoud van de synagoge. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Ik geef u uw microfoon in aan. Oh, dank u wel, voorzitter. Vraag ik iets anders, iets softer. Bent u bereid, via uw voorzitter, om maatwerk te verlenen daar? Wethouder, aan u het woord. Ik ben bereid om gewoon binnen de mogelijkheden die er liggen, ook ruimtelijk en planologisch gezien, om daar inderdaad de grens te gaan zoeken. En als u dat wil betitelen als maatwerk, ik betitel het als serviceverlening richting onze inwoners en richting initiatiefnemers, zoals we dat telkens malen toepassen. Dan de heer Smelt heeft een vraag aan u, wethouder. Ja, voorzitter, want ik heb ook ter voorkoming van een tweede termijn, ik heb twee vragen. De eerste heb ik gesteld in mijn termijn. Dat ging over de veiligheid. In hoeverre er een risico voor ons ligt als gemeente. Als ik goed geluisterd heb met de inspreker, is er een vermoeden van een redelijk risico. Of ik moet het verkeerd begrepen hebben, maar ik stel hem rechtstreeks aan uw wethouder. En wat dat dan betekent. En de daaraan gekoppelde vraag is, ik heb tegen u gezegd, ik ben blij dat u op dit moment de sloopvergunning heeft tegengehouden vanwege een aantal elementen. Maar hoe lang kunt u dat volhouden? Hoe lang kunt u als college zeggen dat wij die termijn oprekken in de context van de veiligheid? De ontwikkelaar waarmee mogelijk dan gesproken is hier, bent u ook op de hoogte of er ook contact is geweest dan met de familie Arends? Kunt u daar ook antwoord op geven? Door die ontwikkelaar. Of heeft de persoon of de ontwikkelaar hier alleen gevraagd van wat zijn de verkenningen van de plannen? En moeten wij als college, of moet u als college, die ontwikkelaar wat verder op weg helpen? Dus ik wil er graag een beeld van hebben. Wethouder, aan u het woord. En voorzitter, om de laatste vraag te beantwoorden. Ik heb een gesprek gehad met een ontwikkelaar en die heeft mij aangegeven dat hij met de verkoopmakelaar contact heeft gehad. Als het gaat over de veiligheid, dan kan ik niet anders zeggen dat dat element nog niet aan de orde is geweest. Wel is in het gesprek wat ik met de familie heb gehad, is erop gewezen dat de dakconstructie zodanig was dat men vreesde voor de veiligheid. Ik kan daar geen oordeel over geven. Dan zou ik daar bouw- en woningtoezicht langs moeten sturen om te kijken van hoe is die staat. En dan vervolgens is het eigenlijk niet meer en niet minder dan het is particulier eigendom. En de eigenaar blijft in deze dan toch verantwoordelijk. Dus in die zin zie ik op dit moment nog geen verantwoordelijkheid voor de gemeente. Dan de heer Jonker, aan u het woord. Ja, voorzitter. De heer Smelt stelde een terechte vraag, die had ik ook. Maar daarin navolging. Ik ben ook bij de familie Arends geweest. En daar is kwestie veiligheid nadrukkelijk aan de orde geweest. En dat is ook het enige argument waarom ik aansla om tot sloop eventueel over te kunnen gaan, maar wel met behoud eventueel van elementen. Hoe moet het koste wat kost dat gebouwtje in de benen blijven, of mag het ook in een project met bepaalde elementen van de synagoge teruggeplaatst? Want daar wordt dan weer een stuk makkelijker van. Wethouder, aan u het woord. Nogmaals, ik heb aangegeven in het gesprek wat ik afgelopen vrijdag had met de familie, werd aangegeven dat men de constructie van het dak zodanig vond. Ja, die kan elk moment wel instorten en dan storten we wel eens op een muur in. Dat is gezegd. Ik kan dat als leek niet beoordelen of dat daadwerkelijk zo is. En nogmaals, dan kom ik terug op de beantwoording van de heer Smelt. Dan zou ik bouw- en woningtoezicht daar langs moeten sturen. Maar tegelijkertijd zeg ik daarbij,
primair vind ik dat een verantwoordelijkheid van de eigenaar. Als u het dan hebt over het al dan niet bewaren ten dele van het pand, kenmerkende elementen, dan kan ik u zeggen dat ik gisteren nog met het Heemskerk en met het Kuipersgenootschap heb gesproken. Twee instanties in de landen die zich sterk maken voor behoud van erfgoed. En daar heb ik die optie ook voor gelegd. En zij gaven mij te kennen, wij zien nog voldoende mogelijkheden om te komen tot behoud van het pand. Kosten van wie het dan gaat betalen, hè? Dus laat dat even helder zijn. Wij zetten in op behoud van het pand en niet delen of elementen van het pand. Meneer Jonker, aan u het woord. Ik begrijp de reactie, voorzitter. Ik lees in de brief van de heer De Haas dat hij juist wel genoegen kan nemen als bezwaarmaker ook, hè, tegen de sloopvergunning, als het gaat om specifieke onderdelen dan te bewaren. En dan nog twee korte vragen, voorzitter. Heeft u inmiddels taxaties uit laten voeren door een onafhankelijk taxateur? En twee, bent u dan bereid om de woningbouw en toezicht daarop naartoe te sturen? En dan ook specifiek te kijken, omdat het hoog op de straat staat, dat is, raakt heel nadrukkelijk het openbaar belang en de veiligheid. En daar kunnen we geen loopje mee nemen. Wethouder, aan u het woord. De heer Jonker refereert nu aan een zienswijze die de familie, of die een van de Indiërs, er waren vier zienswijzen, hè, tegen de aanvraag van de sloopvergunning. En een van die Indiërs die zegt, ja, ik neem ook genoeg met behoud van de elementen. Maar als u het goed heeft gelezen, waren er ook twee zienswijzen, één afkomstig van de regio Twente van het Heemschut. En een van het Kuipersgenootschap landelijk, mede namens de landelijke organisatie van de Heemskerk. En die had toch een iets andere inhoud. Dus het is ook een zienswijze. En nogmaals, ik geef u aan, het gesprek wat ik gistermiddag met beide organisaties heb gehad, gaven beide heren en beide vertegenwoordigers duidelijk aan hoe zij, hoe zij in de wedstrijd zaten, om zo maar te zeggen. Als het gaat over bouw- en woningtoezicht ter plekke sturen, ja, ik heb die aanleiding nog niet gezien. Natuurlijk is het zo dat wanneer panden dusdanig gevaren bleven, dan is daar licht aan een rol voor de gemeente. Ja. Dank u wel. Nou, laat die taxatie, sorry. De heer Jonker dan vrouw taxatie. Ja, ik zie op dit moment zie ik voor ons als gemeente geen noodzaak om te komen tot taxaties. Nogmaals, het is een privaat eigendom. Een ontwikkelaar die moet toch echt met de partijen in gesprek. En als daar taxaties uit voortvloeien, ja, die zie ik dan wel tegemoet, mocht ik daar dan partij in worden. Dan heeft de heer Reusken nog een vraag aan u. Heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik had vergelijkbare vragen als de heer Smelt en daar aanvullend op. Er zijn suggesties gedaan, die herhaal ik hier niet meer, hoe daarmee om kunnen gaan. Maar ik begrijp ook dat er gesprekken gaande zijn met ontwikkelaars, zoals je net aangaf. Mijn conclusie is een klein beetje van een broedende kip moet je niet storen. Dat gevoel krijg ik een beetje bij wat u vertelt. Klopt dat? Maar wel een aanvullende vraag mij daarop. In welk tijdspad moeten we denken? Want op een gegeven moment kom je natuurlijk wel voor de keuze staan van hoe gaan we hier definitief mee om? Wethouder, aan u het woord. Nou, ik wil nog niet zeggen dat ik aan het broeden ben, maar er vinden gesprekken plaats. En inderdaad, op dit moment zie ik nog niet echt concreet een rol voor ons als gemeente. Maar nogmaals, wanneer onze hulp wordt ingeroepen, dan zullen we die zeker bieden, de helpende hand. Dank u wel. Dank u wel, wethouder. Dan kijk ik de raad rond of er nog een tweede termijn. Heer, in elk geval even kijken. De heer Veldmeijer, nog meer tweede termijn dan... Nee... Ik zie dan de heer Veldmeijer aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, heel kort. In de eerste plaats ben ik blij dat familie Arends er aan zich positief tegenover staat. Dus ik hoop dat we er toch uitkomen. Ik moet zeggen, de reactie van de wethouder vond ik positief. Ik vond het fijn dat de ChristenUnie een kans ziet. Ik vond de bijdrage van GBT goed. Daar put ik ook hoop uit. Ik vind het alleen jammer dat de SGP zich opwerpt als kenner op het gebied van gebouwen en als bouwexpert. En dat soort zaken moet hij niet doen, dan roept hij toch een bepaald beeld op. En hij kan het beter overlaten aan mensen die er echt verstand van hebben.
Ja, u lokt het uit, meneer Veldmeijer. De heer Jonker heeft een vraag aan de heer Veldmeijer, denk ik. Ja, voorzitter, het is heel simpel. Als de heer Veldmeijer de moeite had genomen, hij rijdt er dagelijks langs om even die auto aan de kant te zetten, om daar even bij de familie Arens naar binnen te lopen en even in die synagoge, of dat oude krop, want dat is het, en niet anders te kijken, dan zie je spleet in de muur en het moet niet raar van opkijken dat het vandaag of morgen in elkaar stort. En ik ga het nog wel even achterheen bij een expert, dat doe ik gewoon, wil ik gewoon in mijn eigen gemoede als fractie te kijken, maar er staat hoog op de straat en er lussen er straks de honden geen brood als straks daar grote ongelukken gebeuren. Dus één advies, voorzitter, ga kijken, morgen of overmorgen, en ga eens kijken hoe belabberd dat gebouw erbij staat. Dank u wel. Veldmeijer, was u klaar? Ik begreep dat, maar aan u het woord. Mijn collega heeft al een punt. Ik had ze inderdaad naar binnen kunnen lopen, maar dan nog, ik ben geen expert. En dan geef ik mijn collega het advies om voortaan, voordat hij dit soort uitspraken doet, eerst contact op te nemen met de expert. Voordat hij zijn eigen mening hier ventileert. Wacht even, stop, stop, stop. Nee, 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 we gaan niet hier een discussie voeren over experten, niet experten, wel of niet. In onderwerp. Ik probeer eventjes wat bij het onderwerp te blijven, meneer Jonker. Een laatste opmerking en dan is het laatste opmerking. Als de heer Veldmeijer even naar de familie Arens was gegaan, zijn bouwondernemers daar ook, die kunnen nu ook precies op de hoogte stellen van de technische staat van dat gebouw. Het zijn aannemers ook in de familie, dus expertise is daar aanwezig, dus ik ben daar vooraf geweest, had u ook moeten doen. Het is een herhaling van zetten. Ik eindig deze discussie, dit debat, en ik sluit dit debat af. En ik ga naar het volgende onderwerp, maar dan sla ik eentje over bijna. Dat is agenda punt 4. De tussenevaluatie actieplan laaggeletterdheid 2018-2021. En dan geef ik als eerste de heer Reusken het woord. Dank u wel, voorzitter. Evaluatie actieplan laaggeletterdheid voor de Partij van Arbeid, GroenLinks. Een belangrijk onderwerp, dat was in de vorige periode ook al het geval. Destijds hebben wij daar ook nog een motie voor ingediend, waardoor er extra middelen zijn vrijgesteld of zijn vrijgemaakt om hiermee aan de slag te gaan. En het is goed om dat actieplan en de voortgang te lezen. Want het is nog steeds zo dat 1 op de 8 Nederlanders en in 20 al zelfs 1 op de 6 moeite heeft met lezen en schrijven. En waarschijnlijk zijn dat er nog veel meer mensen, als je dat eens een keer bijneemt, als je kijkt over digitale vaardigheden, waar nog veel meer mensen moeite mee hebben als het gaat om het beheersen daarvan. Ik maak dat zelf ook nog wel eens mee. Ja, ik ben even stil omdat collega's met elkaar aan het praten zijn en ik graag toch de aandacht zou willen hebben voor dit belangrijke onderwerp, want we hebben het echt over een onderwerp wat belangrijk is om ons te beseffen dat het gaat om mensen die mee willen doen. U heeft het zelf opgelost, prima, u gaat door. En de kans niet krijgen. Spreekt eraf. Nee, dank u wel. En kansen krijgen om mee te doen. Want ik weet zelf hoe lastig het is als je bijvoorbeeld de schaar, ik zou zeggen, probeer het eens in te loggen op de website van UWV. Om daar eens bij proef een WW-uitkering aan te vragen. Ik geef u op een briefje dat de helft van ons het niet zal lukken. Omdat het ongelooflijk ingewikkeld is. Ik ben ook benieuwd als we praten over. Ik gaf net al een voorbeeld van de website van het UWV. Hoe zit het eigenlijk met de website van de gemeente Twenterand? En is daar ook al onderzoek naar gedaan? En is eens gekeken hoe toegankelijk bent u daar als het gaat om die digitaliteit? Straks komen we ook nog te spreken over het sociaal domein toegankelijkheid. Maar ik wil het hier toch al even noemen. Het doel is om 500 mensen te bereiken. Er zijn 300 mensen bereikt. Er zit 12 uur coördinatie op. En dat is krap. Dat realiseren we ons heel erg goed. En daarom ook goed om te lezen dat er een voorstel is om dit uit te breiden naar 36 uur. En ik heb begrepen dat dat 40.000 euro gaat kosten. Ik hoorde vanavond al dat we realistisch moeten zijn, want uiteindelijk draait alles om geld in deze wereld. Ik ben heel erg benieuwd. Er wordt gesproken van dat zouden we willen en dat gaat waarschijnlijk 40.000 euro kosten. Wethouder, kunt u ons vertellen of u daar concreet al bij de kadernota met voorstellen gaat komen
dan wel op korte termijn met voorstellen gaat komen om dat uit te breiden. Wat ons betreft, hoe eerder, hoe beter. En daarbij wil ik ook daarnaast nog een tweetal zaken noemen waar ik extra aandacht voor vraag. En ik ben ook wel benieuwd of de wethouder daar wat over kan vertellen. Vrijwilligers blijven onmisbaar belangrijk en die vrijwilligers moeten blijvend ondersteund worden. En er zijn veel vrijwilligers actief, hebben wij begrepen. Wat we daarnaast zouden willen doen, en misschien dat er ook wel extra op geïnvesteerd kan worden, dus als er van die 40.000 euro straks nog wat overblijft, of wellicht komen wij zelf met een voorstel om dat nog wat te stimuleren, is ambassadeurs. Niets is zo goed als het inzetten van ambassadeurs, ook wel eens ervaringsdeskundigen genoemd, die kunnen vertellen wat het is om niet te kunnen lezen en schrijven, en wat het vervolgens is om dat geleerd te hebben. Want zij zijn de mensen die anderen over kunnen halen om weer actief te worden en dat wel te gaan leren. Dus wat ons betreft is dat nog eens een keer een extra oproep aan de wethouder om daar op in te zetten. Dus al met al goed dat dit gebeurt. Dus er vinden goede zaken plaats. En wat ons betreft gaat er nog een tandje bij. En daar heb ik een tweetal vragen over gesteld. Dank u wel. Dank u. Oh, sorry. Helemaal goed. Ja, dank u wel. Dan ga ik naar gemeente Belangen Twenterand. Heer Albertsen, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. De adolescent is reconvalescent van een fractuur. Ik kan me zo indenken dat een groot deel van de medemens aardig met de oren aan de klapperen komt bij het horen van deze zin. Laat staan bij het lezen ervan. De jongere, of jongvolwassene hoe je wilt, is herstellende van een botbreuk. Die zin zal bij het gros van de mensheid niet tot gefronste wenkbrauwen gaan leiden. Het slecht een beetje aan hoe je een bepaalde zin natuurlijk uit gaat spreken en welke woorden je daarbij gebruikt. Gaat dus al eigenlijk niet om welke woorden je gekozen hebt, zolang de ontvanger van de boodschap of de luisteraar in kwestie maar begrijpt waar je het over hebt. Dus met lezen is dat ook van toepassing. Dat is belangrijk om mee te kunnen doen. En meedoen, daar is het ons al immers aan gelegen. Iedereen aanwezig kan zich wel een beeld vormen bij de term laaggeletterdheid. Maar wij hebben het er eigenlijk over. Bij laaggeletterdheid of functioneel analfabetisme houdt in dat mensen moeite hebben met taalvaardigheden lezen of schrijven. Men kan dus wel lezen en schrijven, maar is dus niet volledig analfabeet. Vervolgens vind ik het ook handig om de exacte definitie van geletterdheid te kennen. Want tegenover laaggeletterdheid staat in mijn optiek geletterdheid. Hoewel ook hooggeletterdheid tot problemen kan leiden, is mij wel eens te oren gekomen. Diep ingaan op die kwestie zal ik vandaag uiteraard niet doen. Geletterdheid dus. De internationaal gehanteerde officiële definitie van geletterdheid is het kunnen gebruiken van gedrukte en geschreven informatie ten behoeve van het functioneren in de maatschappij. Om zo de eigen doelen te bereiken en om de eigen kennis en mogelijkheden te ontwikkelen. Volgens mij hebben we hier de kern te pakken. Het functioneren binnen de maatschappij. Gelukkig is hier brede aandacht voor. Ook door mijn buurman op dit moment, de heer Reuskanaal, goed aangegeven. Wat in geval van gemeente Belangen Twenterand al vanaf dag 1 van de verkiezingsperiode aan de orde is geweest. Dit getuigt het verkiezingsprogramma in begrijpelijke taal. En daarop volgend kon ook het coalitieakkoord rekenen op een stempel van het taalpunt. Lovenswaardig vind ik ook dat de PvdA GroenLinks-fractie zich voor dit thema volledig inzet. Dat denk ik aan de initiatieven zoals de eerder genoemde motie, begrijpelijke taal, maar ook het agenderen van het huidige agendapunt. En wat ik toch eigenlijk wel petje af vind, dat ook het verkiezingsprogramma van PvdA GroenLinks destijds in Breien aangeboden is. Erg leuk en dat is natuurlijk in dit geval weer baas boven baas, dus complimenten nogmaals aan de buurman. De tussenevaluatie doorlezen is het goed te constateren dat de focus ligt op de basisvaardigheden. Want meedoen vraagt nog even steeds meer basisvaardigheden. Dat er een breed draagvlak is voor het terugdringen van laaggeletterdheid binnen de gemeentegrenzen lijkt dus dan niet zo logisch. Rond de 5000 mensen kampen in Twenterand met laaggeletterdheid. Hierin scoren we slechter dan het landelijk gemiddelde. Nou, de cijfers zijn net genoemd, 1 op 6 om 1 op 8. Uitbreiden van 12 uur naar 36 uur is een uitstekend idee. De inzet van de combinatiefunctionaris zullen we dan ook bijzonder toejuichen. De uitkomsten van het onderzoek naar hoe dit te bekostigen zien wij er ook met belangstelling tegemoet. Opgezond geven de percentages die voortkomen uit onderzoek bijzonder veel stof om na te denken. Enkel het feit dat 25% van de kinderen die de basisschool verlaten, dit doen met maar liefst 2 jaar taalachterstand. 1 op de 4, ik vind dat nogal wat. Vanuit de projecten waar ik vanuit mijn eigen werkgever bij betrokken ben, ken ik deze percentages, maar ik kan me goed indenken dat het voor veel ouders van basisschoolkinderen, zeker ook in het bedrijfsleven, dat die percentages minder bekend zijn.
voor de generatie overstijgende problemen dient ook zeker over te zijn. Problemen van ouders herhalen zich dan bij hun kinderen. Klinkt vrij logisch, maar des te belangrijker is de vroegtijdige signalering van taalproblemen bij jonge kinderen. Mooi dat er bij de partners op verschillende basisscholen zitten, want die miste ik in eerste instantie toch in het totaalplaatje. Het gaat erover een kwalitatief aanbod op maat, al is het blijkbaar vanuit het kabinet. En we zijn zeer benieuwd hoe dit de komende jaren vorm gaat geven en ook wat de rol van ons als gemeente daarin zal zijn. Wilt u zo meteen afronden, meneer Albersen? Yes. Zeker weet dat. Ik zeg een klein stukje over. Ik kan een mooi stukje over de kermis waar ook actief ja, geworden was. Afrondend wil ik twee keer graag het woord top noemen. Top is een toepassing op een taalgroepje, waar ik zelf ook bijzonder goede ervaring heb gehad van mensen die daadwerkelijk deelnemen aan het taalgroepje. Met heel veel lof aan de verleggers die erbij betrokken zijn. En top ook voor de ambassadeurs, daar wil ik ook graag mee afsluiten. Gaaf om te zien dat de ervaringsdeskundigen zijn die laaggeletterd geweest zijn, zich als ambassadeur inzetten. En wat ons betreft kan er niet snel genoeg meer ambassadeurs bijkomen, in ieder geval in iedere kern, zodat we gezamenlijk Twenterand minder laaggeletterd kunnen maken. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de ChristenUnie, mevrouw Hilbrink. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Wat was precies bedoeld met laaggeletterdheid? Net werd het ook al genoemd door mijn collega van de GWT-fractie. De basisvaardigheden, taal, rekenen en digitale vaardigheden worden gerekend tot laaggeletterdheid. Dit zijn de mensen die niet op het BE-niveau lezen, die het BE-niveau lezen niet hebben gehaald. Maar hoe zit het met mensen die het wel hebben gehaald, maar lage rekenvaardigheden hebben of onvoldoende digitale vaardigheden? Als we de hele groep rekenen tot de groep die laaggeletterd zijn, dan vragen wij ons af in hoeverre het nodig is om uitbreiding te geven aan de activiteiten van het huidige actieplan laaggeletterdheid. In de ogen van de ChristenUnie gaat het dan namelijk om een veel bredere doelgroep en zouden we deze groep mogelijk op een andere manier moeten bedienen. Door wellicht nog meer uitvoering te geven aan de motie die we hebben aangenomen en dan gerichte acties in te zetten op een doelgroep die hoofdzakelijk vanuit de gemeente benaderd kan worden. Naast het UWV. Net werd ook al door de heer Reusken genoemd dat het heel moeilijk is om aanvragen te doen voor bijvoorbeeld een uitkering. Wij weten dat het ook zo geldt voor uitkeringen die bij de gemeente worden aangevraagd. En we hebben nu het Adigma bel, klik en kom. We hebben daarin een digitalisering voortgezet wat voor een aantal mensen heel moeilijk is om mee te komen en daardoor ook mee te blijven doen. We zijn benieuwd welke extra kosten gemoeid zijn bij het nog meer inzetten van dit taalpunt. Maar we denken dat het zeker zinvol kan zijn om ons bewust te zijn van taal wat op alle mogelijke gebieden wordt aangeboden en waar mensen van afhankelijk zijn. Er zijn minder persoonlijke contacten, dus mensen moeten het ook hebben van veel taal. En dat wordt met name digitaal aangeboden in deze tijd. Ten tweede vragen we ons af in hoeverre Twenterand meedoet aan de regionale plannen waarvoor extra geld beschikbaar is gesteld door de overheid en hoe dit plan er dan eventueel uitziet. Wij denken zelf dat bij het doel versterken van de preventieve aanpak het taalpunt meer ingezet kan worden voor het toegankelijk maken van informatie door de gemeente aan haar inwoners. Zo zal een bredere groep mensen worden bereikt dan alleen de groep die bij de gemeente bekend is. Want in het plan lezen we dat ook veel jongeren en ouderen tot deze grote groep behoren. De vraag is wat we net al zeiden, of wat ik net al zei, bel, klik, kom, maar hoe toegankelijk is dat? Wie merkt dat het voor deze mensen moeilijk is en wie helpt dan? Moeten ze hier dan zelf om vragen? Dit raakt aan de autonomie van mensen, want mensen willen graag zelfstandig zijn. Hoe kunnen we hier dan tegemoetkomen? Want terugdraaien is niet realistisch waarschijnlijk. Wij zien daarin kansen voor het taalpunt en hopen dat op die manier ook het aanbod wat wij doen zo toegankelijk is dat het een groter groep bereikt dan nu mogelijk. Kortom, we zouden graag willen weten van de wethouder welke kosten precies gemoeid zijn met het meer bereiken van laaggeletterden drie trajecten willen volgen en welk bedrag nodig is om de activiteiten van het taalpunt uit te breiden. Zodat dit mogelijk meer ingezet kan worden voor een bredere doelgroep dan alleen de groep die wij vanuit de gemeente benaderen kunnen, omdat ze hier een uitkering aanvragen bijvoorbeeld. Tot zover. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Jonker. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de tussenevaluatie actieplan laaggeletterdheid.
Dat is nu ook aan de orde. Het raakt ook al een klein beetje aan het volgende agendapunt. Als we het hebben over de toegankelijkheid van het sociaal domein. 1 op de 5 inwoners van Twenterand heeft moeite met lezen en schrijven. Hoe wordt dat eigenlijk gemeten? Ik weet niet of de wethouder daar wat over kan zeggen nu, maar daar hoor ik er anders wel. Maar daar was ik gewoon even naar benieuwd. In de raadsbrief kunnen we ook lezen dat er veel wordt samengewerkt met ketenpartners. De bibliotheek, Taalpunt, Stichting Zorgzaam, Stichting Lezen en Schrijven en ROC van Twente. Ik mis in dit rijtje de scholen van Twenterand, het Noordik bijvoorbeeld en het primair onderwijs. Wat SGP betreft zijn deze onderwijspartners van de gemeente onmisbaar bij de aanpak van laaggeletterdheid. Juist zij zijn ook bezig om de basisvaardigheden van onze inwoners bij te brengen en te verhogen. Voorzitter, is de wethouder bereid om ook deze onderwijsinstellingen te betrekken bij de aanpak van laaggeletterdheid? Zo nee, waarom dan niet? Zo ja, wat kunnen ze betekenen? En ik denk ook wel dat ze wel al wel een rol hebben, maar misschien kan de wethouder daar nog nader op ingaan. Het probleem wordt groter als het gaat om laaggeletterdheid, ook gezien het rapport van OESO waar u naar verwijst. Vooral de stijging onder de jongeren. Het Taalpunt kan dat allemaal niet voor ons oplossen. Uitbreiding is wenselijk, zo niet noodzakelijk. Daar zien wij het nut en noodzaak wel van in. U denkt daarbij ook aan de inzet van formatie vanuit de brede impuls combinatiefuncties. Ik heb dat niet nader onderzocht, maar wat betekent dat? Kunt u daar wat helderheid over geven? Alle hens aan dek, zou ik zeggen. Mijn vraag, kijk ook hoe de scholen hierbij dus een rol krijgen, heb ik al gezegd. Of is uw route, zeg maar, om dat alleen via het Taalpunt te laten verlopen? En voorzitter, hebben we als gemeente ook geen taak? Laten we daar ook oog hebben voor eigen regels en procedures, CQ handelswijze. De heer Ruske gaf daar net al een voorzet toe, ook de website, maar het raakt niet alleen uw portefeuille, maar het geldt natuurlijk gemeentebreed. Schrap waar nodig ook onnodige regels. Maar dat ligt niet alleen op uw terrein, zoals dat gezegd, maar in het geheel. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Veldmeijer. Aan u het woord als laatste in eerste termijn. En dan geef ik zo het woord aan de wethouder. Heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Zo'n 5000 mensen in onze gemeente hebben moeite met lezen en schrijven. Dit vinden wij een enorm hoog aantal. En we zijn hier van ontzettend geschrokken. En de ambitie van de gemeente is om een aantal van 5000, het is al eerder gezegd, terug te brengen naar 4500. Een afname van 500 laaggeletterden. En in de tussenevaluatie lezen we dat inmiddels 300 mensen zijn bereikt. En de term bereikt vinden wij wat vaag. Vandaar dat we aan de wethouder willen vragen wat hiermee precies bedoeld wordt. Wordt bijvoorbeeld bedoeld dat deze mensen reeds voldoen aan het taalniveau 2F? Graag een reactie. En we proeven uit de tussenevaluatie, voorzitter, dat alle inspanningen van de coördinator en de 300 vrijwilligers staat of valt bij de bereidheid van mensen om iets aan de laaggeletterdheid te doen. Het is allemaal zeer vrijblijvend. En daarin worden we ook gesteund, bijvoorbeeld door het ROC, dat stond van het weekend nog in de krant. Veel mensen komen niet opdagen. En binnenkort nemen de gemeentes meer de regierol dan nu het geval is. Klopt dat? Maar we merken dus dat het allemaal vrijblijvend is. Klopt onze conclusie dat het vrijblijvend is? Geldt het ook voor mensen die bijvoorbeeld in de bijstand zitten? En geldt het ook voor zogenaamde nieuwe Twenteranders? Want wanneer mensen de Nederlandse taal op het minimale niveau beheersen, vergroot dit hun kans op werk. En wanneer deze mensen weigeren om daar wat aan te doen, aan hun taalbeheersing, zijn er dan consequenties. Bijvoorbeeld korting op een uitkering of intrekken van de verblijfsvergunning. Graag een reactie. Want het valt ons wel op dat volgens de tussenevaluatie maar heel weinig nieuwe Nederlanders een cursus volgen. We lezen verder, voorzitter, dat het aantal laaggeletterden stijgt. Vraag aan de wethouder hoe dit komt. Schokkend was onlangs te moeten vernemen dat steeds meer leerlingen op de basisschool een taalachterstand hebben. En we weten ook dat er bij heel veel leerlingen thuis geen Nederlands wordt gesproken. In België, dat zal niet zo veel afwijken als hier in Nederland, in België spreekt 1 op de 5 leerlingen in basisonderwijs geen Nederlands thuis. In het voortgezet onderwijs 1 op de 6. Zeer grote aantallen. En we creëren zo een nieuwe generatie die de taal niet machtig is, met alle gevolgen van dien. Voor hen, maar ook voor de maatschappij.
Met andere woorden, voorzitter, is het geen water naar de zee dragen. Moet er eerst iets niet voor gedaan worden aan de oorzaken? Je doet nu iets aan de achterkant en aan de voorkant loopt er net zo hard in. Wat doet de wethouder hieraan? Graag een antwoord. En het valt ons op, voorzitter, dat het plan uitgevoerd wordt door een coördinator die 12 uurtjes werkt per week en maar liefst 30 vrijwilligers. Veel projecten in de zorg draaien op vrijwilligers bij de gratie van. En aan de wethouder vragen we dit of dit gewone mensen zijn, die vrijwilligers, of mensen met een onderwijsachtergrond. Graag een antwoord. Voorzitter, wij snappen dat hoe meer mensen in de gemeente het Nederlands machtig zijn, dit goed is voor hen, maar ook voor de gemeente. Om zelfvoorzienend te zijn in deze maatschappij is het spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal essentieel. Dus dat daar belasting en geld naartoe moet is evident. En dat de huidige invulling onvoldoende is, zien wij ook wel. Maar dan moet het wel echt zichtbaar resultaat gaan opleveren. En wat ons betreft is het nu allemaal een beetje te vrijblijvend. Dank u wel. Dank u wel. En ik wil de wethouder uitdagen om het kort te houden. Om te voorkomen dat. Ja, ik leg de uitdaging ook bij de wethouder neer. Hè. Dat begrijpt u wel. Die uitdaging pakt de wethouder zeker ook op. Ga ik vanuit. En ik kan het zeker de antwoorden correct doen. Wethouder, aan u het woord. Ik pak de uitdaging graag op, voorzitter. Of het mij ook lukt, dat gaan we zien. Ik ga mijn uiterste best doen, dat beloof ik u. Ik ben blij met een raad die het belang van het bestrijden van laaggeletterdheid met ons erkent. En ik dank u ook voor de woorden die u daarover hebt gesproken. Er is veel gezegd, er zijn een aantal vragen gesteld. Ik zal mijn best doen om ze allemaal te beantwoorden. Het voorstel voor uitbreiding, zoals dat genoemd wordt in de raadsbrief, dat mag u begin 2020 hebben gezegd. Ik zal kijken of we dat echt met spoed naar u toe kunnen laten komen. Hangt wel af van of het ook lukt om de combinatiefunctionaris daarvoor in te zetten. En de combinatiefunctionaris, de SGP, vroeg daarnaar. Die zal dan deels gefinancierd worden door de gemeente en deels in dit geval door de bibliotheek. Zodat we ook gebruik kunnen maken van de middelen die het Rijk daarvoor beschikbaar gesteld heeft. En op die manier kunnen we relatief goedkoop zorgen voor extra uren voor het bestrijden van laaggeletterdheid. Even kijken, het voorstel heb ik waarover gezegd. Vrijwilligersbeleid. Meneer Rusken, u weet waarschijnlijk dat wij gevraagd hebben aan een tweetal organisaties om met ons te kijken naar het vrijwilligersbeleid in de volle breedte. Zorgzaam en de stichting Evenmens zijn daarmee bezig. En dan zullen we ook kijken van wat vraag je nou hier van vrijwilligers? Want dat moeten wel gekwalificeerde vrijwilligers zijn, dus dat is zeker van belang. Wij hebben op dit moment 4 taalambassadeurs. Er komt of deze week of begin volgende week zullen wij via onze social media kanalen ook een filmpje delen wat we gemaakt hebben met de taalambassadeurs, die ook zelf uitleggen wat het belang is van het taalvaardig worden. Want wij kunnen het met z'n allen 100 keer proberen te vertellen, maar iemand die laaggeletterd was en het niet meer is, die kan ons pas echt duidelijk maken wat het betekent als je dat niet meer bent. En hoe de kwaliteit van je leven daardoor kan toenemen. Dus daar zijn we ook actief mee aan de slag. De ChristenUnie maakt een opmerking bij monden van mevrouw Hilbrink over het extra geld voor regionale plaatsen. Ik ben de brenger van slecht nieuws, althans van voorlopig slecht nieuws. Want het laatste bestuurlijk overleg, wat ik ook namens de VNG mocht hebben met minister van Engelshoven hierover, dat was op 19 december jongstleden. Daar heeft zij meegedeeld dat de specifieke webuitkering en ook het extra geld wat vooral bedoeld is vanuit het Rijk om de regiefunctie van de webgemeente van de centrumgemeente ook te versterken, dat zij niet voornemens is, voorlopig althans, om dat geld te indexeren. En dat betekent dat als je dat doorrekent, dat over een paar jaar het extra geld verdampt is. De inzet van de VNG en ook van mij persoonlijk is erop gericht om die indexering wel te krijgen, omdat je ook pas dan extra werk kan maken van het versterken van die regiefunctie.
Voorlopig was de reactie van de minister er niet één die nou heel erg hoopgevend is. Maar wellicht biedt de voorjaarsnota, zoals het Rijk die vaststelt, daarvoor weer een nieuwe mogelijkheid. En de inzet zal er ook op blijven gericht zijn om dat wel voor elkaar te krijgen. Want wat heeft extra geld voor zin als je door niet te indexeren het laat verdampen? En daar zijn we er heel veel over eens, denk ik. Welke meerkosten voor het taalpunt? Nou, als je denkt aan de combinatiefunctionaris, gaat het ongeveer om 25.000-26.000 euro uit mijn hoofd. Dus dat valt op zich. Het is wel serieus geld, maar als je kijkt naar wat je wil bereiken, is dat zeker geld wat we terugverdienen. Wij hebben op dit moment 4 taalambassadeurs en de verwachting is dat het aantal zal verdubbelen, zodat we ook meer mensen hebben die kunnen helpen om dat uit te dragen. Vraagt de SGP nog naar de ketenpartners. U mist het Noordic en het primair onderwijs noemt u onder andere. Primair onderwijs is aangesloten, evenals bijvoorbeeld een instelling als TMZ. Het maatschappelijk werk doet daar ook in mee. Of dat ook voor het Noordic geldt, bij mij weten we niet. Maar we zullen dat bespreekbaar gaan maken op het moment dat het niet zo is. Dan de eigen rol van de gemeente. Ik refereer even aan de motie zoals die destijds door de heer Reusken is ingediend. Waar ik toen ook gezegd heb, want die riep op om alles wat wij communiceren, om dat zo laaggeletterd mogelijk te doen. En dat proberen we bij alles wat we doen. En dat betekent ook dat de wijze van communiceren, en daar laten we heel vaak op het taalpunt naar kijken. Van is dit nou begrijpelijk, ja of nee? We hebben het bijvoorbeeld gedaan bij de herindicaties waar mensen een brief van ons kregen. Nou, daar hebben we zeker ook het taalpunt mee laten kijken. Er zijn nog andere ontwikkelingen die ik toch graag met u wil delen. Er komt op Delta FM een radioprogramma, Taalpunt, wat 2 keer in de week te horen en te volgen is. We hebben in januari van dit jaar... januari 2019 de taalmeter afgenomen bij zittende cliënten. Er zijn 62 cursisten aangemeld. En als je bij het UWV een uitkering aanvraagt, dan is het afnemen van de taalmeter een verplicht onderdeel vanuit de participatiewet. Is men verplicht om die taalmeter af te laten nemen en dat kan bij het taalpunt. Dus ook daar is het zeker niet vrijblijvend. Of we eisen stellen naar bijstand in Nieuw-Nederland, ja, dat doen we dus. Hoe komt dat laaggeletterdheid toeneemt? Die vraag is heel simpel gesteld, maar veel moeilijker beantwoord. Want je ziet dat laaggeletterdheid heel vaak een overervingsverhaal is. Dus de inzet die wij plegen, die is gericht op mensen die nu laaggeletterd zijn. Maar ik huldig het standpunt dat het bestrijden van laaggeletterdheid uiteindelijk niet zo moeilijk is. Tuurlijk, hè, mensen moeten zelf willen. Maar met taalambassadeurs, met mensen die... iemand die laaggeletterd was en in gesprek gaat met iemand die het is, die zal hem veel eerder overtuigen van doe dat nou, want je hebt daar heel veel baat bij. Wij moeten ook straks als we de uitbreiding hebben, veel meer werk maken van de vindbaarheid van laaggeletterdheid. En dat betekent dat we veel meer moeten doen en dat willen we straks ook gaan doen. En dan moet u bijvoorbeeld denken aan de rol van consultatiebureaus. Als ouders daar komen, hoe herkennen de mensen die daar werken dan, hoe herken je laaggeletterdheid? En hoe zet je mensen op het juiste spoor om er wat mee te doen? En soms is het ook gewoon een kwestie van volhardend zijn. Ik weet van onze taalpuntcoördinator dat ze soms mensen 5, 6, 7 keer belt. En dat de 8e keer iemand toch komt. Dus het vraagt ook echt vasthoudendheid. En ik prijs mij heel gelukkig met een taalpuntcoördinator die dat echt in zich heeft en die daar ontzettend veel goed werk doet. Maar ook onze eigen consulenten moeten leren hoe ze laaggeletterdheid herkennen. Moeten weten waar ze terecht kunnen. En daar hebben we ook die uitbreiding van uren voor nodig. Want het laatste wat je wil is dat je straks heel veel meer mensen bereikt. En dat je vervolgens moet zeggen van ja, wacht u maar even. Want op het moment dat iemand zover is dat hij zegt ik wil daar wat aan doen, dan moeten wij zorgen dat die mogelijkheden er zijn. Kortom, we zijn daar heel erg druk mee bezig. De inzet, weet u als het aan mij zou liggen,
dan zouden we niet één talpuntcoördinator, maar dan zouden we er misschien wel 3 of 4 hebben, of 5. En ik weet, en dat was toen ik begon in deze functie, was een van de eerste dingen die ik las was dit. En toen heb ik de vraag gesteld van, joh, wij zeggen de 10% is laaggeletterd en 10% daarvan willen we gaan bereiken. En mijn eerste vraag was, hoe weten we nou dat dat zo is? Er zijn ooit een keer cijfers geweest, ooit heeft het CBS heeft daar iets op bedacht. En een van de punten die nu ook in de vervolgafspraken tussen VNG en Rijk een plek krijgt, is die goede monitoring. Want we hebben soms geen idee hoeveel het er zijn. En we nemen maar aan dat 10% het ongeveer is. Dus we moeten veel beter monitoren. We moeten ook veel beter gaan werken. En dat is ook een van de afspraken die tussen VNG en Rijk gemaakt is. Is de doelgroepdefinitie. En daarin hebben wij ook gepleit bij het Rijk voor. Neem maar ook, en die populatie hebben wij ook. Neem ook de LVB-populatie mee in het bestrijden van die laaggeletterdheid. En daar komt het ook extra aandacht voor. Ja. Ja, want het gaat door. En meneer Hilbrink, mevrouw Hilbrink heeft een vraag aan de wethouder. Mevrouw Hilbrink, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De wethouder zegt, we hebben het nu over de definitie van laaggeletterd. En hij heeft het over als wij de mensen signaleren, dan zouden we ze graag een aanbod willen doen. Mijn vraag is, als we het hebben over laaggeletterdheid, dan hebben we het over mensen die niet analfabeet zijn. Dat is een hele grote groep die wel kan lezen en schrijven, maar inhoudelijk niet altijd begrijpt wat er staat, om zo maar te zeggen. En die groep is vele malen groter dan de groep die in mijn optiek door de ambassadeurs bereikt zou worden en die doorgestuurd zou kunnen worden naar onderwijs op dat vlak. Ik denk dat er een hele grote groep, ook in onze gemeente is, die heel veel baat zou hebben bij het feit als het gesignaleerd wordt dat er mogelijk sprake zou zijn van laaggeletterdheid, zij meegenomen worden in het stuk van hey, hoe vraag ik dan de dingen aan die ik nodig ben. En dan praat ik over praktische invulling en uitvoering van subsidies, belastingen, et cetera. Ik denk dat heel veel mensen op dat vlak vastlopen. En niet zozeer op het lezen en begrijpen van taal. Want op het niveau waarop sommige mensen het kunnen, kunnen ze zich prima redden. Het gaat met name over de concrete uitvoering daarvan, is mijn optiek. En ik ben benieuwd hoe de wethouder daarover denkt. Wethouder, aan u het woord. Ik wil toch vragen om het wat kort te houden en dan af te ronden. Wethouder, aan u het woord. Ik probeer het kort te houden, maar ik laat even op me inwerken wat mevrouw Hilbrink zegt. Want ja, een van de onderdelen van het bestrijden van laaggeletterdheid is ook het werken aan het bestrijden van digitale laaggeletterdheid, noem ik het dan maar even. Dus het mee kunnen doen. En geloof me, ik zou niks liever willen dan in plaats van één combinatiefunctionaris er 3 of 4 extra inhuren. En zorgen dat we daar nog veel meer in doen dan we nu al doen. En weet je, gemeente Twenterand doet daar echt meer in dan sommige andere gemeenten. En dat gaat er niet om dat wij meer doen of dat we beter zijn. Maar het raakt je als je mensen hoort die daar last van hebben. Tegelijkertijd is het, zoals wel vaker, is het ook de keus van wat doe je. En wij proberen, onze consulenten proberen ook te ondersteunen als het nodig is en als het kan. En ook bij het invullen en dergelijke. Maar uiteindelijk is de bestrijding van, ik zeg dan maar even, de echte laaggeletterdheid. En daar begint het. En dat daar vervolgens ook een digitaal traject achteruit komt, daar zijn we het heel snel over eens. Maar wat is dan, wat moeten we dan doen? He, als die groep, en ik weet niet of die groep zo groot is als u zegt, en ik weet niet of daar überhaupt fatsoenlijk onderzoek naar gedaan is, maar als dat zo is, en we zouden daar volop de aandacht op zetten, dan accepteren we dus dat de groep die nu echt laaggeletterd is, dat we daar niet of veel minder doen. Dus het is bijna een onmogelijke keus, maar als ik de keus moet maken, dan ga ik nu voor de bestrijding van de echte laaggeletterdheid. En dat we daar op wat u noemt ook nog een wereld te winnen hebben, daar zijn we snel over eens. Kijk even naar mevrouw Hilbrink, ja, aan u het woord. Dank u wel voor uw antwoord, wethouder. Waar mijn zorg zit, is op het punt van
In het stuk kunt u lezen dat ongeveer de helft van de leerlingen die het VMBO volgt, en dan met name de onderste richtingen, tot de groep laaggeletterd behoort. Maar deze jongeren kunnen wel lezen en schrijven. Zij begrijpen alleen heel vaak niet hoe het in de wirwar van allerlei regels en wetgeving zit. En dan lopen toch ook een aantal mensen, als ze volwassen worden helemaal, lopen daartegen aan. En ik denk dat als een jeugdconsulent of iemand anders deze mensen signaleert en daar de problematiek van signaleert, dan zou het heel fijn zijn dat niet meteen gedacht wordt aan een training om die taal te vergroten, maar ook gekeken wordt van hoe kunnen we jou praktisch helpen. Misschien begrijp ik u niet verkeerd, maar dat is wel wat ik graag zou willen dat er aandacht voor is. Wethouder, voorzitter, ik zal proberen. Op een bepaald moment moeten we niet de techniek ingaan en met aannames gaan werken. Dus vandaar wethouder aan u het woord. Kort voorzitter, er ligt een aanname in uw opmerking die ik niet deel. Want u, als ik hem heel plat sla, dan zegt u dat iedereen die met taalachterstand van VMBO komt ook automatisch een jeugdconsulent ziet. Dat is dus beslist niet het geval. Nee, maar het gaat erom dat ja, ook leerlingen die van het VMBO komen zijn laaggeletterd. Het is niet voor niks dat ook met werkgevers, ook met ROC's, daar hele concrete afspraken over gemaakt zijn om dat te blijven bestrijden. Dus we leggen ons daar niet bij neer. Maar we moeten wel ergens beginnen. Ja, mevrouw Hilbrink. Ja, want anders krijgen we een discussie over. Dus ik probeer eventjes ook bij de kern te blijven. Want anders dan wordt het een aanname discussie. Dat schiet niet echt op, denk ik. Mevrouw Hilbrink, aan u het woord. Nou, ik wil wel even rechtzetten dat ik niet ook de aanname heb dat jongeren van een bepaald niveau een jeugdconsulent zouden zien. Ik heb het woord jeugdconsulent genoemd omdat de wethouder dat als voorbeeld noemt dat deze mensen alert zouden zijn. Dus dat wil ik even wel rechtzetten. Ja, goed, dank u wel. Dan even mevrouw Uitslag, een vraag aan de wethouder. Mevrouw Uitslag, aan u het woord. Ja, kleine vraag nog, want ik snap dat de tijdsdruk ligt. Het is nu uw handen hoor, met z'n allen. Dus, Nog even terug op wat de wethouder net zei. Hij noemde daar een aantal instanties. Valt de gemeente daar ook onder? En ik vraag dat even specifiek. Waar de aandacht is, en niet flauw bedoeld, aandacht voor laaggeletterdheid. Maar wat ik eigenlijk bedoel is, op het moment dat mensen huisbezoeken doen, enzovoort, kan daar ook al iets in ontstaan, denk ik. Wethouder, aan u het woord. Ja. Met mijn krachten. Ja. Wethouder, ik kijk even naar u of u klaar bent. Ja, maar sommige vragen nodig ook uit het kort. Wethouder, aan u het woord. Ik kijk nog even heel snel. Volgens mij heb ik het meeste gehad. Even kijken. Als laatste nog, of het geen water naar de zee draagt is, vraagt de heer Veldmeijer. Nee, dat is wat mij betreft niet. Want iedereen, elk mens, elke man of vrouw die we uit laaggeletterdheid halen, geven we kansen om mee te doen. En zorgen we ook voor dat de kinderen, zo die er zijn, die kans ook krijgen en veel meer krijgen. Dus nee, het is geen water naar de zee dragen. Meneer Veldmeijer heeft de vraag niet. Meneer Veldmeijer, nu het woord. Dank u wel. Ja, ik bedoelde dat, voorzitter, omdat we de oorzaken niet echt aanpakken. We zijn, zeg maar, een patiënt die hulp nodig heeft, of een cliënt, zoals u weet, die zijn we aan het helpen, die niet mee kan komen in de maatschappij, omdat hij de taal niet beheerst zoals het zou moeten. Maar aan de andere kant stroomt er net zo hard weer heel veel in. Dus wat gaan we doen aan de oorzaken? En in het rapport las ik, voorzitter, dat we inmiddels 300 mensen hebben bereikt. Dan had ik gevraagd, wat bedoelt u met de term bereikt? Betekent dat dat ze dan een brief hebben ontvangen? Of betekent dat die mensen inmiddels op het niveau zitten, zoals wij dat graag willen? En we zitten, en dat moeten we niet ontkennen, met met nieuwe Twenteranders, waar thuis gewoon ja, Arabisch of welke taal dan ook gesproken wordt. En waar de schotels op Turkije zijn gericht of waar dan ook. En dat is ook een enorm probleem. Wat doet u daaraan? Wethouder, nu het woord. De inburgering vraagt dat ook de taal geleerd wordt. Dus dat is onderdeel daarvan.
Kijk, als ik in mijn vrije tijd, als ik televisie kijk, naar L1 luister, omdat ik graag Limburgs hoor, ja, dan is dat ook mijn eigen keuze. Dus in die zin gaan we er niet over wat iemand thuis kijkt. Maar dat ik vind dat ook nieuwe Nederlanders, en of er dan nieuwe Twenterlanders of nieuwe Nederlanders zijn, de taalmachten moeten zijn, daar zijn we het heel snel over eens. En gelukkig merken we en horen we ook, en kan ook onze burgemeester u dat bevestigen, dat de nieuwe Twenterlanders die hier komen, gelukkig heel snel de taalmachtig zijn. Dus daar doen we ook alles aan om dat te doen. Bereikt. We hebben een uitsplitsing, en die staat volgens mij niet in de tussenevaluatie van wat precies bereikt is. En want heb je iemand bereikt als die een traject succesvol heeft afgerond? Heb je iemand bereikt die bereid is om het gesprek aan te gaan? Dus ik zeg u in elk geval toe dat we die uitsplitsing u zullen doen toekomen, zodat u wat meer beeld krijgt van wat is dan bereikt en wat verstaan we daaronder. Dat praat denk ik wat makkelijker. En mocht het nodig zijn, kunnen we daarover op een later moment, ga ik daarover graag met u in gesprek. Maar dan heeft u daar wat meer beeld bij. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja. Dank u wel voor de toezegging, via u, voorzitter, aan de wethouder. Maar het viel mij op in de tussenevaluatie. Als ik kijk naar die nieuwe Nederlanders. In 2017 was er eentje die een cursus volgt. 2018, 2019 en 2019 4. En dat vind ik toch wel hele lage aantallen. Bent u dat met me eens? Ja, ik ken niet de exacte cijfers van de nieuwe Nederlanders die hier komen. Dus dat zou ik nou moeten zoeken om te kunnen bepalen of dat lage aantallen zijn, ja of nee. Dus die cijfers moeten we naast elkaar leggen en dat kunnen we doen. Ja. Meneer Reusken heeft een vraag aan u. Heer Reusken, aan u het woord. Voorzitter, tweede termijn voorkomend. Bij laaggeletterdheid, dat wil ik even met alle nadruk zitten, gaat het niet alleen maar om nieuwe Twenteranders of om mensen die naar Nederland toe komen. Maar het gaat ook om Nederlanders die hier geboren en getogen zijn en niet die taal machtig zijn. We pleiten, en dat heb ik zelf ook al bijgedragen, aan het mooie dialect wat we hebben. Maar naast het dialect moet je ook die Nederlandse taal beheersen. En een grote groep van mensen die laaggeletterd zijn, zijn Nederlanders van oorsprong hier getogen en geboren en die die taal moeten leren. Dus dat wil ik toch nog even ter aanvulling geven. En volgens mij is dat ook een zeer groot deel van die groep. En ik denk dat de heer Paters dat kan bevestigen. De wethouder aan u het woord. Meneer Veldmeijer, u eerst en dan de wethouder. Aan u het woord. Ja, ik wil toch een correctie maken op de heer Reuske. Want het probleem natuurlijk is dat derde generatie wordt als een Nederlander gezien. Terwijl er toch in heel veel gezinnen wordt daar gewoon Arabisch gesproken. Ook de derde generatie. En dat blijft een probleem. En dan kun je wel zeggen, ze zijn geboren en getogen in Nederland of Twente, want waar dan ook. Maar ze worden wel Arabisch opgevoed. Wethouder, aan u het woord. Het klopt, voorzitter, dat, en we hebben het over NT1 en NT2, Nederlands als eerste taal en Nederlands als tweede taal. En dat de groep die laaggeletterd is, hier vooral uit NT1'ers bestaat. Dus mensen die hier geboren en getogen zijn. En waar heel vaak overerving het probleem is. Dus we moeten niet alleen bestrijden, maar we moeten vooral ook het patroon doorbreken. En daar hebben we nog veel meer van nodig dan we nu al doen. En elke mogelijkheid die daar is, zullen we niet onbenut laten. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk de raad rond of die nog een tweede termijn wil. Of een eerste termijn voor sommigen, maar dat geldt toch als tweede termijn. Niet. Dan constateer ik dat 10:55 is. En conform wat op de agenda staat, gaan we gewoon door met het volgende agendapunt. Dat is de stand van zakennotitie sociaal domein najaar 2019. En ik geef het woord aan de heer Reusken. En iedereen heeft 4 minuten in eerste termijn. Heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het zal niet onbekend zijn voor de Partij van Arbeid een belangrijk thema. Wat mij betreft spits ik dadelijk toe op één onderdeel, dat is namelijk toegankelijkheid. Maar dat wil ik niet doen zonder toch nog even een compliment te maken aan de wethouder Abbema, die er vanavond niet is. En het gaat over Soweko, dat zal u niet verbazen. Maar ik ben blij dat het dagelijks bestuur met de Raad van Commissarissen om tafel gaat zitten en samen het gesprek gaan
aangaan om te kijken naar alternatieven. Dus ik wil het compliment graag hier maken en ik zou u willen vragen om dat ook naar het dagelijks bestuur over te willen brengen. Dat gezegd hebben. Omvangrijk verhaal als we kijken naar de tussenstand zoals dat vaak gebeurt. Gedegen, overzichtelijk en zeer uitgebreid. En we zien dat er in Twenterand veel gebeurt. Ik wil er twee voorbeelden noemen. Dat gaat over het project Samen Zijn en de aanpak van financiële problemen. Complimenten naar al die initiatieven die lopen. Maar wat ik al zei, wat mij betreft gaat het vanavond vooral over toegankelijkheid. Want dat heb ik ook aangekondigd. En daar heb ik een aantal opmerkingen en wellicht ook vragen over. Het gaat eigenlijk al terug naar 2016. Toen heeft de Partij van Arbeid, toen nog de Partij van Arbeid, nu de Partij van Arbeid GroenLinks, een motie ingediend met de vraag om in het kader van het VN-verdrag toegankelijkheid te komen met een plan van aanpak. En te komen tot een lokale inclusieagenda. Dat heeft een tijdje geduurd. Een jaar later lag er een actieplan. Een actieplan wat vrij uitgebreid was met tal van acties die soms op beleid lagen, soms op hele concrete maatregelen. Nu voor het eerst, 2020 januari, ligt er een tussenstand. Even nog terug naar de kern. In de kern van de motie ging het, dat is niet flauw, voorzitter. Ik hoorde voorzitter, ik hoorde de wethouder dat noemen. Maar dat zijn wel, wat mij betreft, de feiten. In de kern stond daar, het gaat over bewustwording, het gaat over toegankelijkheid van de gemeente. Het gaat om medewerkers toe te rusten, het gaat over het inzet van ervaringsdeskundigen en het gaat over cliëntondersteuning. Wat is hiervan nu gerealiseerd? Wij hebben daar een beetje een dubbel gevoel bij. Er lijkt heel veel te zijn gedaan. Maar wat heeft die inwoner daar nou echt van gemerkt? En wat is daar nu het bereik van? Want ik heb gekeken, voorzitter, naar alle zaken die genoemd zijn. Of de zaken die genoemd zijn, en wellicht is er veel meer gebeurd. Maar de zaken die genoemd zijn. En ik heb een paar woorden voor mijzelf aangekruist. Van welke woorden worden daar nou gebruikt? Bijvoorbeeld, bij het openbaar vervoer wordt gesproken over aanbesteding. In de aanbesteding moet gekeken worden naar hoe er rekening gehouden wordt en of er voldoende aansluiting is voor mensen met een beperking. Er wordt gesproken over een inclusieve arbeidsmarkt waarbij er beleid ontwikkeld wordt, er ontwikkelprogramma's gemaakt worden en er binnen netwerken met thema's aan de slag wordt gegaan. Er wordt gesproken over intentieverklaringen als het gaat over dimensievriendelijke gemeenten. Wat ons betreft is dat nog te abstract en niet concreet genoeg. Gelukkig zien we daar ook al een aantal actiepunten waar wel wat gebeurd is. Dat is bijvoorbeeld de website is aangepast. Er is, let op, niet op basis van het actieplan, maar wel naar aanleiding van de motie, ook door deze raad aangenomen, wat gedaan aan de taalvaardigheid en aan schrijfcursussen. En er is ook bij de stembureaus gekeken naar de fysieke maatregelen. Voorzitter, wat ons betreft zou er meer moeten gebeuren. Nee, ik nog twee dingen noem. Vrije tijdsbesteding zie ik ook wat heel concreet wat gedaan is. Wij hebben een vraag aan de wethouder van, is het mogelijk dat als je kijkt naar het actieplan, en volgens mij moet dat niet zo ingewikkeld zijn, om gewoon een kolom toe te voegen aan het actieplan en gewoon aan te geven, dit zijn de acties die we afgesproken hebben, dit is wel gerealiseerd en dit is niet gerealiseerd en dit gaan we nog doen. En daarbij zou ik u ook nog een concrete suggestie willen doen. Meneer Reus, ik wil u afronden. Ik heb ietsje meer tijd vanwege Sobeco, uw complimenten, maar één zinnetje, dan bent u. Eén suggestie. Ik zou eens kijken in de gemeente Doetinchem. Daar is men heel concreet bezig met de doelgroep voor het uitreiken van Doet Mee Award. En voert men ook quickscans uit voor toegankelijkheid. Die wil ik u meegeven. En dat was het in eerste instantie. Dank u wel, voorzitter, voor iets meer. Ja, ik geef ook even toelichting waarom het iets over tijd is. Dan geef ik mevrouw Jansen het woord namens CDA aan u het woord. Zo, dank u wel, voorzitter. Vanavond geef ik vanuit het CDA een reactie op de stand van zaken, sociaal domeinnotitie, de nieuwsbrief. Te beginnen met het thema eenzaamheid. Ik ben benieuwd hoe het staat met het werkdocument aanpak eenzaamheid, waarover wordt gesproken in de notitie. Ik wil graag van de wethouder weten welke partijen hierbij worden betrokken.
Er wordt gesproken over zorgorganisaties, maar wordt hier ook gedacht aan bijvoorbeeld kerken, sportverenigingen en noem maar op. Daarnaast lazen we in de notitie naar in 2018 zijn de kernteams gestart vanuit de pilot. Met deze teams beoogt gemeente Twente Hansa inwoners snel, integraal en deskundig van dienst te kunnen zijn. Wanneer kunnen wij een evaluatie verwachten van de conclusies van, van de kernteams? En kan misschien de wethouder nu al een beeld geven? En als laatste, de uitbreiding van de pedagogische beleidsmedewerkers kwam aan de orde. En dat ging dan per 1 januari 2022, dat het dan zou worden ingevuld. Waarom is er gekozen om dit per 1 januari 2022 in te vullen? Denkt de wethouder misschien niet dat hier al voordeel uit te behalen is wanneer het eerder ingevuld zou worden? Ik hoor het graag van de wethouder. Dank u wel. Dan ga ik verder met de heer Jonker van de SGP. Ik hoef niet, de heer Veldmeijer van de PVV. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we hebben naar aanleiding van de stand van zaken notitie sociale mei in 2019 een aantal vragen. Maar voordat we dat doen, willen we graag van de wethouder weten hoe het staat met het dossier zorgcowboys. Want we lazen en lezen nog steeds overal in de media dat de huidige regelgeving en werkwijze in de zorg, het sociaal domein, het toelaat, het mogelijk maakt, het zelfs uitnodigt, dat mensen zonder moreel kompas als ondernemer in de zorg aan de slag kunnen. En belastinggeld, dat eigenlijk voor de zorg bedoeld is, achterover kunnen drukken en zichzelf kunnen verrijken. Vandaar de vraag aan de wethouder of alle commotie en aandacht, zelfs bij de minister, voor het misbruik van zorggelden door ondernemers, we noemen ze eigenlijk liever criminelen, tot ander beleid heeft geleid inmiddels in Samen 14. En als dat niet zo is, wat wij ons niet kunnen voorstellen, dan in ieder geval tot een ander inzicht. Voorzitter, er wordt in deze evaluatie gesproken over een succesvolle GHB-aanpak. Niet alleen hier, maar ook in Den Haag vindt men dat. En dat is zeker voor Twente Rand een mooie opsteker. En we lezen dat 20 mensen in een traject zitten en dat er 1 cliënt succesvol is uitgestroomd en zelfs al een jaar clean is. En het afgelopen jaar wordt dan ook zeer succesvol genoemd. Kan de wethouder aangeven waarom het afgelopen jaar zeer succesvol was? Betekent dit dan dat van die 20 mensen er inmiddels meer uitgestroomd zijn? Meer dan 1 dus. En we lezen ook dat er aandacht is voor eenzaamheid voor mensen van 75 jaar en ouder. Prima. Maar we lezen tevens dat 36% van onze inwoners vanaf 19 jaar eenzaam is. 36%, ruim 1 op de 3. Een percentage waar wij van schrikken. En aan de andere kant ook een onbegrijpelijk percentage. Want als je jong bent, ligt de wereld aan je voeten, zou je zeggen. Op ieder vlak. Kan de wethouder hier iets meer over vertellen? En ook of dit percentage hoger ligt dan het landelijke cijfer. En hoe kan het dat jongeren zich eenzaam voelen? En wat is dan eenzaam? Is het vandaag de dag niet hetzelfde als je vervelen? Of is eenzaam niet hetzelfde als je alleen voelen? Want we voelen ons allemaal wel eens alleen, heel menselijk. Of kunnen ze zichzelf niet meer vermaken? En waar zijn de ouders dan in dit verhaal? En voorzitter, we lezen ook dat Twente Rand jarenlang een beleidsarm onderwijsachterstandbeleid heeft gevoerd. Kan de wethouder hier iets meer over vertellen? Wat houdt de term beleidsarm in? En daar waar deze gemeente fors wordt ingezet op beleid om laaggeletterdheid aan te pakken, wordt blijkbaar, maar ik weet niet of dat klopt, weinig gedaan om de achterstanden in onderwijs aan te pakken. Onderwijs. Voorzitter, ook hier, wat is de rol van de ouders? Want uit ervaring kan ik met u delen dat de rol, de inzet van ouders, hierbij van cruciaal belang is. Worden ouders ook aangesproken op hun taken? En kan de wethouder iets meer vertellen over wat er gedaan wordt om onderwijsachterstand in te lopen? Voorzitter, wij vragen ons ook af waarom kinderen van 2,5 jaar van niet werkende ouders moeten worden opgevangen in de peuteropvang. In de eerste plaats zijn kinderen van deze leeftijd het beste af bij moeder of vader thuis. En in de tweede plaats kan dit geld wat ons betreft veel beter voor andere zaken worden besteed. Kan de wethouder vertellen welke ouders hier gebruik van maken? En waarom bieden wij deze voorziening aan? Is het geen modeverschijnsel? Zijn het geen linkse theedrinkers die vinden dat kinderopvang op jonge leeftijd goed is en waar u beleid op maakt? En tot slot voor de eerste termijn, voorzitter. We lazen dat 25% van de kinderen die naar een zorgboerderij gaat, dat daar alternatieven voor handen zijn. En daar schokken wij wel van, want betekent dat dan dat peuters inmiddels al naar een zorgboerderij gaan? Graag een reactie. Dank u wel.
Het waren heel veel vragen richting de wethouder. Dus ik wacht even tot hij klaar is met zijn noteren van alle vragen. En kijk of hij meteen door kan gaan. Ja, wethouder, aan u het woord. Voorzitter, dank. Het is inderdaad een... Er zijn redelijk wat vragen gesteld. Ik ga mijn best doen om ze allemaal te beantwoorden. En daar waar het niet of naar uw mening niet voldoende is, hoor ik dat graag. En dan kunnen we daar verder op ingaan. Overigens, de staande uitnodiging om op het moment dat u vragen heeft over wat in de stand van zaken in de notitie staat, zijn wij ook graag bereid om op een ander moment met wat meer tijd daarover met u van gedachten te wisselen. En de herhaalde oproep om tot de werkgroep Sociaal Domein te komen of die een nieuw leven in te blazen, die doe ik nog steeds. Maar goed, dat is in uw handen en ik ga ervan uit dat het presidium daar wat van vindt of niet. De reden dat het aangevraagd is door de Partij van de Arbeid gaat met name over toegankelijkheid en alles wat we daar doen. En u zegt van te abstract en niet concreet genoeg. En ik vind het wel jammer dat u op die manier neerzet. En dat spijt mij ook wel. Want ik denk dat we nou juist hier een doorkijkje hebben gegeven van de maatregelen die we al genomen hebben en wat we nog doen. En dat u dan er dingen uitpikt waar we op dit moment wel mee bezig zijn, maar die wellicht nog niet tot concrete acties hebben geleid. Bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Ja, als je daaraan besteedt, dan is dat het moment om dingen te veranderen. En daarom hebben we dat wel op die manier genoemd, omdat die wel op ons netvlies staat. Dus als u zegt van kunnen we een kolom toevoegen aan het actieplan van wat wel en niet bereikt. Ja, weet je, als u dat echt graag wil, dan zal dat vast niet zo'n probleem zijn. Ik ben alleen huiverig voor het feit dat we dan vinkjes gaan tellen. En toegankelijkheid, inclusiviteit is veel meer dan vinkjes. Want als we dan 6 dingen of 10 dingen of 12 dingen niet benoemd hebben in het actieplan, dan hoeven we daar het vinkje niet te zetten. En hoeven we dat dan niet te doen? Ja, ik chargeer hem net zoals u dat doet, meneer Reusker. En dat doe ik heel bewust. Dus als u behoefte heeft aan een extra kolom waar we wat vinkjes zetten, weet je, prima, gaan we doen. Maar ik zou hem breder willen trekken dan dat. En de suggestie wat de gemeente Doetinchem doet. Nou, ik heb nog wel het telefoonnummer van de burgemeester van Doetinchem. Die heeft hier iets in een informatiefase gedaan. Dus dat zal ik zeker doen en die neem ik mee. Eenzaamheid, de stand van zaken. Wie doet mee en kijken we daar ook naar de kerken? Eind deze maand, 30 januari... gaan we van start met onze lokale coalitie 1 tegen eenzaamheid. Daar proberen we zoveel mogelijk in eerste instantie instellingen bij te betrekken. Dus dat kan heel breed zijn van zorgaanbieders tot zorgzaam, maatschappelijk werk, noem maar op. Afgelopen donderdag heb ik samen met collega Koster een bezoek gebracht aan de Stichting Manna. En luisterend naar het goede werk wat ze daar deden, heb ik met de voorzitter van Manna heb ik gezegd van joh, eigenlijk moet jij gewoon aansluiten bij de lokale coalitie 1 tegen eenzaamheid. Dat gaan ze doen. Hetzelfde geldt voor de Stichting Leergeld, die daar ook bij betrokken zijn, dus die dat ook gaan doen. We proberen met zoveel mogelijk partners van start te gaan. Kerken kunnen daar ook bij horen. Maar dat is nooit af. Dus op het moment dat we nu met bijvoorbeeld 20 van start gaan, betekent dat niet dat het bij die 20 blijft. Dus dan moeten er veel meer worden en uiteindelijk moeten we daar bijvoorbeeld ook bedrijfsleven bij betrekken. Kijk naar bijvoorbeeld banken en dat soort clubs, die horen daar ook bij. Ook die hebben een rol in het bestrijden van eenzaamheid. En wij hebben in het coalitieakkoord opgeschreven dat we beginnen bij 75 jaar en ouder. Maar een veel, nou niet groter, maar een sluimerend gevaar, wat gelukkig nu steeds meer aan de oppervlakte komt, is eenzaamheid onder jongeren. En onderzoeken wijzen uit dat gamen daar een belangrijke oorzaak voor is. Ik heb het wel eens aan mijn neefje gevraagd, die is inmiddels 16. Dan zei ik, joh, waarom speel jij niet buiten? Dan zei hij, ja, oh Mark, als ik dat doe, ben ik de enige die buiten loopt. En dus men ontmoet elkaar online. En dat is natuurlijk wat anders dan elkaar echt ontmoeten. En die leeftijdsgroep, weet je, daar, nee, maar daar moeten we echt wat, daar moeten we oog voor hebben. En daar, dat gebeurt gelukkig ook. Ik heb zelfs, Trimbos is nu ook bezig van gameverslaving. Wat kun je daar dan tegen doen? En het bestrijden van eenzaamheid.
is niet, eenzaamheid is niet voorbehouden aan oudere mensen. Ik ben het daarin volkomen met u eens, dus ook die doelgroep moeten we daarin zeker niet vergeten. Dan even kijken, de kernteams. Nou, wij zijn bezig met de evaluatie van de kernteams en ook met de doorontwikkeling daarvan. Morgen hebben we weer centrale beleidsgroep jeugdvergadering en daar staat dit ook weer op de agenda. En zo gauw de evaluatie en het vervolg, dus kernteams 2.0 klaar is, komt dat ook naar uw raad toe, zodat we daarover het gesprek ook kunnen aangaan. Het beeld nu al is dat de kernteams zorgen, en ik heb dat volgens mij vaker gezegd, voor de verschuiving van tweede lijn naar voorliggend. En nu is de zoektocht van, moet die kernteams, hebben die nou een vaste schil met een soort van flexibele schil eromheen, van wie kun je nou op het moment dat het nodig is erbij aan laten sluiten? En als je dat doet, hoe zorg je er dan voor dat iemand die niet altijd aansluit, toch weet wat er gebeurt? Nou, daar zijn we nu mee bezig om te kijken van, hoe moet dat vorm krijgen? Dan de zorgboerderij waar de heer Veldmeijer naar vraagt. Nou, we kregen dat op het netvlies omdat we daar een hele grote toename zagen. Toen hebben we eens gekeken van hoe komt dat nou? Nou, wat gebeurt is dat bijvoorbeeld jongeren naar een zorgboerderij gaan. En daar kan echt een reden voor zijn. Daar zullen we het snel over eens zijn. Maar we hebben ook wel twijfels van, moet het nou altijd een zorgboerderij zijn? Dus daar zijn we naar het kijken van, kunnen we dat niet terugdringen en op een andere manier veel meer voorliggend oplossen. Dus met een jongerenwerker bijvoorbeeld, noem maar eens wat op. Dus daar zijn we mee bezig. Ik kom zo nog op de zorgcowboys en dan GHB. Waarom is het zeer succesvol? Omdat we mensen helpen, mensen echt uitstromen. Als u wil weten hoeveel er inmiddels uitgestroomd zijn, dat ga ik navragen en dat laat ik u weten. En clean, ja, uiteraard, want clean zijn en clean blijven zijn twee verschillende dingen. En wat het hele mooie is, en daarom is die pilot ook succesvol, omdat mensen die problemen hebben, ook zichzelf melden van, joh, kan ik niet meedoen. En het was een pilot, nou, inmiddels is de pilot voorbij, maar gaan wij gewoon door. Dat mensen ook zichzelf melden, omdat men van andere ex-gebruikers ook hoort van hoe succesvol het is en dat de aanpak echt werkt. Dus dat het anders is dan even clean zijn en dan weer terugvallen. Dus en ik zal u doen toekomen wat de stand van zaken is qua aantal en dergelijke. En dan de zorgcowboys. De woordkeus daarin, daar gaan wij denk ik niet snel over eens worden, dat hoeft ook niet. U weet, dat is denk ik bekend, dat het open house wat in de regio was, hè, dat hebben we gesloten. Dat was tot 1 januari, konden er geen nieuwe inschrijvingen meer bij komen. Dat hebben we ook gebruikt om het barrièremodel verder te ontwikkelen en om ook de aanmelders die er waren, om die goed te kunnen screenen. We hebben inmiddels een achttal overeenkomsten beëindigd, ook als regio zijnde. Dus in die zin gebeurt daar ook echt wat. En is het niet zo dat we op onze handen zitten en zeggen van ja, we moeten wachten tot een nieuwe aanbesteding of wat dan ook. Dus we proberen daar echt veel meer grip op te krijgen. En waar nu over nagedacht wordt is, moeten we niet af van die open house en die doorlopende inschrijving. En we zeggen van, we gaan naar 2 momenten per jaar. Omdat dat uiteindelijk ook ervoor zorgt dat je nog beter kan screenen. Dus we doen daar echt alles aan. Dank u wel, mevrouw. Jansen heeft de vraag nu. Mevrouw Jansen, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. We hadden nog een vraag gesteld met betrekking tot de pedagogische beleidsmedewerkers. Misschien kunt u daar nog op terugkomen. Wethouder, aan u het woord. Ik moet u even de vraag herhalen. 2022. Die zou starten 1 januari 2022, doe ik uit mijn hoofd. En waarom die datum gekozen is. Ja, wethouder. Middelen. Dus we constateren dat we op verschillende plekken geen capaciteit genoeg hebben. Maar wanneer doe je wat? Dus dat is een keus. Als u wil dat het eerder gebeurt, dan moet ik kijken of dat kan. Maar dat lijkt mij lastig. Maar ik wil daar wel bij u op terugkomen. Dank u wel. Nog een vraag? Ja, een aanvullende vraag. Heel graag als u daar bij mij op terug wil komen.
Maar ik ben ook wel erg benieuwd naar uw mening daarin. Dan denkt u ook niet dat dat er een voordeel bij wordt behaald op het moment dat de pedagogisch beleidsmedewerker al eerder zou starten dan 2022, dat het een voordeel zal opleveren voor de gemeente Twente-Rand? Als dan wethouder aan u het woord. Ja, maar er zijn ontelbare beleidsterreinen waar iemand morgen mag beginnen om het beter te kunnen doen dan we nu doen. We lopen aan tegen de grenzen van wat onze medewerkers kunnen. We willen daar heel graag wat aan doen. Maar het vinden van goede mensen en het beschikbare budget daarvoor, dat noopt soms tot het maken van keuzes die je eigenlijk niet wil maken. Want als we dit naar voren halen, moeten we iets anders op dit moment de mensen naar achteren schuiven. Nou, dat is ook een gesprek wat je onderling voert van wat doen we op welk moment. Maar dat het voordeel zou kunnen hebben op het moment dat we het eerder doen, ja, daar zijn we het snel over eens. Ja. Dank u wel. Meneer Veldmeijer heeft nog een vraag. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vroeg het net, ik heb er niet echt een duidelijk antwoord op gehad. Het feit dat kinderen van 2,5 jaar naar de peuteropvang gaan, is dat landelijk beleid of is dat iets waar de gemeente voor kiest? Omdat wij ons afvragen of dat geen modeverschijnsel is, want wij vinden dat zo'n kind het beste af is bij papa of mama thuis. En in tweede plaats, inderdaad, dat voor 25% van de kinderen die naar een zorgboerderij gaan, zijn alternatieven voorhanden. En er wordt bijvoorbeeld genoemd de peuteropvang. Maar dat denk ik, impliceert het nou dat de peuters al naar een zorgboerderij gaan vandaag de dag? Is het zo erg gesteld? Wethouder, aan u het woord. Nou, zo is het niet in de volle breedte gesteld, maar er zijn gevallen waar dat inderdaad voorkomt. En dat gebeurt natuurlijk niet zonder indicatie, maar we hebben wel gezien dat het daar toeneemt en dat we daar wellicht anders te werk kunnen gaan. Dat is één. Twee, als je kijkt naar VVE, want daar gaat het dan vooral om, hè. Daar hebben we de doelgroepdefinitie juist wat uitgebreid, omdat we zien... Kijk, het is niet zo dat wij even de kinderopvang regelen. Hè. Dat beeld wil ik wel wegnemen, want dat is niet het geval. Die VVE en die extra uren die daar ook van Rijkswegen voor beschikbaar zijn gesteld, die gaan er juist om de doorgaande lijn, dus de aansluiting op het basisonderwijs, zo goed mogelijk te krijgen en ervoor te zorgen dat iemand niet met een leerachterstand al aan de basisschool begint. Dus het is geen veredelde kinderopvang. Het is niet zo dat papa en mama zeggen van nou hier ga daar maar naartoe. Zo werkt het niet. Dus daar moet echt wel, daar ligt een reden aan te grondslag. En dat zijn echt die peuters die extra ondersteuning nodig hebben. Dank u wel. Dan kijk ik de zaal rond of nog een tweede termijn is. Ja, nog een vraag mag ook. Mevrouw Jans heeft nog een vraag aan u, wethouder. Om een tweede termijn te voorkomen, is er niemand die een tweede termijn wil. En misschien vanuit mijn kant is het volgende keer wel eens goed om bij de inbreng na te denken over de vragen en de hoeveelheid vragen die aan de wethouder worden gesteld. Want in de toelichting van Partij van de Arbeid werd ook aangegeven dat graag met de wethouder in het debat, maar het debat is ook voor het onderling het debat. Dus ik denk dat het goed is om daar ook eens even heel kritisch met elkaar zelf na te kijken van wat doen we allemaal richting de wethouder. Mevrouw Jansen, aan u het woord. Ja. Net werd er gesproken over de indicaties voor peuters. Betekent dat deze indicaties hier in huis worden gegeven? Wethouder, aan u het woord. Nee, want daar is een combinatie van. Dus je krijgt dat niet zomaar. Daar zijn onder andere onze leerplichtambtenaar is daarbij betrokken. Dus dat is niet dat we dat zomaar hier in huis afgeven. Nee. Dank u wel. Dan kijk ik rond. De heer Veldmeijer heeft nog een vraag aan u of een tweede termijn, meneer Veldmeijer. Ik zoek even, want dan gaat de wethouder weer terug. U heeft een tweede termijn. Ik start nu met de tweede termijn en geef de heer Veldmeijer het woord. Ja, heel kort, voorzitter. Maar misschien zit ik bij de verkeerde wethouder, heeft overlappingen. Misschien kent de wethouder het wel. Ik had er nooit van gehoord, maar ik heb een rondleiding gehad bij de fabriek in Almelo. Dat is gelieerd zeg maar, aan de Karelskamp. Daar werken ook mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Ook gedetineerden in de laatste fase van hun vrijheidsstraf, om het zo maar te noemen.
Er werd ook de naam van Twenterand werd daar genoemd. Dus ik was heel erg benieuwd of u of uw collega, mevrouw Van Abbema, wat doet u daarmee met de fabriek op dit moment? En kan dat op termijn ook een aanvulling zijn op Soweco? Dat was mijn vraag, voorzitter. Uit mijn kant, ik ben op werkbezoek geweest, dus wij kennen het. En we hebben dat ook, ik heb het ook gedeeld met de wethouder. En nou, ook daar liggen misschien kansen zonder enige toelichting te geven. Maar ik ben er ook geweest op werkbezoek. Dus ik ken het. En ik vond het ook heel indrukwekkend wat daar plaatsvond. Ja, dank u wel. Nog meer iemand voor het tweede termijn? Niet? Dan sluit ik ook dit debat af. En sluit ook de vergadering af. En wens u allen nog een goede avond en een goede nachtrust. Dank u wel.